Ja, dames en heren, jongens en meisjes, dit is weer een nieuwe aflevering van Vrijheid Radio. Leuk dat u luistert. We zitten hier gezellig in Café Libertaria met op dit moment Peter, Yoshi en Jan-Marc. En mijn naam is Johan. En misschien komen er nog meer mensen bij. Wordt ondertussen in de chat gezet. Goedenavond, vrijheidsstrijders. En hallo allemaal. Dus bij deze, hallo, hallo. Ik zal eens even meekijken op de chat. Ja. Goed, ja. Je kan natuurlijk weer meedoen aan de. Voor de EFL-prijs. Ik zal weer even kijken hoor. Hier, een hartstikke idee. Je kunt weer 10 EFL's winnen. En ja, de vraag is eigenlijk. Het antwoord is eigenlijk hetzelfde als vorige week, want ik ben vergeten te veranderen. Dus het is gewoon een uitroepteken: Twan Manders, de bekendste libertariër van Nederland. En ja, dan kun je. Meedingen naar de naar 10 EFL's. Ik zal hem verdubbelen, ja. Johan, omdat het een feestdag is vandaag. Ik heb heel de dag loop ik al te streamen en geld uit te delen. Dus we maken er 20 van. Wauw, wauw, ja. Goed, ja. Dus hartstikke idee. Als je nog geen EFL wallet hebt, dat zie je hierboven staan. Dat is deze, oh ja, apart. Het spiegelbeeld. Hier kun je de EFL's wallet downloaden. Er is ook een nieuwe, hè? Die is dan, waar kan je die vinden? Ik zal even de link delen. Er is een nieuwe wallet release op GitHub. Oké. Dat is als je echt een hardcore wallet wil hebben. Als je helemaal hardcore wil zijn, Johan. Ja, ja. Het is zo'n hele blockchain op jouw schijf binnenhaalt en dat je afvraagt waarom heb ik zoveel weinig schijfruimte over. Ja, bij de EFL valt het nog wel mee, want er zijn niet zoveel mensen die er gebruik van maken. Dus de data die het op dit moment in beslag neemt is relatief beperkt. Als je het vergelijkt met Bitcoin, die is echt wel vele gigabytes groter. Want daar komt ongeveer 1 gigabyte per week komt erbij, hè, bij Bitcoin. Okay. Bij EFL is het totaal 2 gig of zo. Dus het, met het apparaat. Als je vroeger liedjes aan het downloaden was van Napster, dan zou ik er niet aan zijn begonnen met 2 gig. Maar tegenwoordig stelt dat niet meer zoveel voor. Dus. Oké. Goed. Oh ja, ik vind het wel raar. Ik zou de link nog delen. Wacht, ik zou de link nog delen. Oké. Op de stream ben ik wel goed te horen, hoop ik, want mijn beeld staat stil, zie je. Oh ja, ik zal even luisteren. Ja, je bent wel te horen. Oké, nou ja, mijn beeld is bevroren. Goed, jullie bewegen nog wel, zo te zien, ja. Over 5 minuten crasht de hele boel. Ja. God. Ja, ik heb dan weer zo'n automatische update gedaan van de software. Dus, maar die werkt altijd goed, ja. Ja. Goed, laten we beginnen met goud, zilver, bitcoins en de staatsschuldmeter. Ik zal even de browser erbij halen. Even kijken hoor, hoppakee. Beginnen met de Oli. Was het die browser? Oh, daar had een chic idee. Ja. Het is omhoog gegaan, joh. 109,5, ja. Natuurlijk met de hele Russische olie van de Mark Halen actie is natuurlijk enorm omhoog gegaan. En het zo verder gaan, denk ik. Inderdaad, zometeen al bericht. Ja, de 10.000. Ik heb voor €1,85 getankt vandaag. Diesel. In België is het. Ja, ik zei het al. Ik heb. Goedkoper. Ik leef sinds 2 jaar autoloos, jongens. Ja, dan heb je geen leven, Joosje. Nou, ik zit gewoon op mijn plek hier. Ik hoef nergens heen, joh. Overigens is het wel zo, wat ik nog was nog zo'n dame die had al dat PhD, zag ik op Twitter voorbij komen of zo. Aan iemand die postte een screenshot van Twitter. Die zei: laten we het niet moeilijker maken dan het is, want de meeste mensen die hun benzinebudget is toch niet meer dan $50 in de week. Ja, dan heb je ook niet door dat
dat die benzineprijs, of die olieprijs ook in al je supermarktproducten zit. En in alles wat je koopt. Dus niet alleen wat jij aan het tanken uitgeeft. PhD, die had kennelijk niet door dat ook... ...nieuwe betaal zo... ...van de tuin laten liggen of nummer op. En producten worden ook gemaakt van olie? Of is dat weer een ander soort olie? Of... Plastic. Plastic en zo. Ja, nee, misschien is ook het vervoer. Ja. Het vervoer en ook het vervoer. Ja. Ja, maar dat sowieso. En de machines. De machines die... Ja. Ja, dus het begint nou hoor. Het begint spannend te worden. Ik denk dat ik hem er gauw tussenuit knijp. Jullie zien mij voorlopig niet meer, want... Het wordt mij te heet onder de voeten. Het is een uitknijp. Je hebt niet eens een auto, man. Hoe ga je dan kun je je toch juist uit de voeten maken? Of ligt het nou aan mij? Maar ik dacht dat jij er al tussenuit geknepen was. Dat was de reden dat ik ernaar had. Dat is ook zo. Nee, het begint wel spannend te worden. Die eruit geknepen was, die was daar ook riep. Gaan we nou nog verder omhoog volgende week? Wat denk jij, Peter? Hij denkt dat olie uiteindelijk wel, ja. Ik zeg, nou ja, weet je wat, we nemen het gewoon, het verlies, of het Russische olie van de markt. De Russen die bieden die olie met grote kortingen aan en niemand wil het. En dan zegt hij, ja, op een gegeven moment, ja, ik bedoel, de mensen die tussen jou en de toeleverancier zitten, die weigeren. Maar dan heb je het probleem dat ze zeggen, nou ja, op een gegeven moment, demand destruction heet het dan. Hè? Dus dan bij $200 gaan er vanzelf mensen afvallen. Die zeggen dan, nou, we gaan maar niet elke maand naar oma toe op de koffie, want dan kunnen we niet meer betalen. Of ga op de fiets naar mijn werk. Dat soort dingen. Dat het verbruik steeds minder wordt. Dus gewoon, mensen gaan minder consumeren. Dus hoeven er minder vrachtwagens te rijden. Maar ja, dat gebeurt denk ik pas als de prijs. Toen viel je weg. Ja, ik denk dat die, ja, uiteindelijk zal het natuurlijk wel gebeuren als de olieprijs hoog genoeg wordt, valt er mensen die olie af. En dan gaat de productie zich aan de vraag aanpassen. Maar ik denk nog niet dat het... Het is dat een Oekraïense microfoon, Peter? Ja, het is te slecht te horen om erop te kunnen reageren. Ja, je valt af en toe weg. Oeh. Ik ben niet meer te verstaan. Ik denk dat ik op wifi zit, hè? Peter wil gewoon een dagje vrij. Ik zet even mijn beeld uit. Als ik mijn beeld uitzet, wordt het misschien wel beter. Ja, dit scheelt een hoop, ja. Dit scheelt een hoop. Ja, en er was toch niks leuks te zien voor ons. Ja. Ik denk dat mijn hele familie zit te streamen beneden. Ja, precies. Ja. Je zit allemaal Farmville te doen en zo. Of op TikTok. Als ze dan reclames krijgen, krijgen ze bonuskersen. Dus ze zitten de hele dag zitten ze allemaal van die rotzooi op dat ding te kletteren. Nou, zo. Ja. De leuke mevrouw bij het benzinestation die zei van, nou ja, het is verschrikkelijk allemaal. Maar morgen is 2 cent duurder en overmorgen wordt het weer 2 cent duurder. Hmm. Dus, nu, ja. Ze wil eigenlijk zeggen, nu veel tanken. Ja. Als je nou nog een badkuip hebt of zo, laat die ook maar vol. Dat die mensen dan boos worden op Poetin, omdat die stomme Poetin, daardoor is de gasprijs nou omhoog. Ja. Nou, we gaan daar zo meteen over hebben. Dan gaan we naar het goud toe. Het goud die staat op 1936 eurotjes. Nou, als die boven de 2000 komt, dan verdubbelt die, Johan. Echt waar, dat kan haast niet anders. Die staat al zo lang stil, alles is verdubbeld. Alles is verdubbeld. In, nou euro, in euro is het een all-time high, hè, dit. Want euro is nogal weggezakt. Die is nog maar 1,1066. Dus door die zwakke euro's gemeten, of meestal zeggen ze dan de dollar is sterk vanwege de crisis, wil iedereen graag dollars hebben. En het zijn dan 1936 relatief sterke dollars. Dus in euro's is het een all-time high. Oké.
Nou, dit ja, lijkt op een cup en hendel. Ik heb even uitgezoomd, maar je ziet daar zo de cup en dan de hendel en dan wow, gaat hij omhoog. Ja, kan ook omlaag gaan trouwens. Hoor. Maar... Ik vind het bijzonder dat het nog altijd onder de 2000 is. Dat vind ik echt, sta ik echt van te kijken. Want het... Ja, nou ja, omdat niet heel veel mensen, als iedereen fysiek goud wil, dan stijgt het ook veel harder. Maar dan wordt het ook gewoon even goud verhandeld, optioneel, op papier. Mm-hmm. Dus het is lucht wat er ook verhandeld wordt. Mm-hmm. Het goud ligt er niet. Nee, maar precies, dit is inderdaad waar bijna alles is inderdaad in heeft een nieuwe records prijzen bereikt, behalve goud en zilver inderdaad. Ja, die zijn toen in 2014 zijn die eerder nog, ja. 12. Zoiets, zijn die verdubbeld, die prijs. Ja. Het was 1000 en toen is het naar 2000. Maar sindsdien houdt hij dus die 2000. Nou, dat... Wat enorm gestegen is in de commodities, dus zijn die voedseldingen. Voedsel. Dus die graanprijzen, okay. Voor de agricultural toestanden. Ja. Soja, bonen, weet ik veel, dat soort koffie ook. Dus ja, het geeft natuurlijk een beetje aan van, ja. En ik vraag me af of in Nederland nog steeds die boeren de nek om blijven draaien. Als er zo'n voedselcrisis draait. Maar er komt ook nog wel een hoop graan vanuit Oekraïne naar Europa, toch? Ja. Ja, dus dat zou wel moeten. En als ze dan hier al boeren, als ze daar allemaal natuurgebieden van willen maken of zonnepanelen op willen zetten. Ja, plus dat er enorm veel kunstmest uit Rusland komt. Omdat kunstmest wordt voornamelijk aardgas voor gebruikt om de stikstof mee te maken. En die, dat doen ze veel in Rusland. Dus en hebben we natuurlijk veel stikstof. Nodig voor munitie, dus aan het oorvoeren. Hè? Dat is ook allemaal. Ja. Maar ja, we eten toch allemaal insectenburgers straks, dus dat. Ja. En met. Ja, als je dat wil wel. Hè. Met plezier, hè? Dus met. Je schreeuwt erom. Hè? Je vindt het gewoon heerlijk. Maar misschien slaat die hele insectenburger wel over. Dat gewoon die zeggen van nou, het is niet eens mode om insecten te eten. Het is gewoon mode om intermittent fasting te doen. En dan 2 weeks to flatten the curve, zeg maar. Begint het mee met 2 weeks vast. Ja. Nou, volgende week is het de Vega-week, hè? In Nederland dan toch? In Nederland, dus, ja. Ja, hier in Limburg. Zal die weinig gevierd worden? Hier in Limburg was het al vast, hè? Het was al vast. Ja, dat is nou wel. Het is carnaval geweest van de week, inderdaad. Oh, dus dan moet je ook vegetariër zijn bij vast. Ja, maar dan eten ze haring, toch? Dat is haringhappen dan. Haringhappen, ja, op woensdag. Dat was gisteren. Oh, en nou begint de vaste periode tot aan Pasen, volgens mij is het Pasen. Ja, maar dat is iets wat ze dan altijd weer overslaan, die Brabanders. Ja. Ik bedoel, dat feesten houden ze erin. Dat de meesten die weten niet eens waarom ze feesten, joh. Die gooien zich gewoon helemaal vol met alcohol, totdat ze niet meer weten van voor dat ze van achteren leven. En ja... Die hebben geen besef daarvan. Maar ja, goed, dat hoeft ook niet iedereen elke keer. Hè? Ja. Maar goed, ondertussen in het chat gaat het me flink te keer. Onder andere over, even kijken, Nancy die... even zo, ja. Die hier naast me zit. Die State of the Union was deze week ook, hè? En zij had een vreemd gebaar gemaakt of zoiets. Die probeerde te klappen of zo. Maar... Klein applaus. Ja, normaal doen ze dat met de... Met hun vingers knippen, hè? Want klappen zou triggerend zijn voor bepaalde getraumatiseerde mensen of zo. Oh ja, ja dat was het. Vinger, moet je met je vingers knippen. Maar dit was weer iets heel anders. Dit was een soort heksachtige gniffelgebaar. Nou, ik vond het wel leuk, wat commentaar van iemand die dat deelde. Die zei van, kan iemand mij uitleggen... Wat zij hier probeert te zeggen, want ik spreek geen reptilien. Flabbergast heeft nog over de Russische tanks die er oud uitzagen. We gaan het zo nog over hebben allemaal. Dus, laten we even nog naar de bitcoins gaan. Die waren flink omhoog gegaan, zelfs naar de $44,000. Ja, maar nu is dat allemaal weer gezakt. Dat was het verlies van vorige week, waar we weer hebben goed gemaakt.
Ja, ja. Maar het is toch nog een beetje aan het einde nog een mooie kandelaar, groene kandelaar gemaakt. Dus dat is op zich wel toch nog wel een beetje een bullish teken voor dit jaar. Dus ja. Johan, er is zoveel, wordt zoveel gedrukt, joh. Die kan toch niet goed blijven gaan? Nee, heel veel bitcoins bijgedrukt. Niemand, okay. Niemand mag meer geld op de bankrekening houden, want ze sluiten bij iedereen de bankrekening af. Dus waar moet het heen? Ja, ja, precies. Ja, de vraag is natuurlijk of dat al verwerkt zit in de koers of niet, hè? Want een heleboel bitcoiners... Ja, hij is in één keer flink omhoog gegaan, maar nu blijft hij een beetje. Ja. Veel bitcoiners hebben dat allemaal al jaren geleden aanzien komen eigenlijk, dat de financiële repressie zou toenemen. En dit is eigenlijk gewoon een aspect van financiële repressie. Die nou, ja, alleen wordt het nou voor steeds meer mensen zichtbaar, maar de longposities zijn door veel mensen al lang ervoor ingenomen, denk ik. Ja, in ieder geval... Nou, in Zwitserland, Zwitserland had toch ook iets gezegd over die Russische oligarchen? Ja, gaan we ook zo nog over hebben. Nee, maar goed, dat kan extra angst aanwakkeren bij mensen die in Zwitserland geld hebben. En dan praat je niet over een klein beetje geld. Dan worden die mensen misschien wel heel erg geïnteresseerd in bitcoin. Dat kan natuurlijk wel. Daarnaast is het ook nog heel traditioneel dat iedere begin van de maand de koers altijd omhoog gaat. De eerste helft van de maand. Dan zie je bitcoin altijd stijgen en de laatste helft zie je hem altijd dalen. Dus het is ook wel een beetje te verwachten. Maar, hoeveel Russisch geld zit er eigenlijk buiten Rusland? Ik denk toch best wel veel. Ja. Dus als die mensen allemaal wat gaan panikeren. Kan ook. Maar ja, ook als je het in een jacht hebt. Ik begreep dat ook gewoon een superjacht in beslag genomen was van een zo'n Russische oligarch in Frankrijk. Dus ook als jij, ze kunnen gewoon ook je auto onder je kont vandaan stelen. Omdat jouw heerser wat fout heeft gedaan in hun ogen. Ja, zou je zeggen, wat heeft die oligarch nou mee te maken, joh? Als hij Poetin zijn steun had, is die jacht, dan was hij wel in Rusland geweest, toch? Ja, zodat hij daar netjes de belasting te betalen. Fijner in de Middellandse Zee rond te dobberen met je jacht natuurlijk dan in een poolcirkel daar. Zwarte Zee. Maar veel van die, inderdaad, van die rijke lui die zijn juist weggevlucht uit Rusland. Omdat ze dan krijgen ze, uiteindelijk zijn ze dan toch gewoon Rus. Ja, je bent toch gewoon Rus. Dus hier met het jacht, jij bent Rus. Ik ben zo blij dat wij de goeie zijn. Wat een toeval ook altijd, hè? Dat wij net bij de... Ik zit namelijk net altijd bij de goeie. In elk conflict blijk ik net altijd in het kamp te zitten die de morele hoogstaande punt heeft. De NOS-kijker dan, hè? Ja, het is een beetje zoals met die dingen van... Het zonnestelsel en zo. En dan dachten ze van, wat toeval dat de aarde net in het midden staat. En dat wij alles daar omheen draait. Oh shit, de aarde staat niet in het midden. Maar dan ging het heelal uitdijen. En zeiden ze, verrek, als je alle kanten kijkt, dan zie je de sterrenbeeld vandaan bewegen. Nou, wat een toeval dat wij net in het midden zitten. Dat is een veel gemaakte fout. Het geloof van de anderen is ook altijd bijgeloof, hè? Ja, het is een mooi plaatje over, hè, dat die... zie je aan de rivier en dan aan links zie je onze dappere soldaten en dan aan de andere kant zeggen ze jullie brute moordenaars en dan zie je dat zo onze geweldige intellectuelen hun vreselijke leugenaars en je ziet het zo escaleren hoe de framing is aan één kant en voor je eigen partij en andere partijen. Ja, ja, ja. Maar in ieder geval, de bitcoin die is ook weer omlaag gegaan nu vandaag, is eigenlijk net. Die is nu op 42, ik heb hem weer weggeklikt. 42,4. Ja, zoiets. Ja. 38,2 voor mensen die in euro's denken. Goed, dan gaan we even naar de berichten toe. En we beginnen even met crypto berichten. Je hoorde het eigenlijk al zeggen. Rusland is met crypto bezig, Oekraïne ook. Laten we eerst even kijken naar de... Volgens mij is het Oekraïne stond eerst. Want je kon een leger kon je sponsoren met crypto, hè? Ze zijn flink... Ik was zo blij dat ik dus meedeed aan een geldsysteem wat niet direct...
betrokken is bij oorlogen. En dat is nou toch een beetje verpest. En ik snap dus niet dat mensen het doen. Maar ja, de hele wereld is erbij bezig, Johan. Mm-hmm. Iedereen is aan het crowdfunden voor de Oekraïne. Het is toch ik kan er echt met mijn kop niet bij, joh. Ja. Maar ja, het gaat met honderden miljoenen tegelijk, dus... Mm-hmm. Wie had dat ooit gedacht, hè? Toen we 10 jaar geleden met Vrijheid Radio begonnen... toen deden we al de bitcoinkoers en toen was dat nog vooral een dingetje met voor drugs kopen en zo. Wie had gedacht dat we over 10 jaar... dat er oorlogen gefinancierd zouden worden met crypto. Ja. Ah, ik vind het wel anarcho-kapitalistisch. Nou zijn het wel legers die zeg maar onder het bestuur staan van een overheid. Maar je zou ook een legertje kunnen denken van dat er dan een privaat legertje is. Die crowdfunding voor Oekraïne. Wij schieten gewoon iedereen neer. Maakt niet uit of ze Russisch of... Nee, stel ervoor van... Kijk, ik heb al gezegd, ik wil best een lieve brief van Poetin sturen. Van, laat die Oekraïners nou met rust en bombardeer het Binnenhof. Hè? dat doet hij dan waarschijnlijk niet. Maar misschien een privaat legertje. Ja, en dan, dat er een donatie is in crypto. Voor dat zou best wel wat zijn. Nou, dat is wel anarcho-kapitalistisch. De Kroaten uit de Liberland schoppen. Ja, nou dit is een onderwerp wat al wel vaker te sprake is gekomen. In de Silk Road bijvoorbeeld. Waar ook de Dread Pirate Roberts, die geïdentificeerd zou zijn als, hoe heet hij ook alweer? Nou ja, er zouden ook mailtjes verstuurd zijn voor huurmoorden. Hè? En dat was dan misschien niet een setup van de overheid om hem ergens mee te framen. Maar dat gebeurt al jaren, dat je dus ook geweld met bitcoins kan kopen. Alleen ik was dus zo blij dat het niet overheidsgeweld was. En nou is het toch... Ja, je sponsort de overheid en die gaat ermee vechten. Dus het is best wel treurig. Ja, maar het is wel het is wel overheidsgeld. Maar zolang je bijdrage vrijwillig zijn, dat is eigenlijk het enige wat uitmaakt. Want dan betekent dat, als jij ziet van, ze doen niet exact wat ik wil en ze gaan, weet ik veel, wat helemaal naar Moskou optrekken, dan kan je gelijk de plus eruit trekken. En dat is de... Wat er niet is bij belasting, die terugkoppeling. Precies. Dat mensen kunnen zeggen, ik trek de stekker eruit financieel. Ja, je hebt nog consumer power dan, inderdaad. Ja. Zelf denk ik eerder dat dit gewoon heel veel geld van de CIA is. Wat ze aan de ene kant dus met drugs verdiend hebben. En dat naar Oekraïne sturen om daar nog te sponsoren. Ja. Ze met drugs verdiend hebben, dat hebben ze waarschijnlijk gewoon in beslag genomen. Zoals Bitfinex of zo. Gewoon iemand anders gehackt. Kan ook nog. En hebben zij het gestolen. En nou gaan ze het doneren. Zoiets, ja. Ja, want CIA zit in zoveel shady zaakjes. Ze komen binnenkort ook een Oekraïne NFT-series. Nee, dat is een grapje. Ja, bij de IET-affaire was uiteindelijk de Nederlandse staat was toch ook de grootste drugsdealer. En wat ze zochten elke keer naar een nog grotere drugsdealer, totdat ze zelf de grootste waren. We waren bezig te... Ja, we kunnen hem nog niet vinden. We moeten nog... Is zijn nog een te kleine jongen. Is een grotere vis. Jij bent een bijna. Ja. Maar dat is het mooie. Vorige week hadden we het over het vechten tegen aliens. Dat ideaal was. Want op een gegeven moment kun je je kunt ze niet meer zien. Maar ze zijn er nog wel. Maar dat is ook een beetje met die onwaarschijnlijke grote drugsdealer. Die nog onbekend is. En dat je dan gewoon... Maar steeds doorgaat om groter te worden, weet je wel. Dat is een bijna... Ja, een hele mythische figuur dat je ervan maakt. Ja, hij is ongeveer uit andere gelift. Hij is echt super power. Vliegt met een jetpack, vliegt hij gewoon zo van de ene plaats naar de andere. Hij is ook, net als Sinterklaas eigenlijk. Hij is overal nergens tegelijk. Kan ook door een schoorsteen klimmen. Ja, het is geniaal, denk ik. Ja, dat is mooie. Ja. Het heeft iets heel... Emmanuel Goldstein-achters van 1984. Die hadden ook zo'n enemy. Dat was dan Emmanuel Goldstein. En dan hadden ze ook met 5 minutes of hate elke dag. Dan moesten ze schreeuwen tegen Emmanuel Goldstein wat voor schurk het was. En het was eigenlijk
ja, de hoofdpersoon vroeg zich dan af of die eigenlijk wel bestond, die Emmanuel Goldstein. En, want ja, die oorlog die hield men nooit op. Die kon nooit gewonnen worden ook. Hij werd ook nooit verloren. De vijand kon elk moment veranderen. Maar die Emmanuel Goldstein, dat bleef die schurk. Dat soort, en het werd heel vaak gezegd, Osama Bin Laden was ook zo'n figuur. Die zat dan ergens in een grot, ergens in Taliban en, of in Afghanistan. En kwade genius. Dus het is ideaal om van alles op te projecteren. Omdat als je zolang je het niet echt ja, kan horen of zien of statements van kan horen. Mm-hmm. Ja. Ja, nee, ja, inderdaad. Maar je hebt de kop nog niet eens voorgelezen. De kop van wat? Tenminste, ik heb hier, ik heb hier een Engelse kop. Ik heb hier een andere kop van de Ukraine already trades more crypto than fiat currency. Ja, ja, ja. Now assets like Bitcoin are officially legal. Ja, ze staat er heel hoog, ja, inderdaad. Het is het land met de meeste crypto, geloof ik, hè? In de, per hoofd van de bevolking of zo. Zag hem nee, daar nou bovenaan staan. Sinds 2 weken hebben ze daar crypto op een verder niveau gelegaliseerd. En daardoor is de... Het was niet zo heel veel. Het was wel veel, maar niet zo heel veel. Maar de hoeveelheid volume in Oekraïne is wel flink gestegen sinds dat moment. En hoe het nou precies zit... Wat ik, hoe heet die ene jongen ook alweer? Die R.L. Breyer, Johan. Die had daar wat over geschreven. Ik heb er even kijken... Kan er nog een, kan er iets... Ja, John Liberty Facebook, geloof ik. Maar goed, dus ja. Ze zijn daar bezig om het allemaal te legaliseren en te reguleren, zodat het gebruikt kan worden binnen legale contracten. En ja. Oh, sorry, in de Vrijheid Radio Groep zie ik het forum niet staan van de nieuwste berichten. Ik zat nog in de oude berichten. Ja, ja, forum.vrijheidradio.com. Oh, dat was nog, ja, dit was vorige week. Ja, maar als ik daarop druk, dan kom ik bij de oude berichten. Moet je F5 drukken, denk ik. Dan zie je... maar hij eindigt met 09. Ja, wat ook een raar is in de Oekraïne, dat die... Dat die nationale munteenheid best wel redelijk overeind blijft. Terwijl het defaultrisico van de staatsobligaties is heel groot geworden. Met andere woorden, nou ja, die gaan zeker defaulten, dat is junk. Maar die munteenheid blijft gewoon redelijk liggen. Vreemd verhaal. En de Bitcoin was duurder. Bitcoin was duurder in Oekraïne. Hè? Die was zat een, ik weet niet of daar $1000 bovenop zat of zo, maar hij was duurder. Ja. Ik denk inderdaad wel, dat kan me wel voorstellen, veel mensen die gaan vluchten, ja, die nemen gewoon met Bitcoin inderdaad wel handig om dat te hebben, weet je wel. Ja, en dan gaan ze liever verkopen ze hun Bitcoin, zelfs met voor minder geld dan. Kopen ze Bitcoin en dan verliezen ze door qua dollars, maar dan hebben ze tenminste iets om mee te reizen, wat niet te veel in de smiezen loopt. Ja, je hebt het gewoon op je telefoon, zeg maar, bij wijze van spreken. Ja. Het lukt me niet, Johan. Wil je nog een keer de link delen? Oké, ik zal het zo even doen. Oh. Ja. We hebben hier ook nog, trouwens over dat vlucht gesproken. Ik weet niet of je Bolton Bankrupt, die laatste aflevering hebt gezien. Die is toen uit Kiev gevlucht, hè? Is die wel weggekomen? Die zat aan de grens, inderdaad. Ja, ja, maar hij had ook gepost dat hij op Instagram dat hij vast zat in Kiev. En zijn laatste aflevering is dan zie je hoe hij vlucht uit Kiev. Maar het is wel grappig, hij reisde met een andere YouTuber. En toen ging hij naar zijn kanaal. Maar die had, dan zie je dat die Bolton Bankrupt, die kan heel goed knippen. Heel goed editen. Die andere gast die was meer open van wat er gebeurt. Dus die stond op de plein en er stond vol met YouTubers. Die waren allemaal naar Kiev gegaan. Van hey, er gaat wat gebeuren. Ik ga dit live allemaal meemaken. En die zaten allemaal hetzelfde verhaal. Zaten allemaal vast in Kiev. Maar ze waren helemaal een van de redenen allemaal naar dat plein gegaan. Om daar met z'n allen te gaan staan of zo. En dan zijn ze ook gezamenlijk weggevlucht. Ja, hij is al vrijdag al weggegaan, maar ik heb het gezien. Wat opviel,
is van, ja, dat er eigenlijk helemaal niks gebeurde. Er vloog een keer een vliegtuig over, ja, en er was een keer een luchtalarm af. Maar, en er was één iemand van die, een Oekraïner, die zei van, ja, it's gonna be hell, en die ging weg. Maar het was eigenlijk allemaal een beetje angst op wat er zou kunnen gebeuren, er gebeurde helemaal niets. Nee. En ik zag een andere figuur uit Engeland, die postte van, die was naar Oekraïne gegaan, die zei van, ja, het is hier nog steeds veiliger dan Londen of Tottenham. Maar als je in Kharkiv zit. Waar je zit, ja. Daar wordt er van die oorlog, Stalin-oorlogs granaten afgeschoten. En nou in Kiev is ook de eerste bom gevallen. Vanmorgen, vannacht of zo, bij het treinstation in de buurt. Het is nog steeds. Mijn vriendin en zus, die is gisteren vertrokken of zo. Misschien al eergisteren. Maar die zijn naar Odessa gegaan. En vanuit Odessa naar de grens met Roemenië. En zo via Bulgarije naar Turkije toe. Dus die, ja. Maar Peter Dijkstra zit er nog steeds. Die heeft ook geen internet meer. Want ik heb hem al niet meer gezien online. Oké, ik had nog wel een berichtje gestuurd. Of hij nog een vrije radio wilde. Of hij weer nog bij ons wilde komen. Maar geen reactie, ja, wel dat hij het gezien had. Maar dus ik denk dat hij alleen zijn telefoon, bereik via zijn telefoon heeft of zo. Dat is wel jammer, anders hadden we een echte oorlogsverslaggever gehad in Vrijheid. Hij is al 23 uur niet online geweest. Nou, Oké. Nou ja, in ieder geval gisteren had hij het wel gezien en geen reactie. Dus misschien zat hij net op de laatste. We zaten erover te denken om een huis te kopen in de Oekraïne. Het was toch. Een week geleden of zo, zouden we een bod doen van 4 ton of zo. En zijn laatste bericht gisteren was dan, nou vind ik 4 ton wel te veel. Zo'n 3 ton, tonnen vliegen eraf gewoon. Ja, er waren ook wel bommen gevallen in die regio waar dat huis stond. Dus, Wat was er dan? Welke regio? Ja, een beetje buiten Kiev. Oké. Het zijn een paar van die luchthavens die ze daar aanvallen. En ook wel, want tot nu toe hebben ze in de meeste plaatsen, proberen ze alleen kantoren van de geheime dienst, leger, allerlei militaire zaken te raken. Ze zijn niet bezig de bevolking tegen zich in de harnas aan te jagen. Maar is dat dan in zo'n stad als Kharkiv, waar 95% Russisch spreekt, dat ze daar gewoon met een Stalin-orgel gewoon multiple rocket launches gewoon in zaak staan te en ook woonwijken aan het raken zijn. Misschien denken ze, die hebben we toch al mee. Een beetje zoals de VVD met de kiezers omgaat over. Die hebben we toch al, dus die stemmen toch al op ons, dus hun mensen hoeven we niet naar te luisteren. Daar staat natuurlijk ook boven, 4 ton, boven. Dat klinkt dan. Peter, 4 ton. Dan heb je daar dan niet een waanzinnig groot huis met een waanzinnig stuk grond? Want de prijzen liggen daar toch wel anders, of is dat niet zo? Of is dat dicht bij Kiev, zijn de prijzen toch nog wel redelijk? Het is een heel mooi ding, ja. Het is zelfs, zelfs drie huizen op het gebied met een zwembad erbij en een barbecuehuis en een sporthuis. Is dat niet het oude paleis van Stalin? Want er staat bij Kiev staat toch een paleis van Stalin te kopen. Dat is misschien wel 4 ton zijn. Dat was al een paleis, maar sinds dat hij dood is dat niet meer onderhouden. Maar ik heb wel zo'n YouTuber die heeft dat bezocht, weet je wel. Maar er zit nog wel bewaking, security daar. Dus, is daar zo'n huis. Die was laatst gekocht. Dat heet het House of Corruption, hebben ze het al genoemd. Dat ik altijd een beetje hypocriet vind. Want dat geeft het idee van, toen hadden we corruptie. En dit was zijn huis. En het is een heel potserig, lelijk huis. Met allerlei verschillende stijlen door elkaar. Van die Romeinse beelden. En een galjoen heeft hij in zijn leger. In zijn vijver liggen. Echt, het is vrij triest qua smaak. Maar, en ook niet eens veel luxer dan een gemiddelde internetmiljonair of zo. Maar dat is nou dan een museum geworden. Maar
Ja, en wat mij opviel is, in die wijk waar dit huis ligt, dat is dan ook een gated community. En daar woont dan ook een communist. Een van de grootste belangrijkste communisten die woont daar in die wijk. Die, oh, ja. Dus die zitten in een vrij dure wijk inderdaad daar. Zit die lekker communist te zijn. Ja. Zo'n Bernie Sanders. Als je dan inderdaad een buurtbarbecue hebt en de Oekraïense Bernie Sanders komt langs, zegt hij dan gelijk van oké, dat is over mij. Ik ga even herverdelen die barbecue, die drumsticks. Ondertussen heel veel in zijn mond stoppen. Wat over is, dat is voor de rest. Maar wat ik ook hoorde was dat in Oost-Oekraïne, zeg maar Donetsk in die separatiste staten, dat het daar lekker rustig is. Die hebben iets 12 jaar lang bommen op hun hasses gehad en dat is nou even klaar. Die zijn eigenlijk wel verblijd. En voor hun is het een bevrijding. Ja, ik bedoel, als je heel rustig wil zitten in Europa. Naar Rusland gevlucht geloof ik. Nee, ik dacht dat het toch nog wel gevocht was. Ergens zat ik ook te denken, het zou mij niet verbazen als dat hele zaakje in gang is gezet door een offensief richting die deelrepublieken toe. En dat ze zo ver gegaan zijn dat die wel moest optreden. Of zo. Dat, zeg maar, het is toch wel toevallig dat die COVID-crisis afloopt en dat er gewoon gelijk daarna goed in de oorlog begint. Zeg maar. Waarom is die dat begonnen? Is het met bloed onder de nagels vandaan gehaald, laat ik maar zeggen. Maar ik weet, vooral die president van die Donetsk, die is opgeblazen. Die hebben ze in een café, de separatists, zat in een café. En die hebben ze opgeblazen een jaar geleden al. En dat was een hele populaire figuur daar. Als je dat soort dingen natuurlijk maar genoeg doet, dan op een gegeven moment lok je wel een reactie uit. Ik weet ook niet wat het anders is. Vanuit de kant van Poetin gekeken was natuurlijk het akkoord van Minsk was verbroken. Er zou niet gevochten worden. Oekraïne heeft een of andere, het Azov-leger. Dat is een soort leger van tokkies over de hele wereld. Die komen daar bij elkaar om een beetje extreem rechts. Om de kerstverlichting ophangen. Ja, de toren fakkels te lopen. Die waren die Tini en Lau was dat, maar ja, dat goed, dat maakt niet uit. Ja, moet je dat zeggen, white trash. Ja. Waar alle neonazis van de hele wereld die komen daar naartoe om dan te vechten voor het Arisch belang of zo. Bataljon, die. Ja, Azov. Ja, die hebben ze losgelaten daar. Ik had er wel wat gezien daarover en gelezen en zo. En die hebben echt verschrikkelijke dingen gedaan. Het ergste was dat ze dan allemaal. Het was een protest van wat linkse studenten in Odessa. Die hadden ze toen opgesloten in dat pand waar ze dan die actie voeren. En helemaal dichtgetimmerd en vervolgens in de fik gestoken. Er zijn 30 studenten omgekomen. En alleen The Guardian en The Intercept die hebben daarover bericht. En de NOS die heeft daar gewoon over gezwegen. Helemaal niks erover bericht en zo. Maar dat soort dingen hebben ze gedaan, weet je wel. Maar dat hebben ze toch ook al vrij snel gedaan na die coup eigenlijk. Ja, na die 2014 was dat, ja. Ja. Maar sindsdien zijn ze gewoon doorgegaan. En met name in het oosten. Dus, en in ieder geval met het akkoord van Minsk was de bedoeling dat ze dan dat niet zouden doen. Maar het ging gewoon maar heeft door. De overheid van Oekraïne daar dan, zeg jij, eigenlijk weinig controle op die Azov-troepen? Zijn die een beetje, doen die zelfstandig, dat soort dingen? Nou, ja, of wat denk jij? Nou ja, dat weet ik niet, want ik denk dat die regering in Oekraïne daar wel controle op wil hebben in hoezeer er, zeg maar, geëscaleerd wordt. Ja, en daarom gebeurt de shit daar. Ja. Volgens mij is er wel over gesproken bij die revolutie in 2014 van wat doen we met die luien. Ik weet niet precies wat daar toen de conclusie van was, maar ja, die willen ze natuurlijk een beetje buiten beeld houden wel. Maar toch wel wat. Er zit een deel ook in de regering, een deel van die mensen die zeg maar ook daar gelinieerd zijn aan die Azov, zitten die ook in de overheid zelf? Gezegd dat de tweede man na Zelensky, dat is de gast die dat bestuurt. Met die naam. Nou, die Tsjetsjeense rebellen, die Tsjetsjeense soldaten, die zijn op reis om die
gasten van Azov dan te bevechten, daar ergens bij Mariupol in het zuiden, aan de Zee. Dat schijnt een vreselijk gevecht te worden, want die hebben elkaar allebei van vreedheden beschuldigd, zeg maar. Dus die Azov te zeggen dat die Tsjetsjenen enorme vredelui zijn en andersom. Dus ja, die zullen daar wel helemaal last van. Daar worden wel wat erge dingen verwacht. Ja, ik zie een beetje zo'n herhaling van Syrië, zie ik nou gewoon ontwikkelen. Ik bedoel, en dan heb je Al-Qaeda en ISIS die met elkaar gaan vechten of zo. Je weet dat allemaal uiteindelijk komt het geld en de wapens komt allemaal uit Amerika. Jongens, hier hebben jullie wapens. Ga lekker met elkaar vechten. Wij kijken toe en gaan op jullie wedden of zo, weet je wel. Ja, maar het grote verschil is nu in... Je hebt een Patreon, GoFundMe voor het Oekraïnse leger. Je vraagt je af, hey, staat dat in de terms and conditions voor Patreon? Maar kennelijk, je mag geen truckers in Canada funden, maar je mag En dat de mensen dus niet zien hoe hypocriet het is. Het lijkt echt, ja, tenminste, ik volg het dus ook niet meer zo. Hè. De hele Oekraïne, ik heb er misschien een uurtje van mijn tijd aan besteed. Mm-hmm. Maar sinds dit jaar. Maar ik kan me dus niet, ik snap gewoon niet hoe twee weken geleden zitten we inderdaad over die truckers. Dat hun geld wordt afgepakt en dat iedereen nou naar Bitcoin gaat. En dat nu mensen dus bitcoins gaan overmaken om het Oekraïense... En ook gewoon weer zo'n GoFundMe gebruiken om dan direct oorlog te sponsoren. En dat is dan geen probleem. Ja, maar het zijn niet dezelfde mensen, Yoshi. Nee, ja, tuurlijk. Niet dezelfde. De mensen die de truckers in Canada geld gaven of bitcoin. Dat zijn, daar hoor je, ik zit toevallig op zo'n Telegram-groep. Daar heb je juist dan heel veel van die mensen van, waarom is nou iedereen met Oekraïne bezig? Want dit wordt heel erg gepusht door de overheid. Terwijl wij werden als demonstranten helemaal doodgezwegen, weet je wel. En dat ze dus niet zien dat dat allemaal georchestreerd is. En dat dat gewoon zo gemaakt wordt dus om de mensen tegen elkaar spreekt. Op te zetten. Nee. Maar net wie je spreekt. De kranten niet in ieder geval en de mainstream, die hebben hun mening wel klaar. Ja, natuurlijk. Maar er zijn natuurlijk, je hebt een groep mensen die gewoon alles volgen. Die zijn de ene keer Black Lives Matter. En dan zijn ze weer boos op Orbán. En dan hebben ze zo'n homo-vlag op een profielfoto, weet je. Want omdat... En niemand kent die homo-wet in Hongarije. Nou, ik heb er op een gegeven moment nog met heel veel pijn en moeite heb ik er een stukje van gelezen. En het ging erom... Dat my cryptocurrency is so important. Take back the... geen onderwijs over homoseksualiteit. Maar ook niet over transgender en over pedoseksualiteit. En dan vanaf de middelbare scholen mocht dat dan wel weer. Nou, het viel allemaal best wel mee. Maar het werd een beetje gedaan alsof homo's daar gewoon aan lantaarnpalen werden opgehangen of zo. Weet je wel? En iedereen ging zijn profielfoto veranderen. En dat zijn dezelfde mensen die op een gegeven moment daarna weer gaan zeggen: stay the fuck home, weet je wel? Die had toen, blijf thuis. En dan moet iedereen thuis blijven en geen griep. En die gaan gewoon van de ene naar de andere. Weet je wel? I support the current thing. Dat is het. Maar ja, ik heb er laatst ook een artikel over geschreven. Is dat die Matthias de Smet, die Belgische professor van Gent. Ja. Die had gezegd, als er aan vier condities gedaan is. Dus lack of social bonding. Dus mensen hebben geen goede vrienden meer of geen verbintenis met elkaar. Al hangt de samenleving als losstand aan elkaar. En lack of purpose. Dus je hebt het idee dat je baan maar bullshit is. En dat je eigenlijk, waar ben je nou eigenlijk mee bezig? Waar werk je nou? Waar doe je dat voor? En dan free-floating anxiety. Dus je hebt angst die niet gebonden is aan een bepaalde oorzaak die je kan aanwijzen. En free-floating aggression. Dus dat je voelt je boos en gefrustreerd, maar je weet niet precies waardoor het komt. Want je kan je vinger er niet op leggen. En dat, omdat je genaaid wordt door een onzichtbare vijand die zich als je vriend voordoet. Maar als aan die vier voorwaarden voldaan is, dan kan je dus heel makkelijk krijgen dat een partij komt en die zegt, ik kan je uitleggen waar het door komt. Daar komt het door. Het komt door die anti-vaxxers of zoiets. En dan gaat een hele groep, die gaat zich helemaal kapot hakken op de anti-vaxxers.
En dat geeft ze ook een enorm gevoel van verbintenis, want ze zijn lekker bezig met z'n allen, profile pictures veranderen. En dat zie je nou, en omdat die grondoorzaken niet zijn weggenomen, zie je dat gewoon weer naadloos overgaan nou is het weer allemaal Poetin. En er zijn er mensen die ik jaren niet gesproken heb, die opeens allemaal, hey Peter, hoe zit dat met... En je weet gewoon, die mensen, dat is de doelgroep. Die kan je zo herprogrammeren naar de volgende calls en de volgende en de volgende. En het is ook helemaal niet duidelijk waar dat op gaat eindigen, zeg maar. Wie gaat er uiteindelijk naar het concentratiekamp in, hè? Of die verbrandingsovens. Het kan best zijn dat antivaxxers helemaal vergeten zijn als het tegen de tijd weer is. Dan is het weer een of andere groep. Dan zijn het, weet ik veel, misschien zijn het allemaal Russen of zo die dat... Wat me opvalt met die propaganda, van ik heb niet heel veel, kijk, ik trek het gewoon helemaal niet, die tv, dus maar ik zie dan dat er is een enorme Poetin-haat, maar die Poetin-haat is ook heel specifiek, want iedereen zegt dan hetzelfde, papegaait elkaar na, en zeg allemaal, ja, Poetin is gek. Nou, dat is ook heel makkelijk, als iemand gek is, nou, dan heeft hij dus ook helemaal, kan hij helemaal geen goede redenen hebben om iets te doen. Ja. Of een rationele reden, het hoeft niet eens, je hoeft het er niet helemaal niet mee eens te zijn, maar hij is gewoon niet irrationeel, hij is gek. Dus je hoeft je ook er helemaal niet meer verder in te verdiepen wat er gebeurt, want ja, je hebt iemand die is gewoon gek. Ja, wappie. Hey, wappie. En ik bedoel, als je nog van Biden zou zeggen dat hij gek is, nou, dan heb je nog ja, die State of the Union heb gezien. Maar ja, dan kijk, de mensen die echte controle hebben daar, die zijn natuurlijk helemaal niet gek. Dus. Maar het gaat er gewoon om van, iedereen papegaait elkaar dan ook na. En het is natuurlijk ook zo van, als je dan... Er was een heel mooi verhaal van, kennen jullie de Hotz Twins? Dat zijn die zwarte Amerikanen, dat zijn de conservatieven, dat zijn Trump-supporters. Oh, die twee, ja. Tweelingen. En nou, ja, dat zijn conservatieven, die zijn normaal gesproken heel erg van support the man, the men and women in uniform en sta voor je vlag en allemaal dat soort figuren. En die hadden eigenlijk een heel genuanceerd verhaal. Die zeiden van, moet je nou eens luisteren van... Kijk, die NAVO die rukt helemaal op naar die grens van Poetin. En Poetin wil dat niet. En dan kun je leuk vinden en kun je niet leuk vinden. Maar dat is zo. Maar de Verenigde Staten, die zou precies hetzelfde hebben gedaan. Hè? Ze hebben natuurlijk het Cuba-verhaal gehad. Dat toen brak er een bijna derde wereldoorlog uit. Omdat er raketten naar Cuba werden versleid. Alleen Cuba was ook nog een land. Gewoon, er lag nog gewoon een stuk water tussen. Maar zij vergeleken het met van, ja, de Russische Federatie valt dan uiteen. En je hebt dan voormalige landen uit de Sovjet-Unie. Die dan worden eigenlijk gewoon, die neemt de NATO eigenlijk in om die, dat brengt wapens daar naartoe. Ja. En dan zei van, ja, dat kun je bijna vergelijken van, stel dat je hebt Californië. En nou, dat zijn toch een steltje fucking extreem linkse communisten. En die scheiden zich af. Nou ja, good riddance. En dan zegt Poetin van, oh, dat is leuk, dan gaan wij wel even leuk wapens in Californië neerzetten. Zo, weet je wel? Nou, dan zou Amerika nooit accepteren, die zou gelijk Californië binnenvallen. Weet je wel? En dat is een beetje zo als je het vergelijkt met Amerika. Ja, hoe erg is Poetin dan bezig? Hoe gek is hij dan bezig? Laten we het dan, ik bedoel, zonder... Weet je, ze hebben ook niet echt hun best gedaan, de NAVO en de EU en Amerika, om te voorkomen dat er een conflict zou komen. Weet je, ook vanaf 2014. En nu gooit die van der Leyen nog eens even olie op het vuur. Die zegt van, kom nou maar bij de EU. Wij hebben daar volgens mij nog een referendum over gehad. Ik hoorde onlangs uit een artikel voor de Eerste Wereldoorlog. Oef, wacht even hoor, je valt weer weg. Oeps. Er wordt gejammed door Poetin. Russische jammers zitten erop. Cyberaanval bij Peter. Ja, cyberaanval Peter. Je hebt, even wachten, ik denk, want wifi gaat natuurlijk met zo, hè? Hey, joh, zometeen heb je weer een goede... wifi is gewoon helemaal goed. Je hebt weer goed bereik, je bent weer goed te horen. Hey, het komt gewoon om even een notitieblokje op te starten. Maar op een of andere manier als ik dat doe, dat notitieblokprogrammaatje hebben ze steeds uitgebreider gemaakt. En nu is het zo'n gigantisch pak dat ik bijna een operating systeem opstart. Hadden ze het nou gewoon hetzelfde gehouden, had ik er blij mee reed. Maar oké, heb ik het op mijn telefoon staan, kan ik het ook. En dat boek dat heet Falsehood in Wartime. En daar staan 10 punten genoemd die
altijd aan alle kanten van elk conflict genoemd worden. En punt 1, we do not want war. Dat is natuurlijk altijd wat alle partijen zeggen. Zij willen oorlog, maar wij niet. The opposite party alone is guilty of war. 2, and the enemy is inherently evil and resembles the devil. 4, we defend a noble cause, not our own interest. Dat is ook een hele mooie, zeg maar. 5, the enemy commits atrocities on purpose. Our mishaps are involuntary. Dus ja, wij maken ook een ongelukje, maar de tegenstander die gaat echt uit de weg om burgers af te slachten. En dan the enemy uses forbidden weapons. Dat zie je ook heel vaak terugkomen. Dat ze een of andere, ja, die gebruiken een nucleair wapen. En dat gaat ook heel lang terug. Ik weet in de Spaanse-Amerikaanse oorlog. De Spanjaarden die zouden magnetische mijnen gebruiken. Dus schandalig magnetische mijnen. Dus kan echt. Nou, ik krijg een heleboel opwinding over dat de vijand een of ander wapen gebruikt. Wat dan zogenaamd. Dat ging al terug naar de kruisboog, hè? Ja. Is dat? De kruisboog. Ja, met Syrië ook. Daar werd ook van gezegd. Chemicals, van, ja, dit... red line, Obama, dat was een red line, chemical weapons. En ja, je mocht mensen natuurlijk allemaal met drones opblazen, allemaal geen probleem. En dus met tetrachlorobenzoparadioxide is geen probleem, zolang je het maar Agent Orange noemt. Hey, Johan, hoe komt het dat jij die artikelen van die titels van het Daily Mail nooit kan lezen, maar dat gewoon foutloos eruit gooit? Ja. Ja, dat komt nog uit mijn school. Ik weet niet, probeer een beetje hoe breekt jouw brein eigenlijk? Ik snap jouw brein niet. dat vanaf de middelbare school al dat uit mijn hoofd geleerd heeft. En ik kan het nog spellen. Ik kan zelfs als ik dronken ben, kan ik dat nog spellen. Ja, maar het was... Ga verder. De 7 is, we suffer small losses. Those of the enemy are enormous. En 8 is, recognized artists and intellectuals back our cause. Dus Sean Penn, die was te voet ontsnapt uit de Oekraïne. Wat doet Sean Penn? Wat deed hij daar überhaupt in de Oekraïne? Propaganda filmen. 9 is, our cause is sacred. En 10, all who doubt our propaganda are traitors. En ik denk dat je bij alle oorlogen van alle tijden aan alle kanten terug ziet, dit verhaal. Ja. Nou ja, ik zit dan ook te denken, die heerser die er nu is in Oekraïne, die willen eigenlijk ook bij de EU, hè? Ja, Zelensky, ja. Ja. Zelensky. Ik denk dat veel mensen in de Oekraïne dat wel willen, hoor. Ja. Wat zeg je? Dat die... Ik denk dat veel mensen in de Oekraïne dat wel willen. Onderdanen ook. Ja, ik weet je dat. Ze hebben gewoon het idee dat West-Europa een rijkdom is. Hè? Ja, precies. Kijk, ik denk dat heel veel Oost-Europeanen onderschatten wat de EU is. Natuurlijk gaat er een zak met geld naar Oost-Europa toe. Nou, dan, als je geluk hebt, dan worden er nog wat wegen en wat bruggen voor gemaakt. En de rest, dat verdwijnt dan in zakken van houten metoten die het naar Zwitserland brengen. Maar ja, daarna, als je één keer omgekocht bent. Ja, dan hang je er gewoon in. Want ik denk niet dat zij beseffen dat de EU langzamerhand richting China 2.0 probeert te gaan. En ik hoop dat natuurlijk dat niet lukt. Maar uiteindelijk hebben die Oost-Europese landen ook geen ene kut meer te zeggen. Weet je? Je ziet ook dan zo'n Orbán die dan af en toe nog een beetje stoer doet van nee, we zijn nog steeds Hongarije. Nou, die wordt dan genadeloos op de vingers getikt, weet je wel. En dat is dus uiteindelijk, want ze hebben nou een bek vol van die heerser van Oekraïne. Die, ja, dat land, die wil het land soeverein houden en zo. Nou, ik denk als jij jezelf uitlevert of jouw land uitlevert aan de EU... Dan vergeet die hele soevereiniteit maar. Want daar is de EU helemaal niet... die hebben die bedoeling helemaal niet. En dat zie je in Nederland ook. Het is een beetje als Hotel California. De nummer van de Eagles. You can check anytime you want, but you can never leave. Kijk maar naar UK. Als je uitgaat, dan word je gewoon helemaal... Ja, die is met pijn en moeite uitgegaan. Maar Nederland hebben ze dus gewoon snel dat referendum afgeschaft. Om te zorgen dat wij er nooit uit kunnen. En de D66 heeft zelfs geprobeerd, of die probeert het misschien nog steeds, om in de grondwet vast te leggen dat wij nooit uit de EU kunnen. Dus die willen gewoon Nederland opheffen. En die willen wel gewoon dat Nederland gewoon een provincie is van die EU. En dat is dus wel waar jij net... Dus je kunt je bek volhouden, wij zijn een soeverein land, wij zijn Oekraïne. Je wordt gewoon een provincie van de EU. Dat is waar het uiteindelijk gewoon... En ik denk dat die Oost-Europeanen dat zich nog niet zo
goed beseffen. Die kijken alleen maar naar die grote zak met geld die ze dan eerst nog binnenkrijgen. Of hopen binnen te krijgen. Want dan moet maar afwachten hoeveel er dan... Dat is denk ik een hele goede analyse. En dat is ook veel libertariërs die ik ken in Oekraïne. Die zeggen ook allemaal, in godsnaam, ga niet bij de EU. Het is een trap. Het is, je krijgt één keer een zak met geld en daar ben je... Want je kan je hele, weet ik veel, kippenindustrie kan je wel vergeten. Want om een kippenindustrie volgens te doen, en dat geldt voor elke industrie, moet jij zulke gekke dingen gaan doen. Dat, je moet je aan zulke absurde regels houden. En dat gaat ze echt niet lukken. Daar moet je investeren in advocaten die de eerste 2 jaar alleen maar boeken gaan zitten lezen over wat de regelgeving zijn. En dan ben je al lang failliet voordat je dan... daar moet je... Ja. Ja, ik was daarbij zo'n bierdrinkavondje gezeten. En dan zit er ook wel eens een Oekraïense zakenman bij. Die dan denkt van nou, allemaal buitenlanders. Misschien kan ik eens een contactje leggen of voor de export of zo. Want, en er zouden inderdaad goede mogelijkheden zijn, maar kijk je er niet op hoe lastig het is om wat dan ook te exporteren naar de EU en om aan de regels te voldoen. Daardoor al wat tegen. Ja. Maar ik denk dat het ja, en waar de EU ook heen gaat, waar de EU ook nog de komende 10 jaar naartoe gaat. Het wordt alleen maar erger ook, ja. Kijk, zij hebben dat leuke EEG nog in hun hoofd. Een beetje een lieve EU. Maar die EU is nu al niet meer zo lief. Maar je moet ook maar kijken in 2030, hoe is de EU dan? Wat voor plannen hebben ze? Waar gaan we dan naartoe? Nou ja, dat is de enige manier waarop Nederland eruit kan, volgens mij. Ja. Is dat de EU gewoon verdwijnt. En dat dan, wij zijn de laatste die eruit stappen, volgens mij, met Duitsland. Nou, ja, en dat is inderdaad de enige manier waarop al die empires... Alle empires die eindigen alleen maar als op financiële bankruptie. Nooit omdat mensen voor het einde zeggen van... misschien moeten we eens even wat matigen, want anders gaat het mis zo. Nee, ze gaan altijd volle snelheid door, totdat ze die betonnen muur raken. Beter. Het hele punt is van de EU, als je ziet hoe het in elkaar zit, wat de EU juist sterker maakt, is juist dat falen. Ik bedoel, ze breiden zich uit, ze groeien alleen maar door te falen. Ja. En dan, want elke keer als ze falen, hebben ze reden meer, om weer uit te breiden. Meer macht en meer... Dus ja, hoe meer ze falen... Ja, dat is toch zo. Maar... Ja, dat zie je nu ook met die zogenaamde pandemie. Met de zogenaamde pandemie. Want ze zeggen gewoon, ja, we waren eigenlijk niet goed voorbereid op een pandemie. Ja. Nou, dan slaat de angst echt goed om mijn hart als ik dat hoor. Weet je wel? Dan maak je dan wel je borst maar nat. Dat ze gaan zeggen. Ja, maar het is toch zo. Maar uiteindelijk groeit het toch tegen een bepaalde grens aan. Hoeveel je ook... zeg maar, faalt en dan weer groeit. De productiviteit van werknemers, van je onderdanen, die zakt gewoon in elkaar. Omdat ze gewoon echt niet meer inzien waarom ze het nog zouden doen. Want denk nou eens aan je bent een Canadese trucker of zo. En niet alleen de Canadese truckers die alles afgenomen wordt dan in de truck en hun vergunning en wat dan ook. Maar dan gaan ze die trucks in beslag nemen, zei ze in Canada. En dan gaan ze die trucks, die gaan ze dan doorverkopen aan nieuwe truckers. Maar welke nieuwe trucker gaat er nou dan zo'n truck kopen als hij weet van, als je niet 26 reacties neemt als de overheid dat eist, dan word je gelijk je truck van je afgepakt. Dus dat lukt gewoon niet meer. En ja, dan stort ze een hele economie in, omdat ze dat overal aan het doen zijn. Ze zijn de boeren de nek aan het omdraaien, net nu er een voedselcrisis dreigt. Ze zijn de bouwsector met de stikstof en zo, terwijl de huizenprijzen door het dak gaan. Zo zijn ze alles aan het verknallen. En het houdt een keer op natuurlijk. Je kan wel zeggen, oh ja, we hadden toch meer, we hadden nog meer macht moeten hebben. En meer een groter budget. Dus duidelijk hebben we te weinig geld. Het houdt een keer op. Precies. En dan klappen de prijzen pas echt helemaal door. Ik wil nog even zeggen, deze week is er ook door Servië een statement gemaakt. En die blijven buiten alle sancties, hebben ze gezegd. Dus ik zit hier in neutraal grondgebied, in tegenstelling tot een Zwitserland bijvoorbeeld. Dus jij kan doorvoeren. In Servië gaan toch ook stemmen op? Wat zei je? Joshi, in Servië waar zijn toch ook een hoop mensen die het wel een aantrekkelijk idee vinden, die EU? Dat... Nou, sowieso de huidige leiding, die vlucht ermee, ja, dat zeker. Maar de mensen zitten dan niet echt op te wachten, omdat ze ja, toch wel wat beter in... Nou, ik kan het ook weer niet zo goed, heel goed peilen, maar...
Sommigen willen ook wel bij de EU, want je moet het zo zien, wat de EU dan doet, die sponsoren hier alle ambulances bijvoorbeeld. Nou, en dan heeft iedereen, als ze zien, al die ambulances hebben Europese vlag. En op die manier, ja, kopen ze toch een beetje het gevoel van de mensen van, oh ja, dan heb ik veiligheid en dan hebben we nieuwe ambulances en dan wordt het allemaal beter. Maar ja, ik zeg juist tegen ze van, joh, je moet blij zijn dat je voor jezelf bent en... let maar op, want ja, je gaat er nog heel veel profijt van hebben dat je er niet bij hoort. Ja. En ik ben ook heel blij om te horen dat ze dus neutraal blijven. Nee, maar dat betekent, Jussi, dat jij doorvoerland kan zijn. Jij kan gewoon. Ja. Die wodka witwassen. Je koopt gewoon Russische wodka, daar doe je een ander labeltje op. En dan hartstikke idee naar de EU toe. En aan de andere kant gewoon, Jussi's wodka. En de andere richting op. Kan jij ook gewoon alles wat dat niet naar Rusland toe mag, dat kan jij gewoon, dat gaat allemaal naar Servië toe. Ja, ja. Maar Serven hebben ook traditioneel wel iets met Russen, toch? Met de Rusland, of is dat niet zo? 100%. Zeker. Want die spreken bijna dezelfde taal en die hebben geen alfabet, maar die gebruiken een azbuka voor hun taal, zeg maar. Dus die hebben andere karakters, Cyrillische karakters. En die hebben hetzelfde geloof. Die zijn allebei orthodox-christelijk geloof. Dus daar zit heel veel vriendschap tussen, ja. En toen Joegoslavië gebombardeerd werd 30 jaar geleden, was Rusland de enige die er een beetje tegenin ging, zeg maar, met wat er gebeurde. Dus ze hebben altijd een hekel aan de NAVO en een goede verstandhouding met de Russen, ja. Iemand in de chat zegt, Jossi krijgt in ieder geval geen kernbom op zijn hoofd. Ik denk het ook niet. Ik zit hier weer goed. Nee. Ik kan mijn auto met gerust hart gewoon verkocht laten. Ik hoef geen nieuwe te kopen. Maar ik probeer al heel lang naar het tweede bericht te gaan. Ja, ik wil zo graag nog één ding over de EU zeggen. Ik woon in Friesland. En dan heb je dan een fietspad. En dan staat erbij. Dit fietspad is mogelijk gemaakt door financiën vanuit Europa, door de EU, weet je wel. Alsof wij in een unie moeten zitten met Grieken en Polen om een fietspad aan te kunnen leggen. Weet je wel? Ja, maar in sommige landen dus wel. In sommige landen wel. Maar in Nederland, in Friesland. In de Oekraïne. Peter vertelde dat hij ooit een of ander bos was. En er stond dan een fietsenrek. En op de fietsenrek, want dit fietsenrek is mogelijk gemaakt door de EU. Die lui weten gewoon. En je lacht erop en je denkt, het is belachelijk. Maar dit soort dingen, dat doen ze gewoon 10, 15 jaar. En dan denken ze, de EU zijn zulke vriendelijke mensen. Die geven ons gewoon een fietsenrek midden in het bos. Dus, Ja, maar anders, zonder de EU, waar had je dan je fiets neer moeten zetten? Nee. In dat bos. Dan had je je fiets gewoon weg kunnen gooien. Zonder de EU-parlementariër om de hoek van dat bos. Er woont een EU-parlementariër om de hoek van dat bos. En die heeft dan geregeld dat hij daar elke keer zijn fiets kan zetten. Ja, waarschijnlijk. Het is een belediging. Er is ook enorme wegen aangelegd. Van hot naar her. Van die steden waar niemand overheen rijdt. Een enorme EU-asfaltvlaktes. Volgens Europese standaard. En het is gewoon paaien. Het is gewoon... Je gaat de Schotten paaien. Want die hebben toch een hekel aan die Britten. Dus die kan je daar gewoon van losweken. Op een gegeven moment. En het is ook een soort dolk in de rug van de Engelsen. Dat je weet van, jongens in de Londen, we hebben wel die Schot in onze zak zitten. Hè? Want die zijn helemaal, die glijden helemaal weg van onze cadeautjes die we ze jarenlang gegeven hebben. Ja, maar ECB die zegt crypto-regulatie om Russische sancties ontwijking te voorkomen. Ik dacht dat wij echt al veel verder waren in de berichten, Johan. Nee. Je moet daarom steeds piep ik dat net. En dan zat er iets van crypto-regulatie tussen. Ja, en ik heb vandaag een tekst geschreven. Ik zal hem even delen met de mensen. Maar waar het in het kort op neerkomt is dat ik heel erg depressief word. Als ik zie wat dus de gemiddelde mensen om lopen te roepen. En die roepen dus sinds een paar dagen dat crypto beter gereguleerd moet worden om op die manier
de sancties steviger van kracht te dus kunnen. Al die tijd was het verkeerd gereguleerd. Nee, maar dat is echt, ja, ik word er zo droevig van als ik dan denk van jongens, kijk nou eens wat je doet man. Nou zijn we weer met een oorlog daar bezig en ik zoom nou eens een keer uit en zie hoe absurd het allemaal is wat je loopt te roepen. Maar zo hebben ze het altijd gedaan, hè, via de roep des volks. Uiteindelijk komt roept de volk zelf om een eigen strop op mijn nek. En dat is, dat is hier het geval. En het kan ook best het geval worden met een internetpaspoort. Dat willen ze ook het liefst hebben. Dat op een gegeven moment dat er gezegd wordt van, weet ik veel, er komt een cyberplandemic. En die cyberplanning zo erg, een heleboel banken kapot en mensen hun geld weg en iedereen pisneidig. Dus ja, dat komt ook omdat iedereen zomaar het internet opkomt. Je moet gewoon je identiteit biometrisch scannen voordat je het internet op mag. En ik denk dat heel veel, dat de roep des volks dan ook wordt van, ja, dat is een goed idee, moeten we hebben inderdaad. Dus ze regelen het altijd via die roep des volks, die ze gewoon heel goed kunnen opwekken. Ja. Ja, dat zag je toen ook aan het begin van de pandemie. En dan zei iedereen, nee, de scholen moeten dicht. En was het dan niet in het plan. Nederland ging niet met de scholen dicht toen. En toen stond iedereen ineens op z'n achterste poten. Ja, toen moesten de scholen ook dicht. En de manier waarop ze dat speelden, dat was ook gewoon, ja, echt mind control tot en met gewoon. Maar ja, de mensen blijven het toch niet... Je weet dat zij die scholen open willen. Daar hoef je echt geen zorgen over te maken. Want die scholen indoctrineren ze iedereen tot een belastingsslaaf. Als je die scholen niet hebt, dan vinden mensen het heel raar als ze 18 zijn en ze hebben niet op de staatsschool gezeten. En er komt opeens een vent die zegt, ja, ik krijg de helft van je inkomen. Dan is dat heel vreemd. Maar dat hele frame wordt geschapen in die opleiding. Dus die scholen, daar moet je geen zorgen over te maken. Die zeggen, die komen er wel. Nee, maar alleen de opleiding, je krijgt alleen geen opleiding. Aan het begin van die pandemie, nee, het is een brainwash, maar aan het begin van die pandemie deed Nederland het heel rustig aan. Dan zeiden ze, nee, we gaan voor groepsimmuniteit en we willen niet een lockdown. Maar daar werden de mensen waren zo bang gemaakt dat ze zeiden, nee, wij willen wel dat alles. De mensen hebben dus zelf om die lockdown gevraagd eigenlijk. In Nederland. Ja, dat is. Zo doen ze dat, ja. En ze hebben altijd een excuus. Of het zijn de experts. Ze hebben een team van experts. En die zeggen dat we dit moeten doen. Wij volgen alleen maar de experts op. Of inderdaad, ja, het volk wil het nou eenmaal. Kijk, maar hier zie je het volk en die roepen erom. Ja. Nou ja, kijk, wat wij ook wel hebben gehad, volgens mij. En dat is volgens mij het verschil met Rusland. Want daar vorige week, ja, kon beter in Rusland zitten onder Poetin. Had je het een stuk beter gehad. Maar wat ze daar niet deden, was die enorme tozo-bedragen uitkeren. En op een gegeven moment hebben ze in Moskou volgens mij wel een soort QR-code gehad. Of een soort pasje dat je geïnjecteerd moest zijn of getest. Nou ja. Anders kon je niet naar de kapper of naar de winkel. Maar mensen gingen gewoon niet meer naar die kapper of die winkel. En die winkels en die kappers, die kregen niet die tozo's die wij hier in Nederland hadden. Dus die gingen gewoon maar weer zaken doen met de mensen. Ja, en toen hebben ze natuurlijk gezegd van toen heeft natuurlijk de burgemeester gezegd van, we stoppen ermee. Want het ergste voor de overheid is natuurlijk als de bevolking er zelf mee stopt en nu klinkt het alsnog een beetje alsof de overheid het zelf bedacht heeft. Maar dat is natuurlijk de reden dat ze in Sint-Petersburg en al die steden hebben ze gewoon alles opengelaten. Want hier in Nederland hebben wij gewoon de middenstand omgekocht om mee te doen aan een apartheidssysteem. Aan dat hele virusfascisme. Maar zonder nou zeg maar de Russen helemaal die veren niet kon te douwen. Het kan natuurlijk ook zijn dat ze het geld niet hadden. Of niet konden regelen. Dat het niet alleen goedheid is of zo. Maar in ieder geval, het kwam er wel op neer dat het gewoon een stuk leefbaarder was daardoor. Ja, in Rusland, ten opzichte van Nederland. Zij kunnen niet enorme bedragen bij IMF lenen, weet je wel. En ze kunnen ook niet permitteren om een staatsschuld te hebben. Dus om allerlei redenen. Dus Rusland bedoel je? Ja, Rusland heb ik het over, ja. Dus zij kunnen dus ook niet hun burgers omkopen met andermans geld, weet je wel. En dat moment komt volgens mij voor de EU en de USA ook steeds dichterbij.
Dat, want maar is het zo dat Poetin misschien ook niet afhankelijk wou zijn van die IMF? Want ik kan me voorstellen, er is toch wel olie in Rusland. Dus waarom zouden ze geen geld kunnen lenen? Ze hebben toch grondstof en zo? Maar olie als onderpand. Wou Poetin het gewoon niet? Nee, maar dat heeft ermee te maken. Als gebruiken. Dat is, lijkt mij heel lastig. Dan zou Venezuela ook een lening kunnen krijgen. Maar het punt is natuurlijk dat die overheid op die olie zit en die heeft alle macht over. Dus als onderpand heb je niet zoveel aan. Dan moet je er een leger naartoe sturen in het geval van default om die olie op te halen. Moet je het zelf de grond uitgelopen halen in een vijandig land. Nee, maar het probleem daarmee is ook dat als je dus wel zaken zou doen met een Rusland dat op de sanctielijst staat, dan wordt jouw bedrijf daarna dus ook gesanctioneerd. En daarom houdt iedereen zich aan die sanctielijst, want die willen allemaal gebruik maken van die SWIFT, bijvoorbeeld, om maar even iets te noemen. Dus ze willen allemaal in dat systeem blijven en daarom sluiten ze met z'n allen iemand uit. En als je dan die persoon niet uitsluit, dan ben jij de volgende die ook wordt uitgesloten. Uiteindelijk maakt dat zichzelf kapot, maar ja, behalve als mensen maar mee willen blijven doen. Ja, maar misschien heeft het ook te maken met, bijvoorbeeld Mark Rutte is niet echt de baas. Die heeft toch gewoon mensen boven zich. Dus voor hem maakt het niet zoveel uit, of het maakt juist wel uit. Want als hij zijn bevolking onderdrukt, als dat zijn hogere, de mensen die een beetje boven Mark Rutte staan, als die dat willen, dan behoudt Mark Rutte juist zijn macht door die bevolking wel te onderdrukken. Maar als jij bijvoorbeeld een dictator hebt in Afrika, of misschien die gozer in Wit-Rusland die zegt, ja, ik heb een grote zak met geld gekregen om de COVID-angst erin te krijgen in Wit-Rusland. Maar die neemt die zak met geld niet aan, omdat hij is de echte baas in plaats van Mark Rutte. Dus hij weet gewoon, als ik die zak met geld aanneem, dan sta ik onder controle. En dat wil hij niet. Snap je? En dat geldt misschien ook voor zo'n dictatortje in Afrika. Die denkt van ja, ik kan die zak geld aannemen. Maar dan ben ik dus gewoon niet meer het dictatortje van het land. Dan ben ik gewoon een Mark Rutte. Dan ben ik een puppet geworden. En die mensen hebben dat dan ook niet nodig, dat geld en zo. Die hebben gewoon hun land en die zijn daar al de baas, snap je? Dus dat is een filosofie die ik hier even... Dat is ook wel logisch. Ik denk, kijk, Poetin is ex-KGB. Die weet ook wel van wat er gebeurt als je zaken doet met de IMF. Ja, precies. En Poetin hetzelfde. Poetin is ook in principe de baas van Rusland. Dat is ook geen Mark Rutte. Nee, dus die heeft helemaal geen zin om... Denk ik minder dan een Wit-Rusland. Ik denk, want Poetin die zit ook gewoon op de shortlist van de World Economic Forum. Maar daar is hij nu geëxcommuniceerd, hè? Hij is gewoon eraf. De website is offline gehaald. Hij zit wel bij de World Economic Forum, maar daar zit hij natuurlijk lekker bij. Omdat hij er lekker bij zit, zolang het hem uitkomt. Als je op de website kijkt, naar ik heb begrepen, dan staat dit hele conflict er niet op. Want het is nog steeds het COVID climate change, maar die zijn niet op Oekraïne overgestapt. Dus dat is wel een beetje vreemd. Waarom doet het WEF niks? En het kan zijn omdat India en China niet on board zijn met het hele verhaal. En dat ze zich daar maar als zijde houden. Ze willen niet een clubje lijken. Zeg maar wat je nu in de UN ziet, die willen de VN, of die willen Rusland eruit knikkeren. Maar dan krijg je hetzelfde als ooit met de Volkenbond. Dan worden er een paar partijen uitgeknikkerd. En dan heeft het eigenlijk helemaal geen legitimiteit meer zonder die partijen. Is het gewoon een clubje geworden van de gelijkgestemde. Precies. Ik hoorde ook dat Rusland en India samen een geldsysteem wouden opzetten of iets. Dat hebben ze al. Okay. Daarom hebben ze ook uiteindelijk die SWIFT-sancties niet doorgevoerd, omdat het geen effect heeft. Maar die hebben samen met Brazilië, India, China, Rusland en Zuid-Afrika, die hebben hun eigen betaalsysteem naast het SWIFT-systeem wat eigenlijk de EU en Amerika een beetje is. Oké, maar dat is ook grappig, want dan noem je dus Zuid-Afrika op en Brazilië en India. En die hebben ook allemaal hun eigen koersgevaar in dat pandemieverhaal. Hè? Ja, dat zijn inderdaad, die hebben er een beetje hun eigen visie op. En als je die landen, de aantal inwoners van die landen, want India is 1/5 van de wereld, China is 1/5 van de wereld. Die zijn dus eigenlijk een veel legitiemere internationale wereldorde, weet je wel, dan wat je op de NOS elke keer te horen krijgt van de internationale wereldorde heeft ermee ingestemd. Want heel vaak zitten China en India bijvoorbeeld op een net iets andere lijn. Kijk, Rusland is een heel groot land, maar daar wonen niet zoveel mensen.
Maar die vijf landen bij elkaar hebben toch wel iets... ja, die kunnen best wel iets voor elkaar boksen. En als Europa dan zegt, we leveren niet meer. Nou oké, dan China, dan koopt China het wel, weet je wel. Dus... In ieder geval, Flabbergast zegt, hoge olieprijs. Dus dat past toch mooi bij de climate change agenda van de WEF. Ja, precies. Ja, misschien zitten ze allemaal wel in één kamertje erom te lachen. We gaan het zo meteen nog over hebben. We gaan verder met de berichten. Want we zien hier dat de Syrische rebellen richting het conflict in Europa gaan. Want die hebben nog een appeltje te schillen met Poetin. Ja, dat is misschien wel een mooi bruggetje. Dan kan ik nog wat meer zeggen over die olieprijs ook. Vertel. Want er is dus al jaren... Kijk, mensen zeggen de Wereldoorlog 3 is nu begonnen. Hè? Voor mij, in mijn agenda, is Wereldoorlog 3 begonnen op 11 september 2001. Ja. En sinds dat moment voeren wij over heel de wereld oorlog. Elke keer om een andere reden die vaak niet legitiem blijkt te zijn. Maar in Syrië is er echt internationale wetgeving gebroken. Dat het dus, weet je wel, de massavernietigingswapens in Irak, die bleken nooit te bestaan. Maar ten tijde van dat moment was iedereen zo daardoor in de war gebracht, dat ze toch een beslissing erover hebben genomen die de acties rechtvaardigde. Maar in Syrië was het absoluut tegen alle internationale recht. Wat daar gebeurde. Syrië heeft bijvoorbeeld nooit om hulp gevraagd tegen ISIS, want we waren eigenlijk in oorlog tegen ISIS. Weet je wel, dat was het verhaal. Maar daar heeft Syrië nooit om gevraagd, dus dan kan zoiets helemaal niet gebeuren eigenlijk. En, die oorlog is verloren, dat is duidelijk, want ze hebben Assad nooit ten val kunnen brengen. Afghanistan hebben ze inmiddels opgegeven en het gaat dus om grondstoffen. Wie pakt de grondstoffen? Nou, en er zijn nu allerlei berichten, dat las ik van de week, van Shell stopt met olieboringen in Rusland. Niet dat er dan niet meer naar olie wordt geboord in Rusland, maar dat die winst, die gaat dus niet meer naar het Nederlandse Shell. Nou, en op die manier worden gewoon nu met dit narratief worden belangen herverdeeld. En denk ik af en toe wel eens, ja, dus in hoeverre is het gewoon allemaal nu even gemaakt, zodat een deel van de Oekraïne gewoon nu bij Rusland gezind is. En het is ze dus ook niet gelukt om Oekraïne volledig in te pakken, snap je? Dat is ook niet gelukt. Dus dit is ook een soort van verliestocht die er nou geleden wordt. Zie je overigens wel dat de Russische aandelenmarkt is met 98% gedaald. Is die gesloten, maar je hebt allemaal van die ETF's natuurlijk die in het buitenland treden. Maar 98% zeg, dat is nogal wat. 98%? Ja, nog 2%. En weet je daarover. Wat het is? Ik zal zijn naam niet noemen, maar die zei tegen mij van... Je moet short gaan. Die crypto van jou, wat is dat? Dat is toch alleen maar een gok? Weet je wat je moet doen? Je moet Russische aandelen komen, want die oorlog die komt er toch nooit. Nou, ik hoop dat hij het niet gedaan heeft. En toen had ik hem een berichtje gestuurd. Toen was de aandelenbeurs die was met 30% naar beneden gegaan. Maar ik hoor nu dus 98%. Ja. Wat verdorie. Oh, bij de dip, bij de dip. Dit is nu het koopmoment, zou je kunnen zeggen. Ja, met de keeps dipping. Ja, kan bijna niet meer dippen. Flabbergast vraagt nog wat in de chat en die zegt, zijn Syrië-gangers nu net zo fout als Oekraïne-gangers? Maar daar heb ik ook al een antwoord op, want dat is dus niet zo. Want als je naar Syrië ging, dan werd je paspoort afgepakt. En nu staan er berichten op de NOS... van die gewoon lopen aan te moedigen dat jij in Oekraïne gaat vechten voor je vrijheid. Dus het is absoluut niet... Misschien mag je dat al wel als melkbaan, mag je dat doen. Krijg je gratis QR-code. Ja. Nee, ik had hier nog... Ja, ik had een aantal berichten. Ik denk, spring even iets vooruit. Want we hadden het de hele tijd hier al over. Maar ik heb hier... even kijken hoor, Russia is a major supplier of oil to the US. Dus Rusland die levert nog steeds heel veel crude oil, als het goed is. Ja, ook weer omdat de VS zelf is gestopt met het pompen naar olie. Ja. Voor allerlei milieuredenen. Ja, maar dit gaat gewoon nog steeds door, hè?
Dus Rusland wordt dan overal geboycott. Maar ja, de olie gaat nog steeds naar Amerika toe. En het is gewoon verdubbeld ook nog eens. Ja. Ik begrijp en die, olieprijzen zijn nog omhoog. Dus, ja? Biden nou gezegd dat aan de Amerikaanse producers dat de productie moest worden gemaximaliseerd. Dus ja, okay. Ik vind het een hele interessante cases. Want ik denk dat onze heersers heel goed aanvoelen dat als energie en voedsel onbetaalbaar worden, dat ze dan echt rellen hebben die niet meer te stoppen zijn. Dat is niet even een paar wappierammers erop afsturen met een busje met Romeo's of zo. Dan heb je echt iets wat niet te stoppen is. En ik verwacht dat die hele milieutoestanden en die boeren de nek om draaien, dat ze daar misschien ook wel eens op terug gaan komen. En nog voordat dat helemaal misgaat. Want ja, ik denk wel dat ze wel weten dat die kant niet op moeten gaan. De milieu is zeker interessant ook omdat nou in Duitsland bijvoorbeeld die twee kerncentrales, die laatste kerncentrales die ze uit gingen schakelen. Omdat ze helemaal met windmolentjes en aardgas en dingen. Dat is nou ook in de ijskast gezet. Hè. Ze gaan misschien die kerncentrales langer gebruiken. In bedrijf houden. Hij is in ieder geval een goede reden om geen onderhoud te hoeven te betalen, want hij zou eigenlijk al neergaan, dus we hebben het onderhoud maar even uitgesteld. Ja, daar zetten we hem aan, terwijl die helemaal uit elkaar valt. Ja, want dat is het vaak wel, hè? En dan zeggen ze van, ja, ook die Fukushima, dat is ook gewoon heel slecht onderhoud geweest, wat uiteindelijk ervoor zorgde dat het helemaal gewoon die verschrikkelijke ramp werd. Dus ja, maar even kijken. Oh, ja, nog even naar de Syrische rebellen. Dit past ook wel weer in een straatje van, we gaan weer naar tweede Syrië. Ja, heilige oorlog tegen Poetin. Ja, ja, ik snap niet. Zou dit ook nog rebellen zijn die op de payroll van de CIA stonden of zo? Of van Amerika? Zelfde gruwelen. Ja. Ik heb ze gewoon niet het rond. Ze stonden nog in de database, hè? Al-Qaeda, in het Arabisch. Ja, ik snap dus niet dat mensen zich er zo door hun emoties zo door laten leiden. Als je ziet wat iedereen nou weer op Facebook loopt te roepen, ongekend, joh. Ja, en ook de manier waarop dat gebeurt. De Russische winkeliers, lees ik dan, zijn het mikpunt van Poetin had. Ga terug naar je eigen land. Dus dan krijg je dat willekeurige Russen, die krijgen daar weer een enorme haat over zich heen gestort in Nederland. En dat is alleen maar om die samenhorigheid tussen Nederlanders te vergroten. Er is geen sociale band tussen ze. Maar als ze nou allemaal een of andere onschuldige Russische winkelier gaan lopen inhakken, dan voelen we ons zo verbonden. Hè? Dan zijn we wat aan het doen. We zijn voor de goede zaak aan het. We kunnen onze agressie kwijt. En we doen het voor de goede zaak. En we lopen in totaal geen risico. Dat is het eigenlijk, die combinatie. Want die winkelier die doet toch niks terug. En je bent wel lekker met het idee, net zoals je met je Twitter profiel veranderen. Dat je, nou, je bent echt de goede zaak aan het strijden. En je doet het gezellig met z'n allen. Zeg. Dat is volgens mij wat de hele. Ja, wat het hele onderliggende ding is toch wat die professor De Smet zei. Dat blijft rondzingen volgens mij. Nee, zeker, dat snap ik ook. Maar ik vind het dus, ik vind het echt. Ik had in mijn wildste dromen niet kunnen bedenken dat het zo'n vlucht zou nemen. En dat die mensen zich hiertoe laten aansporen, weet je. Dat het zo diep zit. En in één week, hè? Gewoon in één week. Ja. Ook dat toch, ja. Dat is wat er in George Orwell gezegd ook. Hè? De vijand komt midden in de speech gewoon veranderen van we have always been at war with East Asia or Eurasia, wat was het? En dat kunnen ze gewoon zo klikken. En dat is het tonen van de ultieme macht, hè? Dat ze dat gewoon in een week zo plats omgooien. Dat is, ja. En ik hoorde net nog van iemand die zei van dat bij de Vierdaagse mag Rusland dan niet meedoen. En er werd ook nog gezegd, ja, de Russen zijn de nieuwe ongevaccineerden. Ja, het komt denk ik niet van het comité zelf, maar. Ik ga het nu horen. Wacht even. Oh nee. Ja, de bron hoorde ik op de achtergrond.
Maar goed. Ja, in ieder geval, ik weet niet van wie het kwam, maar dat werd in zo'n vierdaagse groep gezegd. Ja, ja. Ja, dat kan gewoon heel snel, dus, snel gaan. En, daarom is het ook, want in de jaren 30 in Duitsland, en er kan twin erbij komen, er was het natuurlijk ook zo dat je in het begin had je een hele soort liberale club met... ja, met homorechten en vrije seks en zo. Dat was, en daar kwam een enorme terugslag op. En toen waren we opeens die nazi's. En die waren daarvoor dan waarschijnlijk ook de gebeten hond. Want de rechtse conservatieven of zo. En die zijn opeens... sloeg dat dus helemaal om. En dat zou nu ook weer kunnen gebeuren. Want, het was ook bekend dat bijvoorbeeld Hitler in de nacht van de lange messen... Hij had natuurlijk van die bruine hemden, maar dat waren ook een beetje bruinwerkers. Dat zaten een heleboel foute pedofielen bij en zo. En die wilden het hoofd van het leger hebben. En het leger zei, ja, maar die straatvechters, die rare gasten van jou, die moeten echt geruimd worden. En ik vind het oké. Okay. Toen heeft hij gewoon heel die club. En dat zou je nou ook goed kunnen geloven, hè? Dat die hele LGBT-club, die hebben ze als strijders ingezet om cancel culture te krijgen en alle macht te consolideren en dat op een gegeven moment gewoon ruimen. Ja, en nou is dat met die LGBT-club wat makkelijker, denk ik, dan met die gasten van de nacht van de lange messen. Ja. Ja, er zijn een heleboel vluchtelingen bij, maar ja, die waren wel beter gewapend, ja. Ja, gewoon een feestje geven en hupsie, alles bij elkaar. Ja, die werden allemaal gezien als homo's en zo. En toen ging Hitler met zijn getrokken pistool ook nog daar naartoe, naar dat gebouw waar Ernst Röhm zat. En die zat dan met zijn chauffeur aangetroffen met zijn chauffeur samen in bed, zeg maar. Ja, dat is dan het verhaal daarna ook natuurlijk. Je weet niet of dat echt zo gebeurd is. Ja, dus schijnt dan het verhaal te zijn dat Hitler daar, die was helemaal boos en die ging daar naartoe. En ja, dat was van door een kleine, binnen NS had je een hele kleine club. Dat was van Heinrich, even kijken hoor. Ik kan even niet op die namen komen. Heinrich en, de SS, zeg maar. Himmler was toch van de SS? Himmler, ja. Himmler en Heinrich. En die hadden dat was toen nog een klein clubje binnen de SS. Dat was, binnen de NSDAP. Dat was de SS. En die zijn toen bij die nacht van die lange mes zijn ze, hebben ze een grotere, belangrijkere positie gekregen. Upgrade, zeg maar. Maar die wilden eigenlijk van de SA af. En die hebben dus de hele tijd Hitler lopen voeden van, het zijn allemaal homo's en zo. En je moet daar vanaf eigenlijk. Dus die is dan toen gaan kijken. En trof hij inderdaad Ernst Röhm aan in bed met zijn chauffeur. En dat is hartstikke mooi. Want dan toen SS werd geüpgraded. Die werden de lijfwacht eigenlijk. En hun en de SA die werd een kop kleiner gemaakt. En iedereen was eigenlijk tevreden daarna, zeg maar. Nou, is het wel zo dat het kan best zijn dat het verhaal eraf gewoon verzonnen is. Wie zal het tegenspreken? Dus die zullen niks zeggen. En dat was bij die Romeinse keizers ook altijd de vraag. Hè, dat een aantal van die Romeinse keizers als vreselijke beesten afgeschreven. Maar wel door degene die na hun kwam, zeg maar. Die had de vorige uit de weg geruimd en dan die kwam daarna. En dan ging die als eerste een stukje geschiedschrijving doen over zijn voorganger. Wat voor vreselijk man. Dus het is altijd moeilijk om dat nou waardevolheid in te schatten. Dat is een goeie, Peter. Ik zal daar eens even een begin aan maken. Ja, inderdaad. En het schijnt ook nog zo te zijn dat ze de twee dagen, het wordt wel de nacht van de lange messen genoemd, maar het afknallen van al hun vijanden heeft twee dagen geduurd. Ja. En Hitler had dat moment ook nog gebruikt, dus terwijl iedereen gefusilleerd werd, heeft hij mooie tafels neergezet, wat butlers erbij geroepen, wat eten gekookt en niet zelf natuurlijk, dat liet hij ook doen. En een mooie dineertafel en er werd krup. Van de, je weet wel, een belangrijke wapensfabrikant en een paar andere hoge pieven, industriëlen, die werden uitgenodigd
om dan te gaan eten, terwijl je op de achtergrond de hele tijd dat fusilleren en afknallen van die van zijn vijanden hoorde. Dus om een beetje indruk te maken. Intimideren zijn ze goed in, Wil je ook een toetje? Wil je nog een toetje? Toen je op de achtergrond, pang, pang, pang. Dus zo was hij, hè. Zo gaat die shit. Ja, in Lieberland niet, hoor. Niet met Yoshi Livo. Nee. Die wil dat iedereen geld verdient. Ja. Allemaal porno-geluiden om iemand te intimideren. Make love not war. Ik doe het nog heel goed deze week. Ik heb de anal swap nog niet genoemd. Maar even kijken, zelfs het neutrale Zwitserland wil nou de EU sancties, even kijken hoor, joins the EU sanctions against Russia in break with the past, dus in tegenstelling tot hoe ze in het verleden vaak neutraal bleven, zijn ze dat nu niet. En toen ik dit las, dacht ik, we zijn al bij dit bericht, want ik ben al zo lang aan het dromen dat we volgens mij al 5 berichten verder zijn. Maar Servië is dus wel neutraal. En Zwitserland heeft nu gezegd dat ze banktransacties naar Rusland en alle relaties met Russische bedrijven willen verbreken. Ja. Is trouwens zo dat inderdaad die Syriër, waar het artikel over ging, die zegt inderdaad, ja, we kunnen in Syrië geen attack launch op de Russen, dus we doen het graag dan ergens anders in de Oekraïne. Dus het zijn inderdaad waarschijnlijk dezelfde luieren. Okay, maar het WEF zit in Davos, toch? Zwitserland. Ja. Ja, dit is wel gewoon, dit is toch wel een onterering van Zwitserland, vind ik. Ja, maar het bankgeheim stelde eigenlijk al niks meer voor. Want dat is in de afgelopen, sinds 2008, heel erg ver afgebouwd. En dus ja, het is eigenlijk alleen maar symboolpolitiek. En ze denken van, nou, we kunnen er beter, we zitten toch midden in de EU. Dus we kunnen er maar beter in meegaan. Door Zwitserland waarschijnlijk uit Zwift gegooid. Ik denk dat erachter zit. Ze hebben de hele grote bankensector. En als zij uit Zwift gegooid worden, dan is veel Zwitserland heeft een probleem. Zo, dat horen we allemaal op de achtergrond. Oh, wacht. Ik zal hem even muten. Maar ze leveren al een leger aan de paus, hè? Dus zo neutraal waren ze niet. Kennen jullie die mop van die virussen? Die muteerde de hele tijd. Oké. Okay. Ja. Zoiets was het. Ik weet het niet meer precies hoe het ging. Oké. Okay. ik dacht, hij gaat hem vertellen. Nee, ja, dat was het. Ja, wat is er met Russen en muteren dan? Dat snap ik even niet. Nee, vier Russen. Vier Russen. Oh, god. Oké. Ja, zoiets moest het zijn. Ik weet het niet precies. Ik zit er nog over te broeden hoe dat ik hem goed kan, beter kan maken. Oh, dat is een mop in woorden. Ja, dat is iets met virussen. Iets met virussen. Virussen. Okay, van virus naar virussen of zoiets. Maar ja, die Poetin is bericht. In godsnaam, we zitten bij het vierde bericht. Jongen, kom op alsjeblieft. Ja, even kijken. Rusland is een belangrijke leverancier van olie. Die hadden we al gehad. We zitten eigenlijk nou bij 6. Ja, daar gaan we nu naartoe. Daar kunnen we ook lang over praten, denk ik. Ja, jongens. Oh, Songfestival. Doe maar even de Fabeltjeskrant, Johan. Ja. Oh, Fabeltjeskrant. Even kijken. Oh ja, even een jingle erbij. Allemaal kijken, in de krant van wat een ziek idee. Ja. Dat willen we allemaal vertellen over het Songfestival. Ze mogen al niet meedoen met de Vierdaagse. Wat? Maar ook in bij Nijmegen. Het neutrale Nijmegen, maar ook het Songfestival. Oh jongens. Wat ik denk is dat het averechts werkt. Een Rus mag niet meedoen met de Vierdaagse.
Ja, nou ja, het land Rusland. Ik denk, het leger, meestal lopen legers mee. Ja, ja, precies. Het Russische leger. Nee, ik dacht, maar ik denk dat ze dan ook wel, ja, ik denk dat ze dat, ja, die gaan ze ook wegpesten, denk ik, hè, natuurlijk. Ja. Dus ja, dat vind ik ook wel een beetje raar, want ik bedoel daarmee, als een Rus ontsnapt uit Rusland, want ja, je kon Poetin niet verdragen, want ik vind misschien was je homo of zo. En dan, ja, dan mag je niet meedoen met de Vierdaagse, want je bent Rus. Denk zo. Je dat je homo bent, moet je zeggen, Johan. Misschien denk je dat je homo bent. Ja. Pas op, je kunt 10 jaar gevangenisstraf krijgen in Nederland voor homogenezing. De D66 en de VVD hebben daar een wetsvoorstel voor ingediend. Ja, dus je wilt een enorme lekkere zus hebben. Een enorme lekkere zus en je gaat ergens naartoe. En dan zit er een homo en die kijkt naar jouw zus en die zegt, verdomd, ik geloof toch dat ik retro ben. Dan heb jij een homo genezen door die zus mee te nemen. En dan ga je 10 jaar gewoon. Jouw zus wordt dan gearresteerd. Nee, jouw zus wordt dan gearresteerd. Okay, ja. Dan doet een beetje aan denken aan die radicale islamlanden, weet je wel. Maar ik als vind je dan moslim bent, even, dan mag je... Ik vind dat de genezen homo daarna ook gearresteerd moet worden. Hè? Als er dus iemand genezen zou zijn... Die moet dan ook gewoon gaan. Nee, je hebt gezegd dat je homo was en nou blijf je ook homo. Dat is niet strafbaar, hè? Dat, Wel een soort van uitlokking. Dat je als je genezen wil worden, voor zo'n homogenezer. Ja, precies. Deze... Maar je hebt in hele radicale moslimlanden, daar mag je dus niet bekeren van moslim naar een ander geloof. Ook niet naar atheïsme. Dus als je eenmaal moslim bent, ben je altijd moslim. Okay. Ja. Check in, never check out, hè? Ja. Je mag wel een hetero genezen nog. Ja. Zo heeft het allemaal wat. Net wat je zelf wil. Maar goed, wat ik over dat bericht wou zeggen is van... Kom er niet aan het bericht toe, hè? Nee. Maar ik wil... wat ik erover wou zeggen is van... Kijk, het wordt nu gezien als een soort... We gaan Rusland straffen. Door ze uit te sluiten van het Eurovisie Songfestival. Goed, dat gaat werken. Maar goed, als ik de media moet geloven, dan zijn die Russen en Poetin, die zijn helemaal niet zo LHBTQ homo vriendelijk. Uh-huh. Ik denk dat je ze gewoon, als je ze wil straffen, dan moet je het Songfestival gaan houden in Rusland. Als straf. Ja. Precies. Dus, en dan Pussy Riot laten optreden. Pussy Riot. Ja. En dan vraag me af, wat als ze Pussy Riot sturen als inzending? Staan die nog tegen? En dan zeggen ze dat die Rusland vertegenwoordigen. Ja, toch ook die twee lesbies, die hebben ooit een keer... dat weet ik niet, maar ja, Pussy Riot, daar kon iedereen toch aan meedoen. Zo'n soort groep was het. Ja, toch twee meiden. Specifieke dames die zijn. Nee, dat was weer anders. Dat was anders. Die hadden ooit Songfestival gewonnen, geloof ik. Of... Nee, die hadden ooit een hit en die hebben toen aan het Songfestival meegedoen en toen zongen ze heel vals. Tatu heet die volgens... Ja, Tatu, dat was Tatu, dat was het, ja. Maar ik verwacht wel dat binnenkort de Russen worden uitgesloten van het regionaal curlingkampioenschap Oost-Twente of zo. Dat soort virtue signals krijg je nou allemaal van die mensen die... Het ringsteken. Ja, ringvijzer werpen. Ringsteken in kiel of zo. Weet je wel, een vriend bij het scootsersielen. Er gewoon geen Russen. Ja. Klopt. Maar wil ook een daad stellen. Wil het kampioenschap kloot schieten of zo. Ik zie dat ene bericht er niet bij staan van Johan, wat hij toen, dat vond ik nou zo'n leuk bericht van... Welke? Oh, sorry, dat was een bericht van Peter, volgens mij, dat de wapenindustrie had zich op de SDG-doelen gedoken en die wouden subsidies... Excuses. Die komt nog, als het goed is. Wat denken jullie trouwens? Ik hoorde iemand dat zeggen, die zei, wat is nou een SDG? Vrachtschip op een mijn gelopen in Odessa. Die is die mijn is neergelegd, waarschijnlijk door de Oekraïnse strijdkrachten om Russische invasie. Maar dat betekent dus eigenlijk dat een NAVO-lid is aangevallen door Oekraïne. Dat betekent artikel 5 in werking gaat. Dan moet de NATO
Oekraïne gaan aanvallen. Wie had dat gedacht dat het zo'n wending zou nemen? Ja, dan weet je vast wel een eindje aan te kletsen. Ja, dat is wel gewoon, er wordt weer knap omheen gekletst, denk ik. Ja, maar ik denk op een mijn, dat is toch niet geen aanval. Ik bedoel, die mijn die lag er, ja. Dus ik denk dat Rutte dat tot op de bodem gaat uitzoeken. Ja. Dit kan ook goed gepraat worden. Kijk, het is wat anders als een raket op zo'n schip. Oh nee, wat zei hij? De onderste steen moet bovenkomen, zei hij toch met die MH17 en zo. Zoiets was het wel, ja. Dat was wel hele mooie inderdaad. als je weet dat Rutte tot de bodem uit gaat zoeken, dan krijg je er gelijk zo'n gevoel bij van, oh, dit is een doofpot. Dat vond ik ook overigens zorgwekkend toen Mark van Rossum, de Amerika-kenner van dat NOS, die zei, nou, over een nucleaire oorlog hoef je geen zorgen te maken. Toen dacht ik gelijk, oh mijn god, wat doen? Oh ja. Ik ga in de tuin kelder graven. In mijn nieuwe huis in Oekraïne ga ik gelijk een kelder. Er is nog een ruimte zat daar. Dan maak je zo'n prepperskelder. Zelensky zei tot ook dat het risico op een oorlog overdreven werd. Kennelijk is het standaard dat je tegen je eigen bevolking zegt: ga maar rustig slapen. Dat vlak voordat de invasie komt. Je gaat oorlogshitsen. En ik saai als er niks aan de hand is. En als er echt wat aan de hand is, dan ga je ze geruststellen. Ja, ongelooflijk. En de mensen die pikken het gewoon. Hè? Daarom blijven ze het op die manier doen. Omdat het gewoon elke keer maar blijft werken. En iedereen die dan zegt, oh nee, oké, dan blijf. En de volgende dag is heel een huis plat gebombardeerd. Dan zegt ze, nou, ik had echt niet aanzien komen, hoor. Ik had het helemaal niet in de gaten dat dit zo uit de hand zou lopen. Ik heb het idee dat ze anticyclisch willen zijn. Net zoals Keynes zei, dat de overheid moet altijd anticyclisch zijn. Dus ze hebben gewoon het idee van, ja, de samenleving die loopt de hele tijd uit het lood. Slaat hier gewoon, dat is een hele instabiel iets, de samenleving. En ik als politicus ben de hele tijd bezig om met allerlei wetten en subsidies en regels om dat ding, om dat hele instabiele geval stabiel te houden. Dus als ze dan, steeds als ze dan de balans te vinden. Ja, dus die denken van nature al van, oh, als er reden tot paniek is, ga ik geruststellen. Als er geen reden tot paniek is, ga ik paniek zaaien. Ik denk dat een hele natuurlijk instinct van ze is. Waarom niet? Hè? Ja, als je gebombardeerd wordt, dan het eerste waar je dan aan denkt, ik hoop maar dat dat duurzaam gebeurt. Ik maak even een bruggetje naar het volgende. Want dat inderdaad, we kunnen tegenwoordig ook groen bombarderen. Hè? Wat zei je? Ja. Ja, groen bombarderen. Ja, en we kunnen ook de gender gap kunnen we verkleinen. Poppetjes met regenboogvlaggen erop. Ja. Nee, maar er zijn allemaal potjes en dit is natuurlijk wat je uiteindelijk gaat krijgen. Je hebt natuurlijk die STG-potjes. En dan iedereen wil daar iets uit pikken. En dus ook de wapenindustrie. En die zeggen van ja, maar wij willen ook vrouwen en mannen evenveel betalen als ze aan een tank werken of aan een kruisraket. Dus wij verdienen ook een deel subsidie. Ja. En we willen het ook duurzaam maken en alles. En dat, zo komen die potjes, die komen dan toch op hele verrassende plekken terecht. Ja. Dat die ESG, dat wordt gestuurd vanuit BlackRock. Er zit die Fink heet die van Finkel of Flink? Fink. Ja, Fink. Een beetje nazi-achtig, achter een herfliek, zal ik het maar noemen. Ja, Fliek van de... Klap! van BlackRock. Hallo, hallo. En die zit heel erg ESG te pushen. En die controleert $10 biljoen van passief investmentgeld, wat gewoon allemaal pensioenfondsen instroomt en door hem belegd wordt. En die heeft van ESG een of ander hoofddoel gemaakt. En het moet dus allemaal environmental, social en governments. Het moet allemaal sociaal woke zijn eigenlijk. Woke capital is het. Laatst ook zijn boek over leveren, woke capital. En al die bedrijven die zitten ermee dat ze willen dat geld hebben. En mijn CEO heeft dat ook al laatst veel rondgestuurd. Kreeg ik zijn mailtje langs van ja, wij zijn heel erg voor... Dat was het nou ook weer. Wij zijn heel erg, hij noemde het letterlijk, ESG-doelen staan ons heel nauw aan het hart. En als je iets ziet wat we kunnen, laat het ons vooral weten. En je weet gewoon, die wil gewoon dat kapitaal niet kwijtraken. En die wapenindustrie heeft dat ook.
denk ik, ja jongens, onze bommen die moeten ook sociaal zijn in groen. En maar het hele afspraak is dat het gewoon nog lukt ook. Oeh, toen viel je weer weg. Cyberattack. Peter, heel even wachten. Hij zit weer in een wifi-dip. Ja, dan pak ik even bier. Wacht even, heel even. Probeer nog eens, Peter. Misschien dat je nu wel hoorbaar bent. Ik denk dat het gaat. Ja, en nu ben je hoorbaar. Wat zei je allemaal eigenlijk? Ja, dat, ik weet niet, een stuk dat ik over mij schrijf, de CEO daar, maar het ESG. Het is nog niet helemaal goed. Ja, nu begint het, ja? Nog een keer? Dat we allemaal zo ESG waren binnen ons bedrijf. Maar ik denk dat ook, dat gaat lukken. Apas, bommen. Nog geen touw aan vast. Je moet nog even je kladblok uitzetten, Peter. Inderdaad, je kladblok is aan het updaten, denk ik. Mijn notepad uitzetten. Even wat dingen afsluiten hier. Inderdaad. Ja, nu ben je hoorbaar. Ja, kijk, okay. Zie je wel. Notepad uitzetten, hartstikke idee. Wat zei je allemaal? Nou, dat mijn bedrijf ook aan de ESG ging doen, dat ze ook rondstuurden. En ik denk dat ook met die wapens, dat het gewoon gaat lukken. Dat ze dat gewoon sociale groene wapens straks hebben. Want met die kernenergie was het ook zo'n vergaderingetje. En kernenergie was opeens groen. Dus waarom zou dat bij die bommen niet kunnen? En ik heb zelfs al een artikel gezien, ik heb het vergeten te posten. Maar het ging over groene explosieven. Ik heb hem ook gezien. Milieuvriendelijke explosieven. Dus ik denk, bij God, gaan we milieuvriendelijk explosie dingen opblazen. En ik had een artikel gelezen dat een kernoorlog was goed voor het klimaat. Ja, dat is de volgende. Die komt nu. Dat al hierboven, ja. Ja, uit de Huffington Post. Hartstikke idee. Ja, dat moeten we willen, want het hoofdprobleem blijft toch opwarming van de aarde. Al die mensen moeten dood, dat is het. Ook al komen er allemaal berichten dat het Noordpoolijs was nog nooit zo dik geweest, geloof ik, in 65 jaar of zo. Maar goed, er is nog steeds een opwarmingsprobleem. Ik vind het wel leuk, want het is toch een soort van manier om zo'n kernoorlog dan gewoon cool te maken. Ja. Ik zie cool te maken. Ja. Dat is letterlijk, want ze zeggen dat volgens hun klimaatmodellen wordt het dan kouder. Op de planeet. En maar ik denk ook nog straks dat er mensen gaan demonstreren voor een kernoorlog. Weet je wel? Dat zijn natuurlijk GroenLinksers. En dan heb je weer zo'n. Dan gaat de NOS weer aandacht aan besteden. Dan zie je weer zo'n homo met zo'n neuk in de reet in plaats van de planeet. En die is dan voor een kernoorlog. Weet je wel? En het is de hele cirkel weer rond. Het begon ooit links met van de sterrenketten het land uit. En na een hele lange omweg promoten ze een kernoorlog. Waar schijnt nooit de zon, doe maar daar maar een kernbom. Zoiets. Ja, het is ook zo triest dat ze hier dan zeggen van ja, the result according to NASA climate models could actually be global cooling. Alsof je daar blij mee moet zijn. Heb je nog minder voedselproductie? Zit Europa nog in een groter probleem in de winter? Zonder Russische verwarming. Ja, maar die kernoorlog, dat moet dan ook zoiets zijn van dat is een offer wat je gewoon, daar moet je ervoor over hebben. Dat is hetzelfde wat ze nou zeggen, bijvoorbeeld die alle prijzen gaan door het dak, benzine is vier keer zo duur. Ja, nee, dat moet je over hebben voor de vrijheid, want het komt door Oekraïne en door de oorlog daar. En de Poetin en die Oekraïners die dapper tegen Poetin aan het strijden zijn. En dan hebben wij, moeten wij dus die inflatie en zo, die moeten we daar maar voor over hebben. Je moet een beetje iets over hebben voor de vrijheid in de wereld, in de democratie. Ja, Obama had zelfs gezegd dat de prijzen door het dak zou gaan met zijn energiepolitiek. En dat is een goede zaak. Ja. Maar nu is een kernoorlog ook een goede zaak. Van dat is dan gewoon natuurlijk
kleven er kleine nadeeltjes ook aan een kernoorlog. Maar dat zijn gewoon, dat is een... Dat is gewoon, je moet ook iets hebben die planeet huilt. En je moet ook aan de nieuwe generaties, die moeten ook nog een planeet hebben. Dus zo'n kernoorlog, ja, dat zouden we maar eens moeten doen. Ik verwacht dat net als de Olympische Spelen ontstaat er dan een grote wedstrijd. Dat een heleboel steden, die gaan dan gewoon door een loterij met een soort Olympisch comité. Die dan gaat beslissen wie de kernoorlog krijgt. En iedereen zet zijn beste beentje voor om die kernoorlog te krijgen. Dat waar, gaan waar, waar, helden waar, in de geschiedenis. Ja, waar ploft die bom? En dan, dat ze dan allemaal een soort inschrijven. Als je dan wint, dan ontploft. Of als je verliest. Nee, als je wint, dan mag jij jezelf opvolgen als, je als makelaar voor de planeet. Nee, ja, ga je voor de geschiedenisboeken in. Dan zul je voor eeuwig worden herdacht. Ja, goed, ik wil als complotdenker moet je toch denken van ja, waarom komt nou zo'n bericht nu? Hè? Ja. Ja, dat is van vorig jaar, in november vorig jaar. Oh, oké. Okay. Nou ja, dan nog. Ja, zover denken ze niet. Misschien wisten ze toen. Nee, het is zelfs niet vorig jaar, 2011 is het. 26 februari 2011. Oh, oké. Oh, ik heb niet goed gekeken, sorry. Oké. Ik zag hem toevallig voorbij komen. Dus, ik zag alleen november zoveel, maar... Volgende bericht. Ja. Maar ze zijn er wel mee bezig. Daar ging het om. Ja. Ja, maar de oorlog met China, hè, dat moet ook kunnen natuurlijk. Dat is ook belangrijk. Het helpt de mensheid ook vooruit. Ja, niet alleen de Biden administration declares war on China, maar Thierry Baudet heeft zich deze week ook even uitgelaten. Dat de echte vijand is China, zei hij. Die had ook weer even tussendoor een heel gebeurtenis, hè, van de week in de Tweede Kamer. Dat is een motie niet werd aangenomen. Ja, inderdaad. Wanneer ontslaan ze die vrouw eens een keer? Want dit gaat er echt nergens meer over. Afschuw die Vera nog wat. Hij spreekt in zijn betoog over dat referendum. En daarmee is het dus onderdeel van de discussie geworden. En dat zij gaat zeggen van nee, het hoort er niet bij. Nou, ik sloeg echt stijl achterover eigenlijk weer aan dat mens. Ik denk, waar gaat het toch heen, joh? Waar slaat het allemaal op? Ja, en dat mens was ook nog aan het ouwe hoeren. Dat hij daar, hij mocht die motie niet indienen. En dat ging ook nog allemaal van de spreektijd af, hè, van hem. Ja, dus daarna kon hij gewoon gaan zitten en had hij... het ging echt nergens. Het was klaar. Hij had ook een interview gegeven van de week. Want ze zijn natuurlijk weer gemeenteraadsverkiezingen. Dus hij is de publiciteit aan het opzoeken. En toen zei hij van, als ik niet door had gevochten... in dat hele schandaal rondom Forum voor Democratie van een tijdje terug, dan was er nu gewoon geen één partij in de hele Nederlandse politiek die iets tegen de corona had gezegd. Of die een beetje een andere visie op die hele Ruslandpolitiek had gegeven. Want de rest, die doet gewoon allemaal, die gaat gewoon allemaal mee in de retoriek van in ieder geval met corona, het World Economic Forum, maar... Ook deze oorlogstaal richting Rusland. Ja, de FVD is de enige die een beetje relativeert en zegt van... Nou ja, we zijn toch al 8 jaar bezig in dat land. En we hebben toch ook Syrië een oorlog gevoerd die totaal niet kon. En de rest die zit allemaal maar het goed te praten wat er gebeurt. En ik vond het wel interessant inderdaad hoe dat zo'n politiek spelletje... Ja, toch best wel veel invloed heeft gemaakt eigenlijk. Voor mij een van de redenen dat ik niet meer in democratie geloof. Dus, Nee, maar vanuit zo'n Thierry Baudet, die dus nu eigenlijk inderdaad als enige partij een beetje tegen de hele gebeurtenis ingaat. Stel je voor dat ze hem inderdaad hadden weggepest en dat hij had gezegd van nou, ik heb mijn leuke tijd gehad, maar ik ga iets anders doen. Dan was er nou gewoon helemaal niemand. Dan was er geen, Gideon van Meijeren geweest die een beetje argumenten tegen kon bedenken. Dus ja. Ja. Ja, maar verder kunnen ze ook niks bereiken. Hè? Dus het is leuk dat er mensen zijn die daar een ander geluid brengen. Maar ja, ik denk van je kan dat andere geluid ook overal op vele andere plekken brengen. Ja, je moet gewoon stemmen met je portemonnee, Johan.
Ja, ja, precies. Ja. Dus, ik kan ook gewoon net als ons een beetje gaan streamen en een ander geluid brengen. Ja, ja, ja. Ja. Maar in ieder geval, ja, de oorlogstrommelaars die ja, zitten nou ook richting China te trommelen. Ah, is het een mooi moment voor China als ze dat toch willen doen? Ja, dat is zeker een mooi moment. Dat is zeker als het toch een wereldoorlog is, hey, laten we dan Taiwan inpikken. Ja. Nee, maar ik bedoel, als Amerika nou druk is om de Oekraïne te financieren. De volgende keer, ze kunnen nu moeilijk een Facebook-actie gaan verzinnen van steungeld voor Taiwan. Weet je wel? Dus... Ik ga alvast een vlag van Taiwan op mijn Facebook-profiel zetten. Maar lul door. Nee, maar precies. Ja, 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 ja. Ze zijn nu druk bezig in de Oekraïne. Dus ja, dat Taiwan, dat is nou... als je op twee plekken moet vechten, dat is lastig. Wat zal meer aandacht krijgen? Taiwan of Oekraïne? Ja. Dat bepaalt de media. Ja, ja, de nerds die zullen wel voor Taiwan gaan, want daar komen alle chips vandaan natuurlijk. Ja, en dat is het hele punt. In dat Taiwan staat de enige chipsfabriek van heel de wereld, zowat. Dus, en niemand die dat doorheeft wat dat voor effect heeft op een social media verbruik, weet je wel. Ja. Ja. Het wordt nog een spannende tijd hoor, echt waar. Ik ben blij dat ik in Servië zit. Ja, ik ga nou wel een Taiwan vlag op mijn profiel zetten hoor. Er komen ook heel veel ASIC miners vandaan en zo. Ik denk dat ik een filter ga bouwen voor een Liberland vlag. Dan kun je, als je meestrijdt voor Liberland, kun je je Liberland vlag. Volgens mij een van die grootste minerfabrieken, die komt ook uit Taiwan. Die ook voor cash. Zeker. Die steunt ook met van cash. Dat is die hele bekende. Het is allemaal gecentreerd daar, ja. Ik weet het nou niet. Ik weet wel welke je bedoelt. Maar... Ik kan niet op de naam komen, maar Zitten er ook niet libertariërs in Taiwan? Is dat ook een beetje... of anarchisten? Vast wel. Ja, die heb je overal natuurlijk. Ja, maar daar iets meer dan andere plekken? Ik denk waar je de meeste autoriteit hebt, zul je toch al de meeste anarchisten hebben natuurlijk. Lijkt me logisch, maar ja, ik weet het niet. Nou ja, oké, ik had er een keer... Nou ja, goed man, ja. Dus, ja, ik moet best geloven dat daar een kliek zit, hoor. Ja. Ja, Taiwan, ik weet niet zoveel over Taiwan, om eerlijk te zijn. Er is toch gewoon een contract dat gehuurd is? Of is dat een ander? Is dat iets anders? Nee, dat is Hongkong. Oh, nee, Taiwan is een... China ziet het als een afvallige provincie. Ja, dat zit eraan vast. Ja, oké. Okay. Ja, 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 ja. Nee, het is een eiland. Het is een eiland. En toen had Trump Taiwan gefeliciteerd of zoiets. Of die had de felicitaties van Taiwan in ontvangst. Ja, het is zo dat China heeft het nooit... Taiwan die ging zijn eigen koers varen. En op dat moment dat China eigenlijk niet echt een vloot had. En toen hebben ze eigenlijk nooit de tijd gehad om het in te pikken. En China had eigenlijk al troubles elsewhere. Dus die hebben eigenlijk nooit de tijd gehad om Taiwan terug te pakken. Maar in de tussentijd had Taiwan al een flinke vloot. En toen had China eigenlijk alleen nog maar boze woorden voor Taiwan. Maar nu ziet het eruit dat ze echt wel de mankracht en het materieel hebben om Taiwan terug te pakken. Ja, ja. Ah, ik zit hier naar de Human Freedom Index te kijken en dit heet Libertarian Countries 2022. En dat waar dus de meeste vrijheid is. Nou, dat slaat helemaal nergens op. Dat is dan hoe lichter gekleurd, hoe meer vrijheid. Nou, dan zie ik Nieuw-Zeeland, Australië. Oh, dat lijstje, ja. Dat slaat echt helemaal nergens op, jongens. Amerika, Canada. Nou ja, zeg. Dat is Ja, dat lijstje hebben we nog een laatste keer behandeld. Ja, dat is inderdaad. Dat slaat als een lul op een drumstil. Ja, nou ja, goed, sorry. Ja, inderdaad. We zullen zien. Het zal ons niet verbazen als daar wat uitbreekt. Oh, fuck, wacht even hoor. Die hadden we al gehad. Even kijken hoor, dan gaan we naar, even kijken, hartstikke idee, hier hoog op, oké. Volgende bericht. Oh ja, iemand had dat in de NRC geschreven.
weg met die cookie melding. Abel van Gijswijk van Hangyouf. Heb je nooit van gehoord? Iemand ooit van die band gehoord? Nee. Hangjeugd, ja. Maar die man heeft een mening over complotdenkers. Ja, ik kan hem alleen niet lezen, want er zit een paywall. Ja. Ja, mij ook. Iemand met Peter? Voorman van een punkband. Dan, nou, dan houdt het op. Ja. Oh, Peter, je mute-knop drukken, denk ik. Of Peter is even weg. Oh mijn god. Hij zat in Limburg, toch? Niet in Oekraïne? Hij kan even thee zetten zijn, denk ik. Nee, ik kan er dus weinig over zeggen, want het is niet te lezen. Maar ik vind het wel een hele rare openingszin. Want er staat namelijk als quote van deze Abel van Gijswijk met lange eien. Met IJ. Voordat, ben ik alleen die daar... die zegt, mensen grijpen naar complottheorieën, want niemand zegt, dit heet kapitalisme. Nou, ik weet niet hoe beperkt zijn wereldbeeld is, maar de hele wereld die draait op zijn eigen manier natuurlijk, daar begint het al mee. Maar hij komt, wat is het, komt hij uit Den Haag ook nog, of niet? Vast wel. Ja, dus die komt heeft... alle ellende vandaan, toch? Nee, ja, ik weet niet precies wat hij daarmee bedoelt. Mensen grijpen naar complottheorie, want niemand zegt, dit heet kapitalisme. Waarom? Het klinkt alsof dat hij... het klinkt alsof dat hij zegt van, mensen willen een andere realiteit geloven omdat dit niet leuk is. En dit wat niet leuk is, is niet leuk omdat het kapitalisme is. Zo klinkt het een beetje voor mij. Ja. En, er is maar één complot en dat is kapitalisme. dat zegt hij. Ja, het is heel erg met lastig. Met kapitalisme heb je helemaal geen complottheorieën meer nodig. Is dat het? Op basis van die ene zin kan ik er verder niks mee. Dus. Ja. Intussen al een teken van leven van Peter. We moeten hem een keer uitnodigen. Nodig hem een keer uit, Johan. Ja, ja. Zou je een keer uit willen leggen aan Yoshi Livo uit Liberland wat je daar precies mee bedoelt? Oké, volgende bericht dan maar. Het is niet anders. Ja, joh. Wat een ziek idee. Even kijken hoor, dat was dit bericht. En dan gaan we hier. Dit is een leuke voor ons. Wat een ziek idee. Jammer, hè? Ja. Even kijken hoor. Wat nog fijner voelt dan een auto hebben, namelijk geen auto. Ja. Ja, en dan zie je allemaal fietsende en lopende en van de natuur genietende mensen. Voelt zo fijn, hè? Zie je dat? Ik zal je vertellen, ik heb mijn auto verkocht 2 maanden voor de pandemie begon. En toen kon je nergens meer naartoe reizen. En ik woon dus in de stad waar ik nu ben. Nou, ik denk nu 24 maanden ben ik hier altijd in de stad geweest. Nergens anders naartoe. Oké, dat voelt fijn. Voor mij is dit... Nou ja, voor mij is dit één grote vakantie eigenlijk. Hè, dat ik hier allemaal beleef. Maar ik heb met Jan Mark deze week het aan de stok gehad. Want die zei, nee, leven zonder auto is geen leven. Of maar zoiets, niet, hè. Nee. Gewoon, als jij gelukkig bent, dan win jij. Dus zo simpel is het. Volgens dit trouwartikel heb ik gelijk. De trouw zegt... Als de trouw weet wanneer je gelukkig zegt, bent, het ja. Is, dan moet het wel zo zijn. Ja, hier staat ook nog, vroeger als je een gele Mercedes had, dan ging iedereen aan de kant. Maar als je een gele Mercedes hebt, dan kijk je er niet. Ik kan me niet herinneren dat ik ooit een gele Mercedes heb gezien. Maar, het is een heel uitgebreid artikel waar ze echt het toch een beetje gaan verkopen. Van beste mensen, binnenkort kun je geen olie meer kopen, want het wordt gewoon te duur voor jullie. Gemiddelde catering medewerker. Het is gewoon armoede cool maken. Ja, precies. Ja. Net als een kernoorlog cool maken, maken ze ook armoede cool.
Insecten eten. Kijk, ik vind het echt heerlijk. Een auto, echt man. Ik vind een auto zo fijn. Hallo. Hey, en niet eens om lange stukken te rijden. Er komt iemand bij. Ja, maar als je niet van belasting houdt, dan... Ah, zie ik. Was geroepen. Ja? Was Peter nou? Is Peter nou gebombardeerd of leeft Peter nog? Peter is weg gebombardeerd, maar Klaas komt erbij. En ik zat net aan jou... deelnemers kwijt, ja. Johan. Nee. Het was net, we hadden net over eigenlijk jouw voorspellingslijstje. Ja, bezit, hè? Eigenlijk zit er ook op. Nou, een auto, ja, hè? Die een stond auto. Er letterlijk op, toch? Ja. We hebben net een artikel hier, dat zat net te behandelen. Dat een, het is fijner om geen auto te hebben. Ja, ik zag het, ik zag het jullie zeggen, ja. Ja, het is heel frappant dat het steeds weer past. Er zijn ook wel dingen die niet op het lijstje staan natuurlijk, want ik heb ook maar 10 dingen gezegd. Maar het is wel overduidelijk dat we niet, dat de bedoeling is dat we niet een auto hebben zelf. Stel je voor. Maar Klaas, jij had niet voorspeld dat ze zouden proberen een kernoorlog cool te maken, toch? Kernoorlog cool? Dat hebben we ook behandeld. Maar... Ja, kernoorlog schijnt goed te zijn tegen de opwarming van de aarde. Oh, dat... Het is iets wat je moet willen. Ik heb wel gezegd dat de dingen die we moeten slikken, dat wordt cool gemaakt door de propaganda. Dus we zullen op een gegeven moment geen vlees meer eten en we zullen niet meer 's avonds uitgaan. Dat zijn onder andere dingen die ik heb gezegd. We zullen ook geen toegang meer hebben tot... Een kernoorlog. Ik denk ook iets zoals energie en zo. Dat soort dingen zullen ook niet... Dat zijn diensten waar we geen 24 uur per dag meer op aan kunnen. Maar dat zal in een jasje gegoten worden dat het heel cool is. Maar een van de dingen die ik, wat ik meende toen eigenlijk al, en dat is nog steeds gekker geworden, is een van de dingen die gaat verdwijnen is inkomen, denk ik. Ik denk dat op een gegeven moment is de boel zo duur. En wat je ziet is, je had eerst, nou was het dan... You own nothing and you be happy. Ja, eerst was het heel zorgwekkend dat er een heel klein deel van de bevolking, die had dan pech en die had niks. En dan moest dan door hele dure bedienden, onze overheid, moest dan de matig verdienende mens nog verder worden uitgeknepen. Zodat dat helpen, dat gebeurt altijd wel. Ja, als er echt iets misgaat, zelfs in Nederland, weten mensen toch altijd nog wel genoeg geld vrij te maken. Zodat een of andere hulpinstantie daar weer misbruik van kan maken. Dus de behoefte om te helpen, ook al weet je dat er een of andere... De rijke pik mee aan de haal gaat. Ook zoals Black Lives Matter, er zijn genoeg mensen die eraan willen doneren, terwijl je van tevoren weet dat dat geld gewoon misbruikt gaat worden. En er zijn wel goede doelen, hoor. Laat ik vooropstellen dat ik niet... Maar denk je ook dat er een basisinkomen komt dan? Ik denk dat het hele... Want wat je in Nederland al ziet, is dat er is een heel inkomensgebied waar het eigenlijk niks uitmaakt wat je verdient. Dus het is in Nederland mogelijk om bijvoorbeeld 1.000 euro per maand meer te gaan verdienen en er niet op vooruit te gaan. Nou, dat is eigenlijk een armoedeval. Er zijn wel meer definities van armoedeval, maar dat is eigenlijk heel armoedig. Want eigenlijk als je 1.000 euro per maand meer gaat verdienen, dan zou je leven gewoon significant moeten veranderen. Vooral in het gebied waar het gebeurt. Mensen die misschien maar 2.000 verdiende per maand. Als die van 2000 naar 3000 zich weten op te werken per maand, nou, dat is een significante verbetering. Daar merk je niks van. Nou, er zijn heel veel mensen die kloppen zichzelf op de borst dat ze dat hebben bereikt. Dus dat je ongeacht hoeveel moeite je doet of dat je hebt gestudeerd of niet om jezelf een betere plek in de maatschappij te geven, dat allemaal geen reet uitmaakt. Je bent allemaal hetzelfde af. En dat die gelijkheid van uitkomst, nou, dat sommige mensen die worden daar bijna geil van. Dat gebeurt. Dus, maar de ellende met gelijkheid van uitkomst is dat het wordt door de overheidsinstantie gedaan. En dan krijg je dat je allemaal arm moet zijn. Ja, de overheid als kostenpost is niet in staat om een gelijke uitkomst voor iedereen te genereren die erin resulteert dat iedereen rijk is. Ja, in theorie zou je een soort echte overheid kunnen hebben die gewoon alle andere landen van de wereld helemaal plat rooft, omdat ze gewoon militair superieur zijn. En daardoor een minime, iedereen is beter af in ons land, situatie zou kunnen bewerkstelligen in theorie. Hè? Je zou een gigantisch militair industrieel complex hebben en wel een hele grote leger en overal naartoe moeten om te vechten.
Maar in theorie zou je overheid dat voor jou kunnen realiseren, dat de wereld zo is. Maar over het algemeen zijn ze, kijk, ze zijn een kostenpost. Het is een dubbele kostenpost. Ze rekenen zichzelf vaak een heel hoog salaris toe. En ze produceren zelf niets. Dus in plaats, het alternatief zou zijn dat ze zelf een economische waardevolle rol zouden vervullen. In het kapitalisme, in het vieze woord kapitalisme. Kapitalisme is als een vies woord dat we het bijna niet meer mogen gebruiken. Ik hoorde het net nog gezegd worden. Kapitalisme. Ja. Nou, zelfs de LP, de Libertaire Partij in Nederland, dat hoorde ik toen van Twan Manders, dat toen als tactiek om de LP zeg maar over het voetlicht te brengen bij de normale mens. Mochten een aantal dingen mochten niet meer gezegd worden om mensen niet gelijk af te stoten. En één woord was dan bijvoorbeeld kapitalisme. Ja. Dat mocht niet. Nee, maar dat is kapitalisme. Dat betekent eigenlijk dat je zelfstandig naar de Noordpool wil gaan om babyzeehondjes dood te maken. Zo erg is als jij zegt ook maar iets, ook maar op een of andere manier aan kapitalisme geleerd te zijn, dan betekent het dat je op zoek gaat naar arme mensen om ze te schoppen. Dat is zeg maar de. Dus je kan het woord wel blijven gebruiken. Maar ja, dat is de ellende van communicatie. Als mensen vrijwillig besluiten dat een woord iets anders betekent, ja, dan kun je daar niks aan doen. Hey, dat, zo zijn er. Zo proberen mensen ook DDEM, dat normaal is. Nou ja, je ziet dat daar weerstand tegen is. Dus dan moeten ze mensen gaan verplichten om het woord te gebruiken. Maar het woord kapitalisme, dat is gewoon heel vrijwillig overgenomen als iets heel zwaars, zware criminele zaken. Kapitalist zijn is bijna erger dan racist. Nou, dan het wel. Nou, kernoorlog is nou weer iets luchtigs. Ja. Het is om de planeet te redden van de opwarming. Ja, dus om die. Dus je kunt het ook heel snel weer veranderen. De dus propaganda, als je de media ik denk ook dat je niet jezelf moet blootstellen aan media als je ook maar enigszins jezelf de ellende van propaganda wil besparen. Maar ja, ongetwijfeld. En ja, wat moet je ervan zeggen? Nou, wat we van kunnen zeggen is dat we het Rad van Fortuin hebben. Oké. Okay. Woehoe. Ja, we gaan even tussendoor heel snel. Ja, dubbele prijs. En daarna kunnen we gewoon weer oneindig verder ouwe hoegen. Maar dit moet wel even gebeuren natuurlijk. Dit is. Wat gebeurt er? Oh, het gebeurt van alles in de chat. Laten we even naar het Rad van Fortuin gaan. Deed ik dat ook alweer? ik ben even vergeten welke knop het ook alweer was. Ik weet het niet, Johan. F8. Ja, nou ja, ik kan het gewoon even op de ouderwetse manier doen. We're so professional. Hoppakee, hartstikke idee. Sommige mensen kijken alleen maar naar deze uitzending vanwege dit professionalisme. Die willen gewoon weten wat. Of als ramptoerist. Wat gaat er deze week in fout? Ja. Nou, er hebben aardig wat mensen uitroeptekend van Manders ingetypt. Je kan nog steeds de naam van de bekendste libertariër in de chat typen als je nog mee wil doen aan dit rad van Fortuin. Dus uitroeptekend van Manders zonder spatie. En, ik vind het jammer dat Twan zelf niet meedoet. Ja. Die was op vakantie. Kijkt hij wel eens? Nou, ik wou voor de grap een andere naam typen. Maar toen besefte ik dat ik niet weet hoe die persoon heet volledig. Dus dat vond ik wel grappig. Dat onderstreept wel dat hij toch wel de bekendste is. Ja, je bedoelt Robert Valentine. Oh, maakt niet uit. Ik ga geen namen noemen. Maar ik zat al voor de grap te denken om een andere naam te doen. Maar toen besefte ik me, ik weet niet wat zijn voor- en achternaam is. Eigenlijk is het Hans Anders. Hè? Hans Anders is eigenlijk. Die is veel bekender. Hè? Die is ook libertariër. Dat wist ik niet. Anders. Oké. Kun je nog wel van een stem anders stemt van Manders. Maar is hij iets aan het doen, Johan? Of, nee, ik bedoel, jij probeert iets te doen met een rat van Fortuin? Ja, een rat van Fortuin. Als je naar de stream kijkt, zie je nou een mooie rat. Oh, nog niet. En dan gaan we nu even draaien en dan moet even kijken wie er dan bovenaan staat. Je ziet het rat nog niet. Ja, nu wel. Als het goed is, moet je hem nu zien. Ja, ik zie hem, ja. Hartstikke idee. En dan druk ik spin en dan gaan we draaien. Hartstikke idee. Ben ik nou gek of ik zie geen rat, hoor. Ik wel.
Oh, er zit er wel een grote lek zit erop. Oké. Okay. Ja, ja, Eldorado heeft gewonnen, ja. Alweer, joh. Eldorado, ja, 20 GFL's. Ja, joh, die man pakt alle prijzen. Dat is een ziek idee. Die heeft echt al een paar honderd euro EFL's gewonnen. Als ik een andere, andere deelnemer was, dan zou ik naar de source code willen kijken van dit ding. Dat er dit voelt als doorgestoken kijken. Ja. Nee, maar goed, ja. Leuke Eldorado. Je hebt nou, wat Dooku erbij. Ik heb het rad niet gezien, maar ja, het zou wel aan mij liggen. Ik heb gezien, hij stopt op Eldorado. Misschien moet je gewoon even F5 drukken. Nee, je kijkt hier live mee op de stream, maar ik zie het rad, zie ik niet, maar... Druk eens Shift F5. Maar nu komt er een rad. Geweldig. Maar ik heb dus een lag van ontzettend veel tijd. Ik zit nu op 3 minuten 9 zendtijd. Oké. Ja, ik denk dat er zit gewoon een stationnetje tussen, wat even alles het verkeer naar jou controleert. Ja, Servië. Dat sowieso, daar ben ik ook wel van overtuigd. Maar meestal is het niet zo'n grote lek. Maar oké, maakt niet uit. Ik zie het nu ook. Eldorado, leuk. Maar ja, twee dingen die op mijn lijst stonden. Dus één was inkomen. Eén van de top 10, waarvan ik zeker weet dat het gaat verdwijnen. Ik denk dat het kan natuurlijk zijn dat er andere ellende uitbreekt. Maar ik denk dat het begrip inkomen. En misschien dat het blijft bestaan in de zin van dat er nog wel een soort puur via de banken gereguleerde valuta heen en weer schuift. Maar ik denk dat de rol van de overheid, eigenlijk is de rol van de overheid daarin al zo groot dat het eigenlijk niks meer uitmaakt. Het is meer zo van de overheid krijgt jouw inkomen en jij houdt geld over om voor jezelf te zorgen. En er zullen vast allemaal mensen denken, ja, maar ik heb het ietsje beter. Dat maakt niet uit. Kijk, het maakt de overheid niet uit dat er op 17 miljoen mensen tussen hun beslissingen door om alles van jou af te romen, er een individu tussen zitten die af en toe een klein beetje beter hebben dan de rest. Hè, dat is prima. Maar structureel gaat het er naartoe dat gewoon iedereen alles moet afdragen. En dus dan werk je eigenlijk, de overheid staat je toe om te werken. Maar daar komt een soort andere dynamiek nog in, waarin dat je waarschijnlijk verplicht moet werken. En dat je alleen maar een klein beetje geld toegeschoten of gewoon je voedsel, weet ik veel hoe dat gaat. We zitten er eigenlijk al een beetje in. Want hoeveel mensen zijn al in staat om echt hun leven drastisch anders te maken op basis van het inkomen wat ze zelf hebben vergaard. En dat heel veel mensen hebben die kracht niet. Heel veel mensen zijn genoeg mensen die als ze geen inkomen hebben, dan zijn ze binnen een paar maanden op een plek dat ze misschien wel hun huis moeten verkopen of zo, dat soort zaken. Dus je zit eigenlijk al een beetje in een situatie dat je, nou, je houdt eigenlijk gewoon het zakgeld over en het echte leven wordt gedaan door andere mensen. Dus jij werkt, maar andere mensen, een klein groepje andere mensen, dat leeft echt. En dat is niet eens de overheid. Er zitten genoeg mensen in de overheid die ook gewoon gevangen zitten. Onbenullig zijn. Ja, gewoon medegevangenen op een iets luxer kussentje zitten ze. Maar dat is wat er gebeurt. Daar slapen. Ja, dus het is eigenlijk heel raar, want je weet, Nederland is een heel welvarend land. We leven in een heel relatief heel welvarende tijd. Hoewel we toch echt wel de laatste jaren bezig zijn om dat flink kapot te trappen. En toch houden heel veel mensen niet heel veel over. Je zou eigenlijk niet alleen nu in de wereld, maar nu ten opzichte van de geschiedenis, zou je in Nederland de rijkste personen ooit moeten zijn. Zou je het zo riant moeten hebben dat je niet alleen ten opzichte van de rest van de wereld heel goed leeft, ja, maar zelfs ten opzichte in zekere zin van is alle het Nederlanders ook zo die ooit hebben. Nee, als jij zeg maar gewoon jij werkt. Kijk, misschien is de werkdruk minder. Je hoeft niet 80 uur te werken. Dat soort dingen is niet zo. Bijvoorbeeld, om iets te noemen. Maar als je dan 's avonds thuis komt en je denkt, nou, ik bestel wat eten. Ja. Dan klik je op een knop en dan staat het 30 minuten later voor je deur. Ja. Dat is ook ongekend. Ja, en als je denkt, ik heb wat onbenulligs nodig van Wish. Dan druk je op een knop en dan is het na 6 weken ligt het als pakketje op je deurmat. Ja, precies. Ja. Nou, we kunnen op een andere manier naar kijken. Kijk, wij leven nu al veel luxer dan dat Lodewijk de Zonnekoning ooit leefde. Bijvoorbeeld, ook. Ja. Die had wel een enorm paleis, maar die had trouwens geen leven. Want die zat voortdurend omringd. Die had geen privacy. Voortdurend omringd met mensen die iets van hem wilden.
Maar die had geen stromend water, die had geen bad. Ja, die had wel een bad, maar niet zoals wij dat hebben. Geen douche en zo. Niet die hygiëne die wij hebben, weet je wel. En die stromende warm water was er was, is als je je dienstmeid over je heen liet plassen, hè? Stromend water. Ja. Maar ook niet, kijk, hun hadden dan bestek, maar tegenwoordig heeft iedereen bestek, weet je wel. En toen hun waren de eerste met bestek, weet je wel. Met wat je nu, wat ik in mijn la had. Ook met vervoer. Ik sta er echt van te kijken dat je niet zegt van nou, dit leven is inderdaad ook het meest luxueuze ooit. Als jij een vliegticket wil boeken, tot 2 jaar geleden kon jij je voor minder dan 1000 euro over de hele wereld vliegen. Ja. Nou, dat is ongekend. En ook gewoon op het moment zelf. Dus je zegt vandaag, nou ik heb zin in Nederland dan. Hè? Ik heb zin om morgen naar Barcelona te vliegen. Kun je voor 4 tientjes of zo heen en weer naar Barcelona. Dus dat is... Nou, ik ben blij dat je daaraan oppikt. Kijk, dat is ook zo. En ik denk ook in zekere zin dat wij, wat de consumptie die wij ervaren, dat is hetzelfde als de propaganda. De propaganda, wij voelen ons goed over ons lot. En daarnaast kunnen wij ons leven heel goed invullen. Maar dat is nou precies niet wat ik bedoelde. Ik bedoelde dat je sturing kunt geven aan je leven. Ja, we hadden veel luxer en veel beter kunnen leven. Ja, en dingen die ik luxe wil noemen. Want dat jij ergens naar kunt kijken of ergens naartoe kunt of iets kunt kopen. Ja, dat is consumptie. En consumptie wil ik niet 1-op-1 gelijk trekken met... welvarendheid. Ik denk dat als jij... laat ik het zo zeggen. Hè? Je hebt, ik snap jouw punt ook al, Klaas. Het is niet dat ik helemaal lood ben. Je bent een aantal jaren op de planeet en dan ben je voor altijd weg. En in dat leven, je moet iets met dat leven doen. En ik denk dat een essentie van een leven is dat je de gevolgen van je eigen handelen voelt. Dat je daadwerkelijk echt leeft. Dus je doet iets, dat heeft gevolgen, die ervaar je. En daar doe je wat mee. En het hele idee dat wordt afgenomen. En dat misschien in een hele zachte cocon van consumptie en comfort gaat. Betekent eigenlijk dat je het belangrijkste van wat je kunt doen. En je kunt ook zeggen van nou dat vind ik niet belangrijk. In het zit nog geen hol. Maar mens zijn en leven en ervaren wat het is om impact te hebben op de wereld. En daarop te handelen. Dat wordt je ontnomen. Dus dat is en hoe waardevol is dat. En kijk, en daar speelt geld deels een rol in. Kijk, als jij economisch actief bent, dan is het fijn dat jij wat krijgt zodat je pizza kan bestellen in plaats van zelf bakken. Of dat je alleen maar droog brood zit te eten. Het is fijn dat daar comfort zit. En in die zin, ik denk ook niet dat er veel mensen zijn die het gevoel hebben dat ze het slecht hebben. Ik denk juist dat er heel veel mensen zijn die het gevoel hebben dat ze het goed hebben. Maar net altijd als je in staat bent om te denken van, hey, ik zou een bepaalde agency willen hebben, dat is eigenlijk een beetje een vaag begrip, maar eigenlijk dat je echt leeft, dat jouw leven impact heeft, dat je impact uitoefent door middel die jij, en voor heel veel mensen is dat productief zijn, zodat je armslag krijgt om iets anders te bewerkstelligen, dat wordt je ontnomen. Want dat echte leven, dat aanwenden van jouw meerwaarde, om het zo maar te zeggen, Dat is wat je niet zelf mag hebben. Ja, maar je kunt ook nog naar hele praktische dingen kijken. Als ik bijvoorbeeld kijk naar iemand die had een dubbele hernia. Die stierf van de pijn. 24 uur per dag. En die zat 9 maanden op een wachtlijst. Die moest 9 maanden morfine slikken. Want die ziekenhuizen moesten leeg blijven. Want er zouden allemaal corona-patiënten kunnen komen. Die kwamen er uiteindelijk allemaal niet. Calimero-patiënten. Ja, maar anyway, moet je voorstellen, 9 maanden pijn. En je hebt dus de hele tijd je hele lijf betaald aan die fucking zorgverzekering, die ook verplicht is, waar je moet je aan betalen. En dan heb je hem eindelijk nodig en dan moet je 9 maanden morfine slikken. Dat is ook armoede. Klopt. Dat is gewoon armoede. Ja, maar 80 jaar geleden kon je dus niet zo makkelijk morfine slikken. Maar misschien trouwens wel. Ja, toen was de drugs veel makkelijker. Maar dan was je in ieder geval niet zo oud geworden. Ik weet niet, ik heb geen idee hoe het 20 jaar geleden was of 30 jaar geleden. Of je dan ook 9 maanden met een dubbele hernia moest voelen. Nee, wat dat betreft. Ik bedoel, het gaat er gewoon om dat wij zijn een heel rijk land geweest. Ja. En het ging best wel goed. Maar ik vind dat de situatie nu hard jaar, naar beneden aan het gaan is. Van 30 jaar geleden af tot aan nu is het inderdaad naar beneden gegaan. Maar als je
meer dan dat teruggaat en zegt 150. Ja, maar het is nou net de tijd waarin ik leef. Nou heb ik wel die hele die. Ja, dat snap ik ook wel. Maar dan is het toch prachtig dat je dat hebt meegemaakt. Dat jij van alle generaties, van alle generaties die er alleen, je ziet over het nu de planeet hebben gaan. Gelopen. Al jouw voorouders, ben jij. Altijd weer politici, hè? Politici die dan weer verpesten. En dat klopt, Joosje, dat klopt wel. Je ziet het alleen kapot gaan. En waarom? Waarom? Omdat het niet houdt. Volgens mij is het volkomen onnodig. Het is onnodig. Gebaseerd op papieren goud. En zij beloven oneindige bergen, maar die zijn er niet, want het is maar één planeet. Dus je kan wel oneindig veel euro's bijdrukken, maar als je dan op een safari gaat en je schiet er een olifant van dood, dan komen er niet ineens meer olifanten bij als je weer euro's drukt. Dat begrijp ik allemaal wel, maar er wordt gewoon ontzettend veel geld geroofd en dat gaat gewoon naar het buitenland. En dat wordt besteed aan dingen waar wij in Nederland helemaal geen kloot aan hebben. Dat gaat om honderden, om duizenden miljarden. Ja, maar zo is het dus. Dat jij in die hoogtepunt bent opgegroeid, betekent alleen maar dat er uit al die andere landen in het begin heel veel geld naar jou is toegegaan. Nee. Dat is helemaal niet waar. Want bijvoorbeeld, we hebben toen onze gasopbrengsten al voor onszelf gebruikt. Bijvoorbeeld. En dan maar naar uitkeringen gegaan. Die welvaart die in Nederland. Ja, maar dat zijn wel van Nederlanders. Nederlanders die een uitkering of Nederlanders die dit nu laten gewoon enorm veel geld. Die welvaart die in Nederland is opgebouwd, die komt niet voort omdat Nederlanders zo hard werken. Die komt voort omdat Nederland via Shell over heel de wereld olie pompt. En die welvaart stapelt zich op in Nederland. Ja, maar nu zijn we dus bezig met gewoon eigenlijk gewoon heel veel geld weg te geven aan corruptie buiten Nederland. Dat is niet alleen de Europese Unie, dat zijn ook andere malefiele dingen. Uiteindelijk is het welvaart ook niet, en daar probeer ik dat verschil te maken tussen comfort en consumptie. Het gaat er uiteindelijk niet om dat je misschien dat geld anders had kunnen verdelen. Het gaat erom dat je de kans krijgt om echt te leven. Het gevolg. Ja, maar dat is ook een stuk minder. Als jij in de jaren 70 een bedrijf had. Als jij een ondernemer was in de jaren 70 of jaren 80, of je bent dat nu, als ondernemer. Je kunt helemaal niet meer ondernemen in Nederland. En dat wordt ook steeds moeilijker gemaakt. Dat zijn de hardleerse mensen. Ze krijgen elk jaar straf. Maar toch blijven ze maar doorgaan. Dus dat is gewoon een hele lastige bevolkingsgroep. Die ondernemers. Ondernemers. Ja, dat klopt. Die zijn heel hardleers. Maar ja, het wordt. Maar die zijn ook gewoon bang. Precies, klopt. Die zijn ook gewoon bang. Ja. Want die zien ook van ja, als ik het niet betaal, dan wordt mijn bankrekening afgesloten. Ja. En dan kan ik niet meer ondernemen. Nee, maar snap ik wel. Dan gaan ze met z'n allen op de VVD stemmen. Jezelf omhoog werken. En dat is ook wat Klaas zegt. Want het is de armoedeval. Ik bedoel, je verdient zoveel meer. Maar dan krijg je ook weer veel meer lasten, verzwaringen. En je hebt gelijk. Kom je in allerlei toestanden dat je geld eigenlijk gewoon de hele tijd kwijt. Hoeveel ambtenaren hebben wij trouwens in Nederland? En dat bedoel ik ook mensen. Te veel. Meer dan een miljoen. Ja. Maar dat bedoel ik ook mensen die dus voor een bedrijf werken, dat bedrijf dat voor de overheid werkt. Hoeveel mensen werken er voor de overheid of semi voor de overheid? Is dat de helft van Nederland? Nee. Ik weet wel dat 1 nog wat miljoen, dat is ambtenaar. Maar indirecte. Ja, wat daar indirecte nuts en dat soort shit, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Maar dat kan ook nog zo'n getal zijn, maar dat weet ik niet zeker. Het is van 3 miljoen. Aan de ene kant alles bij elkaar. Ja, ik weet ooit, maar dat zijn oudere getallen. Maar dat is inderdaad tegenwoordig al weer veranderd, want er zijn veranderingen geweest. Ik weet dat in een verder verleden, dus 20 jaar geleden, was het geloof ik. Ambtenaren semi-overheid. Het was toen nog volgens mij 4 miljoen. Het is daarna wat minder geworden, maar. Ik zou niet weten wat er nu is. Maar die, Ja, maar dat is toch dan ook treurig. Want de mensen die echt iets maken en produceren. Hoeveel zijn? En die maken echt het geld. Hè? Want de productie, de dingen die je echt doet. Dat is echt waarde. Ja. Het andere is geen waarde. En dat is dus dan ook een hele kleine groep. Die dat dan moet verdienen. Ja. En daarom hou je ook niks over. En dan zitten mijn verhalen daar bij elkaar. Mijn ene verhaal is dat. Ik denk dat die situatie die gaat zich nog extremer voltrekken, waardoor we uiteindelijk niet meer een begrip zoals inkomen kunnen hebben, omdat het elke betekenis eigenlijk verliest. Omdat het die situatie waarbij alles wat jij produceert aan meerwaarde,
wordt geconsumeerd door een ander. Deels door een overheid, wat eigenlijk meer een instrument is. En deels door mensen die gewoon andere mensen als productiefactor bezitten. En daarom heb ik vorige keer ook gezegd, ik ben ook niet van mening dat slavernij is afgeschaft. Slavernij is gewoon hervormd. Het is gewoon in een andere vorm gegoten. Waarbij wij... Nou heet het inkomstenbelasting. Waarbij wij tevreden zijn met ons lot. Productiever dan ooit. Maar waarbij degene die het oogst meer dan ooit kan oogsten. Nou, en in dat kader, en waarom dat, want het recht hebben op de gevolgen van hun handelen, hè, dat kan positief zijn. Je kan zeggen van nou, ik heb meerwaarde gecreëerd, dus ik heb recht op alle meerwaarde die ik heb gecreëerd. Dat is positief, maar ook alle negatieve aspecten. Als jij een keuze maakt, moet je ook op de blaren zitten. En dat, en de essentie daarvan is dat jij leeft. Jij leeft, jij maakt keuzes en daarvan bezit jij de gevolgen. Nou, en dat, die essentie dat je leeft, wordt je ontnomen. Dus wat je eigenlijk wordt, is een soort productie, een slaaf. Gewoon een factor in het leven van de ander. Dus er zijn andere mensen die leven echt, die maken beslissingen, die hebben, hun beslissingen hebben gevolgen in de wereld. En jij niet. Jij bent er alleen maar een beperkte tijd. En daarna ben je weer weg en je hebt nooit iets kunnen doen. Je bent er blij mee geweest. Je hebt geconsumeerd. Je hebt een comfortabel leven gehad. Je kon eten bestellen en je hoeft het niet eens zelf te koken. En dat is prima. En als je daar tevreden mee bent, is het ook prima. Ik heb er geen. Het is voor mij niet nodig dat jij daar afstand van neemt. Ik zeg niet dat je moet leven. Ik vind het best dat je niet leeft. Dat je kiest om het leven wat je hebt, je tijd, om dat te besteden met niet echt leven. Dat mag. Maar het is heel moeilijk. En dat is dat die situatie waarin wij zitten. Wij zitten heel in de situatie dat wij niet, als je daarvan bewust van wordt, of je wil niet meedoen, dan mag dat niet. En dan is, dus je krijgt niet de mogelijkheid. Je zegt, nou, ik wil eigenlijk ook leven. Ik wil gewoon dat men mijn eigen keuzes maken en de gevolgen daarvan ondergaan. Dat is leven, toch? Wat is anders dan leven? Ja, dat is, daar heb je gelijk. In Nederland heb je die keuze niet, want je wordt geacht om mee te doen in het grote geheel. Want daar is het, daar draait het op. Iedereen moet een stukje van zijn individuele vrijheid en winst, of hoe je het wil, kapitaal, moet hij opofferen voor het grote geheel. Ja, en dan denk ik... Kom je net op die ondernemer. Hey, Peter! Ja, ik had even wat... Hij leeft! Peter leeft, hij is opgestaan en hij leeft. Halleluja. Vertel, Peter. Het probleem is er niet op plot, maar daar word ik straks nog mee verder. Maar ik hoorde jullie praten over die ondernemer die altijd maar hard door blijft toeteren. Dat doet heel erg denken aan de Animal Farm. Dat was ook zo'n paard. En naarmate hij meer belast werd en steeds zwaarder geplunderd, dan zei hij vaak, must work harder. En die ging altijd maar harder werken. Aan het eind werd hij dan met het paard dan afgevoerd naar de slachterijen. Ja. Door de farm. En dat, daar moet je een beetje aan denken. Ja, het is ook een beetje het Hank Reardon verhaal uit Atlas Shrugged. Ik blijf hier gewoon doorwerken tot ik blijf doorploeteren om een staal te maken om de zaak overeind te houden. En het werkt eigenlijk alleen maar tegen je, want je voet, hoe harder je werkt, hoe meer je die machine voedt. Ja, klopt. Ik denk dat als je zeg maar niet echt zelf wil leven, maar je wil zeg maar meedoen in het systeem zoals het is, dan moet je eigenlijk niks doen. Dan moet je gewoon helemaal meedoen. Dan moet je niks produceren. Dan simuleer je eigenlijk degene die het systeem uitvoeren als tools, de overheid. Dus je bent niet productief, maar je hebt toch een riant leven. Dat is inderdaad de manier waarop je ermee om moet gaan. Als je heel hard leert, maar blijft tegen elke straf maar blijft incasseren en daarvan niet je les leert, ja. Nou, misschien ben je dan ook niet klaar om echt te leven. In principe, als je wil leven en de gevolgen van je eigen acties moet ervaren, is het wel handig dat je er ook van kunt leren natuurlijk. Maar dat, en ik denk dat dat iets is, dat we, en dat heb ik, dat, ik zag laatst een interview met mijzelf van 2017 of zo. En dat, dan, toen noemde ik het al curatelen, wist ik veel hoe erger het zou worden. Maar toen was ik al van mening dat we... heel weinig eigen bevoegdheid hadden om over ons leven te beslissen. En oh boy, wat kon het nog erger worden. Maar het was, kijk, dat is een curatele. En als je maar genoeg onder curatele staat, dus stel je voor je
je kent een kind en die ouders die beslissen alles voor dat kind. En die beschermen dat kind tegen elk ontevreden gevoelentje. En voorzien in alle wensen, in zekere zin, in de kaders. Ja, dan heb je op een gegeven moment een individu die niet in staat is om te leven. In theorie, ik denk dat je het beeld voor je kan oproepen. Er zijn heel veel kinderen die ongeacht hun ouders er toch nog redelijk goed uitkomen. Maar als je niet wordt geconfronteerd met dat act, dat dingen gevolgen hebben, dus dat je gevolgeloos leeft, dan, ja, dan uiteindelijk ben je niet in staat om echt te leven. Dan zijn zeg maar dingen normaal die eigenlijk ervaringen zijn, die eigenlijk niet eens slecht hoeven zijn. Hè? Als iets gebeurt waarvan wij nu zeggen dat het slecht is, dat hoeft niet zo te zijn. Over een beperkt aantal tijd is niemand er meer. En dan maakt het niet uit of je alleen maar succes hebt gehad. Het gaat er juist om dat je ervaring hebt gehad, dat je een individu bent geweest en dat je daar iets mee hebt gedaan. Nou Klaas, dit is de perfecte brug voor mij om afscheid te nemen. Ja. Wat denk je ervan? Jongens, want ik moet nog een tekstje schrijven. Ik zit in mijn verjaardagsdagen, dus bij deze. Ik heb nog niet gegeten. Ik dacht dat je in september jarig was. Nee, maar de stream is jarig. Ik heb €100 ben ik aan het weggeven en verhalen aan het schrijven en weet ik veel wat. Dus Je bent tot het ene laatste bericht gekomen, Joost. Ja, nou, bijna gered. Bijna, hè? Bijna gered. Helemaal. Ik was, toen ik aansloot, was ik verbaasd dat het ene laatste bericht al bereikt was. Nee, wat is hier gebeurd? Ja, precies. Nou ja, oké, daar blijf ik nog wel even zitten dan. Maar als Klaas erbij komt zitten, dan is dat ene laatste bericht, dat duurt nog drie kwartier. Ik zou dat bericht, Yoshi, dat inderdaad. Zie je? Dus ik ga lekker luisteren naar jullie terwijl ik eten ga koken. En dan spreken we elkaar volgende week weer. Ja, ik ga er nog wat over zeggen, leuk hè. Maar ik ben wel van mening dat die berichten, ja, je hebt er niks aan. Je weet sowieso niet wat echt is. Het is allemaal propaganda. Het is gefabriceerd wat wij te aangereikt krijgen. En ja, ik vind het zelf veel interessanter om gewoon eens over wat principes te praten. Dat, die bronnen, je hebt er niks aan. Het is, die berichten zijn ook een beetje een hand wat hebben om te lachen. Ja, vind ik ook. Precies. Je mag toch een beetje lachen in het leven. Ja, voor ons gaat meer dan prikken door de bullshit, hè? Weet je wel. Dan kun je naar 9gag kijken, de memes. Ja. Ik heb nog even opgezocht hoeveel mensen voor een nutsbedrijf werken. Dat is 1,4 miljoen, dat is ongeveer net zoveel als ambtenaren. Dus, dan zit je op 2,8 miljoen, richting de 3 miljoen inderdaad. De meerderheid zit nog wel in de particuliere sector, dus ja. Dus maar goed. Maar je hebt nog mensen die niet werken, hè? Zeg maar. De huisvrouwen, uitkeringsgerechtigen. Dus hoeveel mensen werken er dan echt? Als er zeg maar een wet wordt gemaakt, een soort hoornbaan. En een politicus na zijn politieke carrière begint zeg maar een adviesorgaan om bedrijven gewoon tegen betaling daar doorheen te loodsen. Mm-hmm. De wet die hij zelf heeft geïntroduceerd, of zijn partij. Waar vallen ze dan al onder de vrije markt? Ja. Onder de particuliere sector? Ja, want daar zitten nog genoeg grappenmakers tussen die alleen maar werk hebben. Omdat ze zelf of indirect een soort hordebaan hebben opgeroepen. Het zullen er geen miljoen zijn. Maar dat die mensen zijn er gewoon. En de grap is dat daar schamen ze zich ook niet voor. Hoor. Een boekhouder is eigenlijk al iemand die er alleen maar is omdat er overheid is. Die produceert in wezen ook niks. Je moest minderen van de overheid. Nou, ik denk in het economische verkeer, als je een bedrijf hebt dat groot genoeg is, dat je wel zekere financiële inzichten hebben. Maar, een belastingadviseur is er alleen maar omdat er overheid is. Inderdaad, het hele stuk waarbij je gewoon aan alle overheidsregels gaat voldoen, ja, dat is eigenlijk niet een echte productieve baan. Ja, maar we gaan even naar het laatste bericht toe. We kunnen natuurlijk nog veel langer door, ouwe hoer, als we weer door. Maar, jezus, moet ik even telefoon weer even pakken, hoppakee. Hoppa, kijk. Voetbalclub, wie had dit kunnen denken, dat dit er ooit nog van zou komen. Een voetbalclub die gaat gevaccineerde spelers weigeren. Vanwege, ze hebben geen kracht.
Oh, echt waar? Ja. Jeetje. Ja, het is ook nog Steaua Bucharest. Die hebben me een keer in de Europa Cup 1 gewonnen. Ja. Dus dat is ook nog een bekende club. Nou ja, de... Het gaat om een voorzitter die, de, die maakt die uitspraak. Ik vind het wel leuk, want hij zegt dat. En het eerste wat dan, dit is RTL Nieuws, het eerste wat er dan over die man moet worden gezegd, is dat die, hij kwam vaker in nieuws door xenofobe en homofobe uitspraken. Dat moeten we wel even bijstaan. Ja. Hè? Dus dan, dat moeten we wel even weten natuurlijk. Ja, wat waren die uitspraken? Want als je dan gaat kijken... Dat staat er dan niet bij. Als je dan kijkt wat die uitspraken waren, dan denk ik denk van, dat hij gezegd heeft dat, dat hij... hij heeft waarschijnlijk gezegd dat een man niet zwanger kan raken. Zoiets, ik denk ja, dat het... zoiets. Vrouw geen eens, hè. Ja. Inderdaad, ja. Dus, nou, maar dat, er was dat ook laatst inderdaad... iemand van Twitter gegooid, omdat hij had gezegd, die had een, die zwemmer die al die records aan het breken is, weet je wel, die, ja. Die nou zwemster is. Ja. Die had hij gezegd, dat was het ook weer, die had hem bij zijn mannelijke naam genoemd, en dat mag dan niet, dat is deadnaming, als je zijn originele naam noemt. Ja. En dat is hate speech, en die persoon die werd gelijk van Twitter gegooid. Mooiste. Zo iemand is. Maar, dus met zo iemand hebben maar, we misschien te maken. Als je op YouTube kijkers hebt, dan verdien je daar 2 centen aan of zo. Vanaf een bepaald niveau. Oh, ik zou niet eens weten wat ik op YouTube verdien. Ja. Nee, maar dat is pas als je reguliere, dat je meer dan 1000 abonnees hebt en dat soort zaken. Maar op een gegeven moment als jij 15.000 of meer kijkers elke uitzending hebt en je hebt dat meerdere keer per week. En op een gegeven moment genereert het wel inkomen. En nou goed, doet verder niet toe. Maar is Twitter, hoe monetiseer je Twitter? Hoe word je daar beter van? Of is dat alleen maar, ben je alleen maar een product en word je er nooit beter van? Geen idee. Ze zijn er net begonnen met dat streamen daar. Dus, als jij op Twitter. Nee, maar gewoon in het algemeen. Dat lijkt me, ik heb namelijk de indruk dat je aan Twitter niks verdient. Dus als jij een goede tweet maakt en je krijgt 100.000 likes. En het wordt 1000 keer geshared, ik noem maar even wat, en dat doe je elke dag. Dan krijg je geen geld van Twitter. Hè? Misschien dat een sponsor denkt van deze persoon is influencer, dus ik moet hem gesponsord hebben. Volgens mij krijg je daar geen cent voor, toch? Ja, geen idee. Ja, ik snap ook wel dat het niet jullie bezigheid is, maar dat idee. Ik had in ieder geval het idee dat als je op YouTube een volging hebt, dat je daar in ieder geval, daar kun je aan verdienen. Hè? Vaak probeer je dan ook weer sponsordeals en... om er echt een baan van te maken. Maar op Twitter heb je alleen maar... waarom zitten die mensen eigenlijk op Twitter om iets te zeggen tegen anderen? Ah, Trump die zat op Twitter om natuurlijk... omdat ze, die kon natuurlijk wel zijn electoraat heel snel bereiken via Twitter. Ja, is hij nog steeds niet hij zal er ook niet... Is nog steeds niet geblokkeerd van Twitter dan? Ja, hij is geblokkeerd. Ja, dat bedoel ik. Ja, dus als je iets... Ja, maar dat is dus dan... hij wordt niet voor niks geblokkeerd. Ik denk dat zijn tegenstanders er blij mee zijn dat hij geblokkeerd wordt. Ja. Dus er is kennelijk een voordeel te behalen met voor sommige mensen dan in ieder geval van Trump. Punten, ja. Nee, maar dat is ook een van mijn top 10 is feiten. Ik denk dat het heel belangrijk is dat feiten gaan verdwijnen. Dingen die je kunt vaststellen en die je zelf kan toetsen, dat is niet meer oké. Het wordt bepaald wat feiten zijn. Je hebt ook fact-checkers. Ja, precies. Fact-checkers bepalen wat een feit is. En wat mij opvalt is dat mensen die bepaalde feiten of bepaalde dingen hebben geconstateerd, dat die als je die gaat opzoeken, dan staat er waar ze nog over die mensen gesproken wordt. Dan zie je inderdaad, zoals bij wat jij zei van die voetballer, dan staat er meteen bij dat ze in het verleden extreemrechtse dingen hebben gezegd of zo. Dus dat is heel, als je zeg maar feiten noemt of dingen bespreekt of observeert die niet passen bij wat gewenst is, dan zijn er al heel veel, ook op Wikipedia, dat vond ik wel verpand. Ik heb ooit wel eens Wikipedia gebruikt om informatie op te zoeken, lang geleden. En ook als je nu, sommige mensen die ooit eens iets hebben geconstateerd, dan begint het Wikipedia ook over dat het extremisten zijn en zo. Omdat, en daarna gaan ze vaak nogal inhoudelijk in op wat er met zo'n persoon is gebeurd. Om toch nog, maar ik vind dat wel heel verpand. Wat gebruik je nu dan? Wat gebruik je nu dan als je iets wil weten over iets... Nou ja, ik probeer mensen te weten die goede bronnen gebruiken. Als het gewoon over
informatie gaat, zoals iets geschiedskundigs of zo. Hè? Er zijn gewoon. En dan heb je zo'n als je wil weten wat de tetrachlorodibenzen paradioxide is, wat google je dan? Ga je dan niet naar de wiki? Nou, dan. Ik merk dat Wikipedia niet altijd meer de toptreffer is bij dat soort gegevens. Dus ik denk dat andere partijen ook, want er is een tijd geweest dat je bijna bij elk woord, ik weet niet of dat sturing vanuit Google was of whatever, maar bij heel veel woorden kwam je gewoon, was de eerste treffer was gewoon een wikipagina. En ik merk nu dat er best wel veel gegevens zijn, ook mensen die, dat de website weer terugkomt, laat ik het zo zeggen. Er is een tijd geweest dat de website, gewoon dat je een website had met gegevens, nou dat bestond bijna niet meer, want het ging allemaal via een of ander orgaan. Maar dingen zoals Twitter, als je op Twitter iets constateert, word je gewoon afgebonsjoerd. Als je op YouTube het verkeerde woord zegt, dan zul je nooit meer een cent verdienen. En zo, dus er is zo'n wereld. En als je op Wikipedia, daar wordt alleen nog een bepaalde kleur aan informatie opgezet. Dus het grappige effect, vind ik, is dat de website weer terug is. Dus dat je naar een bepaalde term gaat zoeken. En dan zit ergens in de top 10 zit een treffer van gewoon iemand die er een website over gemaakt heeft. Wat voor zoekmachine gebruik jij dan? Meestal DuckDuckGo. Oké. Ik gebruik nou Google. Maar die moet je zelf installeren. En dan kun je zeg maar Google ontdaan van eigenlijk van alles. Dus de oorspronkelijke kernel van Google, die is nog wel oké. En dan krijg je eigenlijk Google van 20 jaar geleden of zo. Ja, toen het een innoverend product was. Ja. Dan zoek je naar iets en dan krijg je gewoon wat je zoekt. Ja, nee. Nee, maar je kunt het ook als geuzennaam zien. Op een gegeven moment kijken alle mensen die iets interessants te vertellen hebben, die zijn sowieso extreem rechts. Ja. Dat is, dus, zodra er iemand extreem rechts genoemd wordt, nou, dan spits mijn oren en dan denk ik, nou, dat zou misschien wel eens iemand kunnen zijn die iets zinnigs... Ik bedoel, nog even en ik ga mezelf ook extreem rechts noemen. Gewoon weet je wel? Racist ben jij. Want, ja, nee, want racist dat racist, dat is ook als jij ooit iets hebt gezegd dat iemand ook maar mild oncomfortabel vond, dan ben je al een racist. Ooit neger gezegd. Oh. Nee, dat gaat al veel te ver. Nou, als jij gewoon ooit eens, want jij bent een blanke man, dus als jij ooit eens je rekenvaardigheid hebt gebruikt om een getal te produceren wat iets aantoonde, dan ben je al racistisch. Dus ik weet zeker dat jij ook racistisch bent. Want een neger kan dat niet, hè? Nee, dat wil ik absoluut niet zeggen. Ik denk ook dat... Nee, maar dan zeggen die gasten die dat zeggen. Van, als jij als blanke man eigenlijk kan rekenen, dan zeg je eigenlijk van... Ja, dat is niet eerlijk, want de neger die kan dat niet. Nee, zoiets. Ja, daar heb je wel gelijk in. In die antiracisme beweging, dat zit vol met mensen die menen dat jouw diversiteit bepaald wordt door kleur. Dus bijvoorbeeld. Dus dat zegt wel wat... Ze hebben wel eens gezegd dat het vak wiskunde racistisch is. Dat heb ik wel eens ergens gelezen. Omdat er gewoon... er zijn helemaal geen donkere wiskundigen of zo. Er worden allemaal... formules die zijn bedacht op... Zaken genoemd die zijn bedacht op blanken of door Aziaten, maar niet door Afrikanen of zoiets. Met racisme, als jij intoetst douchegordijn racisme, dan vind je artikel dat een douchegordijn racistisch is. Als je intoetst kaas racistisch, vind je artikel dat kaas racistisch is. Je kan daar een spelletje mee doen. Je kan het zo gek niet verzinnen of het is racistisch. En het is zo'n vloedgolf propaganda, net zoals climate change. Spinnen worden bozer door climate change. Paarden worden dikker door climate change. En als je er maar genoeg van dat soort berichtjes erin doet, dan flut je gewoon de hele zone. En dan gaan mensen het vanzelf geloven. Maar Mark en Peter, ik denk wel dat het nu in deze uitzending het moment is dat jullie verontschuldigingen aanbieden voor jullie rekenkundige verleden. Ik wilde zeggen, als jij met een husseler op straat een brodder en die gaat daarmee husselen. En je zegt gewoon van, hij zegt $2, ja, ik wil een derde daarvan en dat is $5. En dan weet ik, kan hij in één keer wel rekenen hoor. Dus dat hele verhaal dat ze niet kunnen rekenen, dat is echt niet waar. Dat zegt ik weet al, niemand, ik had ooit behalve... vroeger op mijn lagere school, dat een hoofdmeester, die moest altijd zo... Ja, ik moest al lachen dat hij had een jongen in de klas gehad. En ja, had hij tegen gezegd, nou, jij kan echt niet rekenen, voor jou komt er nooit wat terecht.
En toen jaren later, kwam er iemand in een enorme dikke auto voorbij rijden. En die hoofdmeester die zat op zijn fietsje. Dan reed je tussen Nodor en Pepijnen heen en weer. En zei, hey, meester Los. Hé, hey, Fredje. Het gaat goed met jou zo te zien. En Fredje die zei toen van, ja, hij vroeg al, wat doe je? Ja, ik koop iets voor 10 gulden en dan verkoop ik het voor 20 gulden en heb ik 10% win. 10%? Maar een oude, goede, hele goede vriend van mij van vroeger, die is Antilliaan, is tegenwoordig accountant. Maar ik had ook, toen bij Railten, toen ik daar werkte, had je allemaal van die, ja, de stikte daar van de fraudeurs en er waren wel vaak Surinamers en zo. Maar die waren dat omdat ze goed konden rekenen. Hè. Die hadden allemaal hele sluwe trucjes om allemaal geld in hun zakken te laten vloeien, zeg maar. Echt van de hele... Oké, en als ze daar gesnapt werden, dan konden ze natuurlijk weer die racecard spelen. Van ik kan niet zo breed rekenen, ik deed het niet meer opzetten. 20 jaar geleden speelde dat nog niet, denk ik. Maar die waren echt, die hadden echt van die hele goede doordachte trucjes en zo. Van de... ja. Nee, trouwens wel jammer dat dat laatste bericht er nou niet, wat ik nog even gepost had vanmiddag, dat er niet welke? Wat heb je die gemist, denk ik? Welke was dat? Dan doen we die nu even. Over de Gelderlander.nl. Ja? Ik kan hem in de Skype chat wel even posten. Ik ga ook even checken, jongen. Ik ga ook even checken. Ah, die was leuk. Die was leuk. Ja, dan heb ik die gemist, denk ik. Dan is het net langs me heen gegaan. Maar we halen het er even bij, hoor. We halen het er even bij. We doen het live waar u bij staat. Internet is wel even... fuck, ik dacht Facebook te... Ja. In de Polonaise. Ik vind het ook leuk in het bericht dat er heel vaak wordt gezegd dat het niet grappig is. We hadden trouwens nog een paywall bericht, maar we vroegen ons af of jij... wacht even, ik heb de dingen aan, zodat iedereen kan meekijken hier. Ja, we kunnen het even. De titel is gewoon: Carnavalsvierers lopen Polonaise door Teststraat Oldenzaal. Dus, Polonaise dwars door Teststraat luidt het einde van het testperk in. Maar dit kan echt niet, er valt nog een bijgezet. Maar je kunt er lachen over doen, maar dit is gewoon triest, zegt de exploitant van deze testlocatie. Het geeft aan dat mensen het een beetje zat zijn. Ik vind het hele stuk schitterend. Ja. Echt heel mooi. Het personeel van de teststraat aan de Deurningerstraat in Oldenzaal was totaal overdonderd toen dit weekend de carnavalsvierders op hun manier lieten zien dat ze met corona helemaal klaar zijn. In Polonaise ging het bonte gezelschap de ene deur in en de andere weer uit. Hossend en lachend langs de verbouwereerde testers en serieuze bezoekers. Hij is ook verkleed als testkit. Verkleed als coronavirus waarschijnlijk. Het is een enorme... Ja. Dan gaat nog verder en dan staat er een met dik gedrukte letters grappig, vraagteken. Achterin de Polonaise werd de inval gefilmd. Inval, hè? Nou, en de video werd vervolgens via sociale media gedeeld. Almar Dassen, een van de twee eigenaren van COVID-test Nederland, heeft er geen goed woord voor over. Oh. Het lijkt allemaal grappig en onschuldig, maar het kan van geen kant. Het was als een korte rukwind en er was geen tijd om maatregelen te nemen in de zin van bewakers. Feestvieren mocht weer, maar de Omicron variant is in de regio nog volop aanwezig. Nu zijn we met z'n allen niet meer veilig. Ja. Nou, dat is ook een aspect. Je moet gewoon de gevolgen van je eigen keuzes dragen. En als jij vindt dat de Omicron variant reden genoeg is om thuis met de masker op te gaan zitten, dan is dat prima. En ik vind het prima als mensen daarop iets willen ondernemen. Dus zeg van, nou, ik wil graag als ondernemer inspelen op de angst. Dus ik ga een speciaal COVID-uurtje doen in mijn winkel. Nou, dat is prima.
Ik denk dat het allemaal oké is. Ik heb er helemaal geen moeite mee. Ah ja, ze eindigen ook een beetje van dat ze er gewoon geld mee verdienen. En dat hun business nu gestopt is, dat testen. En er wordt gevraagd hoeveel heeft u eraan overgehouden. Dat hoor je niet te vragen. Nee, dat hou ik voor me. Maar ik denk in dit geval dat je dat best wel mag vragen. Want daar is toch ook overheidsgeld mee gemoeid met dat testen. Ja. Moeten mensen dat allemaal zelf betalen? Het is verplicht testen. Het is in feite al belasting. Nee, maar ook de manier waar je mag testen, welk kapje je mag gebruiken. De afgelopen 2 jaar zit propvol eigen belang en manipulatie. Er is geen maand voorbij gegaan waarin niet een organisatie of belangengroep die hijs heeft aangepakt om daar misbruik van te maken. En dat is niet allemaal geheim gebleven. Dat heel veel van die dingen zijn ook gewoon in normale media wel aangekaart. Van achteraf, het is heel fout dat het op die manier is gebeurd. Maar waarom die instrumentaliteit van het is overduidelijk misbruik. En zelfs op het meest kleine en kleinserige af word je gewoon misbruikt op dat vlak. Waarom sta je dat toe? Waarom is niet de conclusie, we moeten stoppen met mensen die dit soort invloed op ons leven hebben? En dat vind ik heel. Eigenlijk maakt me dat depressief. En het is gekker geworden dan ik ooit had durven denken in 2016. Zelfs toen ik in 2018 die voorspelling deed met die 10 punten. Toen dacht ik, dat het echt zo makkelijk en snel allemaal gerealiseerd zou worden. Dat had ik niet verwacht. Maar dat het gebeurt en dat het overduidelijk wordt aangepakt om te misbruiken. Niemand heeft de behoefte aan om dat dan uit zijn leven weg te halen. Het comfort wat we hebben is kennelijk genoeg. En we willen zelfs niet dat andere mensen die wel uiten van ik wil hier niet aan meedoen, die mogen niet hun eigen gang gaan. Ik vind het heel deprimerend. Hebben jullie dat niet? Ja. Als ik berichten lees, word ik depressief van de simpliciteit. En het is gewoon letterlijk, we hebben letterlijk gewoon misbruik gemaakt van deze maatregelen om zelf rijk te worden. Hier zijn nieuwe maatregelen. Ja, het is een opportunity, zei Trudeau. Het is een opportunity voor een great risk. Ik moet zeggen, ik had ook wel in theorie weet je gewoon dat het helemaal uit de hand gelopen, dit soort fenomenen. En dat het eigenlijk bijna niet te stoppen is. En toch, als het gebeurt, dan denk je van dit had ik toch. Ja, ergens had je dat toch niet verwacht of zo. Je ziet het gebeuren. Je had het ook uit geschiedenis. Oogpunt weet je ook dat soort dingen gebeuren. Maar als het al gebeurt, dan is het tijd toch weer te verbazen wat voor mensen er allemaal achteraan hobbelen. Ja, maar ik heb toch ook mensen die. Ik kwam dan in een Bappie-kroeg en die hielden zich niet bezig met apartheid en met regeltjes en dat soort dingen. En die hebben behoorlijke risico's genomen, want die hadden ook stillen op bezoek. En dan kregen dreigementen van: als je het nog een keer doet, dan krijg je €15.000 boete. Want ze. Ja, dan niet mensen naar hun plaats brengen, want je moest dan aan een tafeltje zitten en dan moest je richting het tafeltje, dat was nog gewoon 2 weken geleden, en dan moest je dan een mondkapje op. Als je dan van het tafeltje naar de bar ging, dan moest je weer een mondkapje op, naar de wc. Dat gebeurde allemaal niet en er werd niet naar de ID gevraagd en niet naar de coronapassen. En nog een keer en een €15.000 boete, maar die gast die had dan toch de ballen om de volgende keer weer open te gaan en weer niet te vragen naar die doorcodes en shit. En ik sprak daar ook wel met die een van die eigenaren achter de bar, een meisje, en die zei van ja precies hetzelfde als wat ik had, van het is ook wel fijn dat mensen hun masker verliezen, van dat je ziet van wie er nog deugt en wie er niet deugt. Hè? Want dan kom je dus in zo'n tijd kom je daarachter. En dat is ook wel fijn, want met die mensen die nog oké zijn, daar voel je ook wel iets mee, weet je wel. Dat is, je komt ook wel weer vriendschappen uit voort. Ja, ik wil er nog eens zeggen van, kijk, ik ben er zelf nooit depressief over geweest, hè, want ik heb zoiets van... Sowieso, ik weet van, er zijn autoritairen, dus dat weet je gewoon dat die er zijn. En sukkels die er achteraan lopen. Maar ik heb ooit van geleerd van iemand die ik ken. Die heeft notabene in een isoleercel gezeten.
En die heeft daar, die zei ook van, die heeft daar ook ontdekt van hoe belangrijk het is om je te waken over je eigen geluk. Weet je wel, je moet altijd gaan voor je eigen geluk, want daar leef je voor. Ja. En dat is het belangrijkste wat je hebt. Ah, dat, en die, toen hij onschuldig in een isoleercel werd gegooid, toen is hij daar ook achter gekomen hoe belangrijk dat was. Ja, dat doe ik onder andere door mijn minimaal... Je zit gewoon in een isoleercel en dan zit je daar te waken over je eigen geluk. Want wat houdt dat in de praktijk in? Ja, maar dat heeft hem het doorheen gebracht. Maar, wat wil jij zeggen, Klaas? Ja, dat, ik doe dat door mij gewoon niet bloot te stellen aan propaganda. Dat is de enige keer in de week dat ik berichten zie van de media is hier. dat het de kern is van jouw show. Maar ik stel voor dat niemand de media raadpleegt. Het heeft absoluut, zelfs als je weet met wat voor ogen je ernaar moet kijken, heeft het toch nog impact. En ik ben van mening dat je gewoon niet aan bloot moet stellen. En je moet, zeg maar, wat er in je leven gebeurt, moet je absorberen. Zonder zelfs die kleuring dat je het hebt waargenomen. En dat is namelijk de ellende met dit soort dingen. Als je het leest, en je kan het lezen met libertarische ogen, anti-autoritaire ogen, dan nog steeds heb je het gelezen. Het is nog steeds door je oogzenuw naar je brein gegaan. Het is geïnterpreteerd in je talencentrum. Je moet het gewoon niet doen, ben ik van mij. Nou, als je er geen last van hebt, moet je het wel doen. Want kijk, het punt is, ik heb ook geen tv-aansluiting. Maar ik vind het vreselijk. En ik kan er niet naar kijken. Ik kan niet naar het NOS Journaal gaan kijken. Ik kan niet naar een persconferentie kijken over COVID. Dat kan ik helemaal niet. Dan ga ik helemaal kapot. Ja, precies, moet je het ook niet doen. Ik kan wel... En dat doe ik dus ook helemaal niet. Maar ik kan wel verschrikkelijk lachen om die dingen die eruit gepikt worden. De gekkigheid. En die dan gedeeld wordt op een Wappie-site of bij de Vrij Radio-dump. En dat, daar kan ik wel om lachen. En dat plezier laat ik ze niet ontnemen. Ik vind dat hartstikke prima. Ja, die gast die zei, ja, ik kan wel zeggen wie het was, maar die is een isoleerste, dat was Adam Kokesh. Maar die zei ook van, ja, die is letterlijk, had hij meegemaakt dat hij dus een soldaat, zo'n laars van zo'n bewaker op zijn hoofd kreeg, dat hij op de grond lag. En dat hij merkte van dat hij sterker was dan die bewaker, omdat hij kon van onder die schoen die bewaker toelachen. Toen besefte hij hoe sterk hij was. Weet je wel, want die bewaker die hoopt de angst te zien. Weet je wel? En dat kreeg hij niet. Die kreeg alleen maar iemand die hem terug kon lachen. Snap je? Ja, mensen houden er niet van als je teruglacht. Terwijl ze een andere emotie verwachten. Daar worden sommige mensen heel boos van. Ik denk dat even een weinige... Ja, dat kun je ook gewoon in je eigen leven kun je dat ervaren. Als je mensen die bepaalde reactie verwachten... gewoon toelacht. En ook echt oprecht lacht. Hè? En dan een nep lachje. Ja, misschien werkt het. Weet niet. Maar als je gewoon oprecht die emotie hebt. Die mindset. Het werkt. Mensen worden furieus. Mensen die proberen jou. Hè? Want eigenlijk. En dat is eigenlijk een beetje. Aan de ene kant is het een beetje van het slap. Ik vind het soms slap gehouden hoeven. Als jij niet de ander toestaat om jou te beïnvloeden. Dan blijft het bij diegene. Hè? Dan kun je. Zou zeggen. Nou ja, dan. Nou goed, dan ervaar je maar mijn schoen op je nek. En dan zullen we zien hoeveel baat je daarbij hebt. Maar dus het is een, ja, ergens is het zwak, hè, want je zou willen dat het niet op die manier ging. Hè. Dus laten we vooropstellen dat het niet een doel is om in die situatie te zitten. Maar als je daadwerkelijk de mindset kunt benaderen waarbij je ze gewoon kunt uitlachen. Dat werkt echt. Mensen die kunnen dat niet verdragen. En dat betekent misschien dat je heel wat moet ondergaan. Maar als jij dat kunt ondergaan en je kunt ze gewoon uitlachen, dan krijgen ze in essentie niet wat ze zoeken. En dat geloof ik wel degelijk. Mm-hmm. Tenminste bij een bepaald type mensen. Sommige mensen zal het een worst zijn. Er zijn heel veel mensen die interesseren jou. Persoonlijke lot interesseert ze niet. Jij bent alleen maar een productiefactor en jij moet gewoon hun echte leven moet jij voeden met jouw opgeofferde leven. Nou, en als jij die mensen, als jij die uitlacht, dat zal ze zijn, ze registreren je niet eens. Dus het valt wel weer mee. Maar in een specifieke context, iemand die daar met die laars op je hoofd staat. Want er gaan genoeg mensen bij de politie, omdat ze het leuk vinden om mensen te slaan. Bijvoorbeeld, nou, ze zullen ook mensen die baan opzoeken, omdat ze het fijn vinden om mensen bang te maken of ongelukkig te maken. Dus in die specifieke context, als je dan gewoon kunt uitlachen, ja, dat werkt echt. Die mensen die een bekrompen wereld hebben waarin ze dat
leed van die ander nodig hebben voor zichzelf. Ja, dat kun je ze ook echt dat kun je ze ontnemen. Ja, ik heb zelf nog wel eens, ik heb het nooit uitgewerkt, dat moet ik wel doen. Ik had ook de theorie van dat gelukkige mensen, die supporten eigenlijk de overheid niet. Dus als jij echt werkt aan je eigen geluk, van ja, dan... Ja, de politici, het ging uit vanuit de gedachte dat politici, die waren eigenlijk altijd gefrustreerde mensen, boze mensen. In ieder geval mensen die een bepaalde emotie hebben, want die zijn makkelijk, angstige mensen, die zijn altijd makkelijk te manipuleren. Maar als je gelukkig bent, dan ben je niet te manipuleren. Dus ik had zo, ik moet hem eigenlijk nog een beetje uitwerken, maar... Als je ongelukkig bent, ben je ook niet te manipuleren. Jawel. Je bent ongelukkig, wat kunnen ze nog doen als je toch al ongelukkig bent? Nou, dan kunnen ze ook manipuleren, want dan zit je in een bepaalde... Dan wil je gelukkig zijn en dan gaan hun zeggen, hé, ik heb hier een uitkering. Zoiets, weet je wel. Ik heb iets om jou uit jouw lot te halen. Maar als je gelukkig bent, dan ben je voldaan en dan kunnen ze niks met je. Ja, als je. Snap je? Als je inherent ongelukkig bent, dan ben je er ook niet uit te halen. Ja, tuurlijk. Nee, want dan ben je toch wel in een situatie. Dan ben je toch in een situatie dat je makkelijk boos te maken bent, want je bent ongelukkig. Ja, maar je verwachtingen zijn al, dat is eigenlijk een beetje van, je verwachtingen helaas. Want als het over overheidsmensen gaat, toch mensen die verwachten bijvoorbeeld nog heel veel van de overheid, dat ze veilig worden gehouden, dat hun pensioen er is en dat ze beschermd zijn tegen ontslag of zo. Terwijl, en dan zijn ze misschien heel teleurgesteld als er een virus komt en ze worden... Ze worden suspended without pay, zeg maar, zonder dat ze ontslagen worden. Denk ik, wat krijgen we nou? Want hun verwachtingen voor de overheid waren te hoog. En de realiteit slaat dan hard in het gezicht. Terwijl als jij al hele lage verwachtingen hebt van de overheid, dan kunnen ze eigenlijk niks doen om jou teleur te stellen. Want ze zeggen, ja, ik had eigenlijk wel gedacht dat er een laars op mijn nek zou staan. Want zo zijn jullie nou eenmaal. Ja, in ieder geval het idee gaat er eigenlijk om dat als je voldaan bent eigenlijk, of gelukkig, dan kan niemand jou controleren eigenlijk. Niemand heeft dan meer invloed op je. Nou, en wel ons, als je angstig bent, ontevreden, gefrustreerd, noem maar op. Met onze rijke multiculturele kracht in Nederland... ben ik wel eens blootgesteld aan mensen die inderdaad hele lage verwachtingen van de overheid hebben. En die heb ik wel eens horen zeggen, ja, hier in Nederland doen ze af en toe toch wel eens iets. Kijk, er zijn genoeg mensen die zitten in een land en dan neemt de overheid ook heel veel van hun geld af. Maar vervolgens doen die ongegeneerd echt helemaal niks. Dus dan wordt ook... dan zelfs niet een plat stukje grond wordt er dan voor ze gemaakt. Dat is misschien wel waar. Bijvoorbeeld, ik heb een keer Bolt en Bankthorp gezien en die was in Moldavië. En die ging dan door een fietstunneltje heen en dat zou je in Nederland niet tegenkomen, zo'n fietstunneltje. en dat fietstunneltje was in het hart van de hoofdstad. Van Moldavië, gewoon voor het parlementsgebouw, zo'n beetje. Weet je wel? En hij zei van, dit is toch niet te geloven? Ik bedoel, al die politici die hebben gewoon miljarden weggesluist en zo. En het schijnt ook dat het fietstunneltje daarna is gemaakt. Oké. Maar ik denk dat het ook dom is om dat fietstunneltje niet te maken. Want als jij in een kutland woont als in Nederland... dan kun je altijd nog zeggen, ja, maar wij hebben wel een mooi fietstunneltje. Ja, precies. Weet je wel? Ik denk dat jij dat fietstunneltje moet maken. Ja. Weet je wel? Ik denk dat je dat gewoon moet doen. Ik bedoel, ja. Ja, dit hoor ik ook vaak maar van... Maar voor de rest is inderdaad niet zo. Hoorde ik van zo'n Wit-Rust collega, die zei dan wel, ja, jij zit altijd op de kanker op de EU en zo en op die overheid, maar ja, je betaalt wel veel belasting, maar je weet wel goed waar je aan toe bent hier. Regels zijn regels. En in Wit-Rusland, ja, dan weet je echt gewoon niet waar je aan toe bent. En prompt natuurlijk werd zijn 30% regeling
weer teruggedraaid door de overheid. Een 30% belastingvoordeel. Ja. En ook nog retroactief, geloof ik. Dus, en daar had hij zijn hypotheek op gebaseerd, natuurlijk. Dus, ja, toen moest hij protesteren. Ja, dan krijg je natuurlijk cynische opmerkingen van mijn kant. Van, ja, nou, zijn toch niet zo voorspelbaar, kennelijk. Hè? Maar tijdens de hacht, zijn verwachtingen waren heel hoog. En dat zie je veel met die Oost-Europeanen. Dat ze zeggen, nou, okay, er zijn enorm veel regels en enorm veel belastingen. Maar je weet wel helemaal waar je aan toe bent. Je kan niet zijn dat er soldaten voor je deur staan en zomaar je zaak sluiten of zo. Nou, dat weten we nou sinds COVID dat ook afgaat. Die illusie zijn we ook niet meer. Ze kunnen wel gewoon je zaak sluiten. Ik had een Oekraïense collega tijd terug waar ik werkte. Die was inderdaad, die had de Sovjet-tijd nog meegemaakt. En die was daar, die was echt nog van. Toen was alles beter, weet je wel. Ja, je had wel zekerheid, zei ze de tijd. Ja, maar je had wel zekerheid. Ja, het was niet veel. Ja, maar waar zat ze? Ze zat in Nederland. Nederland was verhuisd. Ze woonde in Nederland. Waarom dan? Welk Sovjetland? Welk kwam ze Oekraïne. En ze was er weggegaan toen de Sovjet-Unie uit elkaar viel. Om Nederland meer communistisch te worden. Ik weet niet. Dat weet ik niet, maar ze kon wel redelijk goed Nederlands. Dus ze zit al een tijdje hier. Wat je altijd hebt is dat mensen halen dingen door elkaar heen. Hè? Ze worden oud en lelijk en dik. En vroeger waren ze jong, knap en mooi. Toen ze onder het leven. Nou, ze zag er nog goed uit voor haar leeftijd, hoor. Ze was 50 en zag er nog goed uit, hoor. Dus, ja, maar wie denkt er nou niet terug aan zijn jeugd als dat was een mooie tijd. En dan haal je het door elkaar dat je toen wel onder het communisme zat. Zo, ja, we hadden misschien af en toe maar één keer bananen per jaar. Maar ja, het was toch wel een mooi leven of zo. En ik kan me voorstellen dat veel mensen dat door elkaar halen. Omdat het heel moeilijk te zien is. Dat jij ook jong was geweest in een kapitalistisch land. Maar dat je het dan veel beter had gehad. Maar ik denk misschien sommige stukjes oud-Sovjet-Unie waren misschien ook wel iets beter in de Sovjet-Unie. Misschien Moldavië ook wel. Misschien, want daar ging ook nog wel een beetje geld van Moskou naar die bepaalde gebieden. DDR was wel beter. En als er dan echt een hele zware corrupte regering zit die linea recte al het geld wegsluist en die echt helemaal geen kloot doet. Misschien was het daar in dat... Ja, misschien wel beter. In Oekraïne weet ik van mijn schoonvader. Die had dan, als je dan twee fruitbomen in je tuin had, dan was je een kapitalist. Je mocht er één hebben voor eigen consumptie, maar je mocht er niet twee hebben. Dan kon je geloof ik nog wat sjoemelen. Als je dan één appel had en één abrikoos, dan was dat, dan gold dat niet. Maar als je twee appelbomen had, dan was je een kapitalist. Want dat deed je voor winst maken en verkopen en productie. En ja. Dat klinkt toch wel als heel triest allemaal. Heel ver doorgeschoten ideologieën. Ja, dat is wel erg. Maar bijvoorbeeld in Belarus. Daar schijnt toch alles heel netjes te zijn. Veilig en redelijk goed opgeknapt. Ik bedoel, dat doet die dictator misschien om voor een lange termijn visie. Dat hij er wat langer kan blijven zitten. Maar dan ga ik geen reclame maken voor Wit-Rusland, maar die heeft een hele andere tactiek. Want dat, ja, ik weet niet wat jullie daar... Als je Hans Herman Hoppe moet geloven, als je dan een koning hebt, die wil altijd toch wel goed voor... Die wil gewoon in power blijven en daardoor heeft hij meer intentie om voor zijn toko te zorgen. Door te ja, dat is wat. Ja, aan de andere kant is het wel... Zo kan je dat ook met een dictator zien. Dat is eigenlijk een koning eigenlijk. Ja, Kim Jong-un. Mm-hmm. Kim Jong-il, of Kim Jong-il gaf het ook aan Kim Jong-un door. Alleen is het daar dan niet zo geweldig. Maar ik heb het idee dat je het heel moeilijk kan plannen. Je kan moeilijk zeggen, ik laat de Wit-Rusland er netjes uitzien. Want je moet alle incentives er hebben. De mensen moeten gemotiveerd zijn om dat te doen. En anders dan... Ja, maar ik denk dat die Un-familie uit Korea, die hadden gewoon de verkeerde economen. Dat waren allemaal communisten. Dus vandaar dat het helemaal kut gaat met dat land.
toch? Ze doen alles centrale planning en zwaar centraal gestuurd. En de leider is natuurlijk zo geniaal dat eigenlijk moet de leider alle beslissingen nemen in het land. Ja, dat gaat natuurlijk helemaal mis dan. Ik heb het idee dat dat bij Xi in China ook gaat gebeuren. Want dat is ook zo'n figuur. Die wordt nou persoonscultus, wordt er op scholen gedaan en zo. Ja, dan krijg je toch het idee van... Maar ik weet niet hoeveel centrale planning is er in Wit-Rusland bijvoorbeeld. Of in Rusland eigenlijk nog gewoon. Is daar nog veel centrale planning? Ik kan het eens vragen. Ja, Poetin probeert nou wel er was inderdaad onder de tijd van Yeltsin. Had je veel van die mensen die hadden Ayn Rand gelezen, die hadden zich opgewerkt daar. En Poetin die heeft het allemaal teruggedraaid. Want die begon te merken dat die gasten een beetje alle overheidstouwtjes begonnen weg te knippen. En dat zonder Poetin is dat allemaal teruggedraaid. Ja, het is wel zo dat ze daar een 13% flat tax hebben of zo. Dat klonk mij altijd wel heel erg aantrekkelijk in de oren. En ze hebben natuurlijk geen buitenlandse schuld. Ja, wat Rusland ze kunnen zich niet veroorloven om alle Nederland te gaan concurreren natuurlijk. Dus ze kunnen wel een heel belastingstelsel en collectivisme zoals in Nederland introduceren in Rusland. Daar doe je niks mee. Kijk, die landen zullen eerst, wat jij zegt, ze zullen aantrekkelijk moeten zijn voor hun slachtoffers. Ja. Zodat ze daar naartoe komen of gaan floreren. En daarna pas kun je ze gaan oogsten beter. Ja, je kunt niet beginnen met oogsten. Als je begint met oogsten, je hebt het eerste blaadje wat boven de grond komt. Tijd om te oogsten. En dan krijg je nooit een tweede appel. Maar waar ben je als ondernemer nou? Ik denk dat hij daarmee bezig was met die 13% flat tax. Dus alleen weet je, het is natuurlijk een heel erg een olie- en grondstoffen-economie. En dat komt nooit echt heel ver. Maar ik had dat, ja, als je naar Moskou kijkt, zo wat van die plaatjes voorbij komen, is het wel een hele moderne stad geworden. Ik denk dat ze ook best wel wat software kunnen aantrekken. Alleen ja, er gaat nu wel een hele grote streep doorheen, denk ik. Maar waar ben je als ondernemer nou beter af? Waar heb je nou meer vrijheid in Rusland of in Nederland? Want in Nederland is als ondernemer is gewoon allemaal niet meer te doen eigenlijk. Ik denk waar zit je beter? Eigenlijk alleen maar goed vanwege je roots. Dus je familie woont daar. Je vrienden wonen daar. En, maar als goed, dat niet zo zou zijn. Nou, even dat weglaten. Want Nederland heeft zowel niet het ondernemersklimaat. Als ook maar enigszins een alternatief om waarde op te bouwen. Je kan wel zeggen, Rusland heeft een olie-economie. Ja, maar al die andere nep-shit, zoals we dat in Nederland doen, dat kun je daar ook doen. En daarnaast hebben ze daadwerkelijk natuurlijke resources. Dus wat dat betreft is dat land veruit superieur aan Nederland. Ja, maar en ook minder regulering voor een ondernemer. Dat is er ook wel, denk ik. En je kan veel ritselen natuurlijk. Dat is bij Oekraïne ook het geval, denk ik. En in Rusland zal het ook zo zijn. Er is veel meer te ritselen. Het is alleen wel zo dat ze daar qua eigendomsrechten hebben ze toch een beetje een raar idee. Ja, misschien is het wat beter geworden, maar in Rusland werden ook gewoon complete zaken overgeschreven. En dat stond dan in het register van deze onderneming is Pietje Puk. En dan schoof je gewoon wat geld toe aan de dame die dat editte. En die vulde dan gewoon even. En nou is die zaak van iemand anders. Want ze hadden helemaal geen idee van eigendomsrechten. En dat ritselde je gewoon zo even. En dan kon je wel gewoon heel veel in Nederland beter is. In Nederland kun je ook alles kwijtraken. Het is zo dat in Nederland niet veel mensen onder je noemen vallen dat ze daarvoor in aanmerking komen. Maar als jij in Nederland zit en jij komt in aanmerking voor die aandacht, dan ben je ook alles kwijt. Dat is echt niet, nee, echt niet zo. Kun je alles afpakken in Nederland, bedoel je? De staat. Kun je alles afpakken, precies. Dat bedoel jij, neem ik. Kijk, maar hier is het gewoon, Pietje Puk gaat naar het register toe en zegt, hey Jantje, hier heb je $100, schrijf even Jantjes bedrijf over op mijn naam. Dan misbruiken ze zeg maar de staat om dat te bewerkstelligen. Het hele registratie is natuurlijk de staat. En dat je daar dan op dat moment misbruik kan gebruiken als burger, dat is indrukwekkend. Nou, iemand die daar dat register invult, die heeft kennelijk ook niet het idee van, ik schrijf hier een enorm kapitaal over van één persoon naar een andere persoon. En dat is heel raar. Of dan kan ik ooit in de problemen komen of zo. Dat is
Ik denk dat ze daarmee niet in de problemen komen. Klerk dat niet zo snel. Nee, maar dat is dan corruptie tussen burgers onderling ook dan eigenlijk. Die burgers onderling ritselen dan. Maar dat is in Nederland wel weer moeilijker. Je trekt hem in bij de Kamer van Koophandel. En je maakt hem heel groot. Maar opeens kwijt zijn aan een andere. Aan iemand anders. Dat is... Maar in Nederland... Een hele bedrijf wordt daar gestolen echt. Dat is wel heel raar. In Nederland heb je als burger ook gewoon een lagere status dan die medewerker van de gemeente. Kijk, als jij in heel veel plaatsen is het gemiddelde salaris van ambtenaren gewoon veruit hoger dan het gemiddelde salaris van iemand die echt werkt in de productieve economie. Dan heb je in Nederland heb je minder dat je een ambtenaar om kan kopen. Op een lagere niveau. De ambtenaar koopt jou om. Jij bent ondergeschikt aan de ambtenaar. Kijk, in die landen is corruptie nog een manier om gewoon een beetje de eindjes aan elkaar te knopen als ambtenaar. Maar die rol in Nederland is totaal omgedraaid. Ambtenaren zijn hier supermachtig. En jij moet je zeg maar helemaal openstellen voor al hun grillen en wensen. Dus de verhouding van het type mensen wat in welke rol kruipt in de samenleving, is in Nederland helemaal anders. Als jij die samenleving... Ja, maar wat Peter zegt is van dat je ook daar in Rusland in principe een medeburger kan naaien via een lagere ambtenaar. Ga je labels gebruiken. Je hebt gewoon een mens die uit is om een bepaalde invloed op een ander te doen. Om op een bepaalde manier met zijn medemens om te gaan. Hm. En als je die rol in daar doet, dan kun je dat inderdaad onder het label burger nog doen. Als jij die rol in Nederland wil hebben, moet je in de overheid gaan zitten. Moet jij jezelf in zo'n positie werken. Het gaat gewoon om type mensen die op een bepaalde manier met andere mensen omgaan. En zeg maar, die rol in de maatschappij kun je vanuit een ander... Die proberen gewoon een bedrijf niet te registreren of zo. Of gewoon helemaal buiten het systeem. Er zijn natuurlijk allemaal oplossingen voor te verzinnen. Maar ja, daar loop je ook altijd weer een risico. Maar toen het hele verhaal met die Magnitsky Act of zoiets. Dat was toen was een Amerikaan die was naar Rusland gegaan. Om al die bedrijven waar heel veel fraude in zat. En gewoon hele stukken werden gestolen. Hij ging dat openbaar maken en toen was Poetin al aan de macht. En als je dat openbaar maakte, dan had Poetin wel iets van het idee van hey, verrek, er wordt ook van mij gestolen. En die zette dan gordel op zaken en dan ging die waarde enorm omhoog. Want die bedrijven waren ook gewaardeerd alsof 99% gestolen was van hun assets. en die waardering, zij ging dat dan kopen en probeerde dan die waardering omhoog te krijgen door die corruptie te openbaar te maken. Maar op een gegeven moment kwam hij natuurlijk bij een niveau aan dat de corrupte mensen zelf in de regering zaten en toen was die ook de sjaak. Maar ja, ik weet niet of dat nog zo erg is nou, maar je merkt wel gewoon dat op een gegeven moment konden ze mensen ook hun eigen, mijn schoonfamilie in Oekraïne, die konden hun eigen appartement kopen. En dat kon je dan met 4 maanden salaris of zo, kon je een appartement kopen. En er waren gewoon mensen die hadden ook het idee van, dat ga ik niet doen, ik ga een beetje een appartement, wat is dat voor onzin? Ik koop wel een auto of zo. Er zijn mensen die in Moskou een appartement in het centrum van Moskou hebben geruild tegen een of andere Peugeot of zo. En dat is natuurlijk, achteraf hebben ze helemaal geen idee gehad van de waarde van iets. Omdat, dwars heeft dit en geen prijzen. Ik wil nou even naar het communistische China gaan. Ja. Nee, dit vertelt, ik wil nog even een vergelijking maken met communistische China. Van wat is eigendom waard in China op dit moment? En ik heb even gewoon, nu moet je voor de gein even naar Google Images gaan. En dan typ je in nail houses. Dus nail, nagel, N-A-I-L, houses, ja. En dan zie je allemaal afbeeldingen van boeren die hun boerderij niet wilden verkopen tegen de oppermachtige staat. Dan zie je dat er in het communistische China, en het klinkt echt als een contradictio in terminus, maar eigendomsrecht heeft daar toch een bepaalde waarde nog. Heel, heel apart. Ja, maar dus die kunnen niet onteigend worden, maar dan, als je dat aan de Chinese collega zegt, dan zegt hij van ja. Dat zijn dan partij officials als er zo'n snelweg om een huis heen gebouwd wordt. Maar het is natuurlijk ook in China al zo. Dat Alibaba, die Jack Ma, dan word je gewoon je hele bedrijf geplunderd. Hè? Gewoon boom. Hup,
Ja, je ziet zeg maar helemaal linksboven. Dat schijnt dan echt een boer te zijn geweest. Dat ziet ook echt uit als een hut. Ik bedoel een plaggenhut. Die zit midden op een snelweg. Of midden op een weg eigenlijk. Gewoon een weg. Ja, daar kan je niet verder rijden. Want die plaggenhut die zit er nog. Maar dan zit je, daaronder heb je nog een... iemand die dacht slim te zijn. Die wist dat daar een snelweg zou komen. En die denkt van, hey, ik ga daar een groot appartementencomplex bouwen. En die dacht er een slaatje uit te slaan. En die is toch nog ver gekomen. Volgens mij 35.000 omgerekend dollar nog voor gekregen. Wat voor in China toch best een hoop geld is. Dus, maar dit zit midden op een grote snelweg. Dus de hele snelweg is er al gebouwd. Alleen ja, dat ding is later nog afgebroken. Maar toen is er een hogere partijofficial. Die heeft zich erover gebogen. Die zei van, hey, dit is niet helemaal volgens de partijlijn of zo. En weg ermee, 35.000. Hij hoopte meer te krijgen. Maar hij moest het daar met dat bedrag moest hij het doen, zeg maar. Dus ja... Maar ja, dat is het communistische China. Dus ja, kennelijk ze geven zelfs de communisten nog een beetje om grond. Ja, maar communisten hebben natuurlijk sinds Deng Xiaoping hebben ze enorm veel vrijheid doorgevoerd. Economische vrijheid. En toen is het ook enorm hard gegroeid. Alleen Oké, ik ga wel even kijken. YouTube. Ik ga nog even kopen. Okay, fijne avond, mensen. Ja, het is al best wel laat, hè? Ja, ik kijk wel even of de stream het nog doet. Dan nemen we gewoon afscheid. Dat... Is goed, jongen. Ik kap er ook mijn stort ook in elkaar. Oh jee. Is je bier op? Ja, ik heb hem gehad, maar ik herstel nog van mijn ebola. Zo te zien staat alles staat stil, ja. Oh nee, er beweegt wat. Even kijken hoor. Prettige avond, hè. Nee, alles doet er nog. Mooi. Ik ga even afscheid nemen. De verbinding ligt eruit. Oké, op YouTube doet alles het nog. Dus het zal wel storing met Twitch zijn. Goed, ik wil in ieder geval iedereen hartelijk danken voor het kijken. En uiteraard de deelnemers danken voor het deelnemen. Uiteraard zijn we volgende week weer. Ik wil iedereen hartelijk danken. En ik zou zeggen toedeledoki. En moet ik nog even de tune erbij halen. Hier komt hij hoor. Hartstikke idee. Ja, uit de fanboek. Oh nee, het is het verkeerde. Ik ben hartstikke dyslectisch, hè. De einde deze. Hoppakee. Nou goed jongens, dat was het. Hartstikke idee.